Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet u allen van harte welkom, ook de mensen die vanaf een andere plek dit verhoor volgen. En ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Leeuw. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan en mij nazeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Neemt u plaats. Meneer De Leeuw, u was van oktober 2004 tot het einde met een korte onderbreking algemeen projectmanager van het VIRA-project, het project V250. U was dat in opdracht van twee aankopende partijen. De Nederlandse partijen, NSFSC, maar ook wel in het verlengde daarvan HSA, maar strikt genomen NSFSC, en België, de Belgische spoorwegmaatschappij. In die rol onderhield u het contact met Ansaldo Breda voor de opdrachtgevers. En in dit verhoor hebben wij vragen aan u over uw rol en over de werkzaamheden die u heeft verricht in het VIRA-project. Wat wij, zoals gezegd, op verschillende momenten ook wel aanduiden als het V250-project. Zoals gezegd, u bent lange tijd betrokken geweest bij het project als algemeen projectmanager. Wordt wel afgekort als de APM. In die rol begeleidde u de uitvoering van de koopovereenkomst tussen Ansaldo Breda enerzijds en NSFSC anderzijds met de Belgische spoorwegmaatschappijen, die twee opdrachtgevers. Op welke aspecten moest u nou vooral Ansaldo Breda aansturen? De opdracht was het contract, zorgen dat Ansaldo Breda het contract zou uitvoeren. Kunt u daar iets meer over zeggen? Het contract is redelijk breed. Er zijn een hele hoop aspecten. Men moest een aantal deliverables leveren. Uiteindelijk ook treinen. En daar heb je een heel proces voor nodig om daartoe te komen. En die processen moesten opgevolgd worden. Daar hadden we toen ik kwam was er al een organisatie voor verschillende deelprojectleiders. Dus de kwaliteit, techniek, commercie, maar ook onderhoudsvoorbereiding. En zo was het team opgesteld om op de verschillende facetten de gesprekspartner met Ansaldo Breda te zijn. En die teams die werden bemenst door aan de kant van NSFSC, mensen van Netrain Consulting en later Lloyds, maar ook Netrain voor de onderhoudsvoorbereiding. En waren dubbel bezet, zowel Nederlands als Belgisch, zeg maar, want van de NMBS waren daar ook mensen in de teams opgenomen. En op wat voor aspecten stuurde u nou vooral? Waren dat juridische aspecten of financiële aspecten? Hoe moet ik dat zien? Financieel minder. Ik moest mij houden binnen de kaders van het contract. Dat was mijn opdracht. Ik kon dus ook niet buiten contractuele afspraken maken. En ik stuurde vooral op de realisatie van het contract. Dus dat die deliverables er zouden komen en dat het ontwerp er zou komen van de trein en uiteindelijk de treinen gebouwd werden en afgeleverd konden worden. Maar dat wel strikt binnen de contractuele kaders. Dus het was belangrijk om te blijven
waarborgen dat de positie van de awarding authority, zoals NMBS en NSFC samen genoemd werden in het contract, ook te behouden, de positie. Ging u nou ook over financiële aspecten? U gaf al een beetje, nam u ook financiële besluiten? Ik denk dat heel veel besluiten en zaken die je bespreekt uiteindelijk wel een financiële implicatie hadden. Maar ik moest mij houden binnen de financiële kaders van het project, van het contract. En op het moment dat er contractafwijkingen waren of bijvoorbeeld extra wensen kwamen, dat heet in het contract een request for change, de RFC's, waar kosten aan verbonden waren, dan legde ik dat voor aan mijn stuurgroep. Die bestond uit mijn opdrachtgevers en dan werden daar besluiten over genomen. Daar kon ik zelf geen besluiten over nemen. En bijvoorbeeld boetes of meer werk, had u daar een rol in? Nee, strikt niet, want dat was echt iets wat de opdrachtgevers deden. Meer werk, zoals u noemt, dat is wat ik versta onder die RFC's, zoals ik ze net noemde eigenlijk. Mm-hmm. Dus een extra activiteit of een wijziging aan de trein. Als het over boetes ging, dat soort overleg en dat soort overwegingen werden vrijwel altijd of in Ierland genomen. En ik had ook veel contact natuurlijk met mijn opdrachtgever in Ierland, alsmede NMBS. Dus u keek vooral naar, wordt het contract op de juiste wijze uitgevoerd? U noemde de term deliverables. Kunt u dat voor ons publiek een beetje duiden? Want we proberen iedereen gewoon goed mee te nemen in dit verhoor. Het contract bestaat uit een hele hoop, uit een aantal fasen. En dat leidt uiteindelijk van een ontwerp naar de productie naar een trein. En feitelijk is een trein een deliverable. Maar er zijn meer dingen die geregeld moesten worden. Het onderhoud moest voorbereid worden in de Watergraafsmeer. En daarvoor moest Ensemble Breda onderhoudsdocumentatie aanleveren. Gebruiksaanwijzing van de trein, zeg maar. Mm-hmm. Maar ook special tools, speciale gereedschappen. Er moest ook opleiding gegeven worden aan machinisten, conducteurs en onderhoudspersoneel. Dat noemen we allemaal deliverables die uiteindelijk ook als onderdeel van het contract geleverd moesten worden. Helder, dank u wel. We hadden het daar even over. U had dus twee opdrachtgevers, NSFSC en de Belgische spoorwegmaatschappij. Dat is toch bijzonder, twee landen, twee bedrijven, op een bepaalde manier geconstrueerd. We hadden de Ierse dochter, NSFSC, en de Belgen. Had u nou het idee dat hij het op de exact dezelfde manier deed of zag u verschil? Ik denk dat dat enigszins ligt aan op welk niveau je in de organisatie keek. Het was voor mij heel duidelijk dat in mijn stuurgroep de directieleden van NMBS en zeker ook van de afdeling aankopen daar, er echt achter stonden dat er strak aan het contract gehouden werd. Evenals de opdrachtgever NS Financial Services. Dus ik zag daar weinig verschil in het principe van de aanpak. Je zag wel in de uitwerking, en dat is meer op deelprojectniveau, waar beide partijen ook vertegenwoordigd waren, dus zeg maar even voor het gemak NS en NMBS, dat zeker in de aanvang wel wat discussie gaf van hoe je dat nou aan moest pakken. Zeker ook gezien het feit dat hier een turnkey contract achter lag, wat voor beide partijen, in de tijdgeest van toen ook begrijpelijk, redelijk nieuw was. Dus dan kreeg je discussies over hoe moet je nou een designbeoordeling doen, hoe diep ga je erin, doe je het 100% of ga je op bepaalde risicogebieden alleen dieper op de materie in. Dat gold ook voor de voorbereiding van de kwaliteitsinspecties in de fabriek. Dezelfde soort afwegingen of discussies vonden daar plaats. En beide spoorwegmaatschappijen hadden ook een andere historie. NS was al iets verder in het denken naar uitbesteden en dit soort contracten. En bij NWS zag je iets meer behoudendheid. U duidt het verschil. Kunt u iets meer aangeven wat dan voor de specifieke partijen de invalshoek was? Hoe deed dan de Belgische partner dat anders dan NSFSC? Ik herinner mij bijvoorbeeld een discussie in de begintijd, misschien dat ik het daarmee maar kan duiden, dat wij discussie hadden over het beoordelen van het ontwerp, de ontwerpen, dus zeg maar de hele design reviews.
dat er discussie was over dat beide partijen allebei vanuit dat allebei alle systemen beide zouden moeten beoordelen. Echter, vanuit het contract was het zo dat niet voor niks in awarding authority was gedefinieerd dat alles niet dubbel zou hoeven, maar één keer. En dat ging ook over vertrouwen tussen die partijen. Dus degene die namens NS het beoordeelde of degene namens NMBS. Dus de technici moesten elkaar natuurlijk wel vertrouwen daarin. En uiteindelijk is daar is die discussie geëindigd in een besluit om gewoon ieder de eigen systemen, of er was een verdeling van systemen, te beoordelen. En ieder zou elkaars beoordeling ook accepteren. Want soms waren het hele functionele eisen, hebben wij begrepen. Dat is dan meer beschrijvend dat het aan iets moet voldoen en niet zozeer specifiek het moet zo. We begrijpen, als ik het heel eenvoudig maak, gewoon om het duidelijk te maken, een jas moet kunnen worden opgehangen, maar je gaat niet zeggen waar, daar een haakje, maar dat de functionaliteit er moet zijn. Het is maar een heel klein voorbeeldje wat misschien gemakkelijk is om te volgen. Maar er waren dus functionele eisen, er waren wat meer specifieke eisen. Was daar nog verschil in? Want wij hebben wel begrepen, ook uit eerdere verhoren en uit de stukken, dat er soms misschien vanuit de Belgische zijde iets meer specifiek naar de eisen werden gekeken en dat vanuit de Nederlandse zijde meer naar functionaliteit werd gekeken. Proefde u daar nog wat meer verschil in? Heel algemeen was het zo dat het contract het contract bestond uit een set specificaties, een dik pak papier. Dat was een samenstel van specificaties die van NS vandaan kwamen en van NMBS. En als je naar het karakter van die specificaties kijkt, was het zo dat die van NMBS wat meer technisch inhoudelijk waren. En bij NS, gezien de ontwikkelingen in die tijd, al meer functioneel waren. Merkt u dat ook in de contacten die u met de verschillende partijen had, dat ze daar dus ook anders op aanstuurden, een andere vraag aan u hadden? Of niet? Nee, want uiteindelijk is dat, daar is natuurlijk in de aanloop naar de, wat wij steeds deden was in de aanloop naar een nieuwe fase, bijvoorbeeld de designbeoordeling, spraken wij af hoe we dat deden. In dit geval toen nog Netrain Consulting, later Lloyds en de NMBS. En werd er afgesproken hoe dat aangepakt werd. Uiteindelijk is dat zo gebeurd dat Ansel de Breda ontwerpvoorstellen moest voorleggen. En wij daar ons oordeel over gaven, maar het niet zo was dat wij voorschreven hoe ze iets moesten maken. En daar zit denk ik de kern van het verschil in functioneel specificeren. Wat moet die kunnen? Wat moet het deelsysteem kunnen? En hoe maak je het? En wij waren vooral aan het toetsen op dat wat zij, waar zij een ontwerp van gemaakt hadden, dus hoe. Of dat plausibel was dat dat de functie zou gaan vervullen die in het contract stond. In dit begin van het verhoor zoomen we dus al even in op het feit dat u werkte voor twee verschillende opdrachtgevers en daarmee dus die opdrachtgevers samenvoegde. Er waren meer partijen, er waren best veel partijen. We hebben ons daar echt goed in moeten verdiepen. We hebben HSA, degene die uiteindelijk het vervoer gaat doen, maar ook de Belgische partij deed het vervoer. Dan hebben we de onderhoudsorganisatie Netrain. We hebben nog allerlei partijen, Lloyds komt erbij, we hebben nog de inspectie. Daarnaast hebben we dus de overheden van twee landen, waar we ook al het een en ander over langs gehad hebben in deze verhoren. We hebben de infrastructuurbeheerder, ProRail, en ook in België zeiden, de Infrabel. Hoe was u nou in staat om al die belangen samen te brengen? Kijk, ik was primair gefocust op het contract met Ansel de Breda, want dat was mijn primaire opdracht. Maar om Ansel de Breda in staat te stellen om dat te realiseren, was het nodig om in dat complexe landschap te acteren. En, wat manage je dan? Dat lijkt me lastig. Dan manage je. Ten eerste moet je inzicht hebben. U zegt zelf dat u gepuzzeld heeft. Nou, een van de eerste dingen die ik me kan herinneren toen ik aan boord kwam bij dit project, was schematisch die verhoudingen maar eens weergeven. Daar ook met de teamleden over praten, van wie spelen er eigenlijk allemaal hier. Maar ook met Ansel de Breda. Hou rekening mee dat op enig moment in een bepaalde fase deze partijen een rol gaan spelen. Dus vooral communiceren over de verhoudingen tussen verschillende partijen.
Het was ook nodig voor Ansaldo Breda om uit te leggen hoe dat in Nederland dan zat, maar ook hoe het in België zat. En nog veel complicerender was dat de verschillende processen en partijen die een rol speelden gedurende het project ook nog eens veranderden. Dus daar waar in eerste instantie er net een soort toelatingsorganisatie was, dat heette toen nog het loket, mm-hmm. werd dat later IVW en dat is dan later ILT geworden. En dat veranderde. En in België gebeurde soortgelijks. Dus het was een complexe omgeving met ook nog eens gedurende tijd schuivende panelen, zeg maar. En dat allemaal managen, dat is een... Nou, ik hoefde dat niet te managen. Ik moest inzicht hebben in die structuur. Ik voelde mij vanuit mijn opdracht om te zorgen dat Ansaldo Breda kon realiseren wat ze kon realiseren in het contract. Geroepen om ze daar op attent te maken. En hen daarbij te ondersteunen. Ook de deuren te openen bij partijen. Vandaar moet je terecht voor bepaalde zaken. Nou hebben we natuurlijk de koper van de trein, de leasemaatschappij, die uiteindelijk, als we even ons tot de Nederlandse situatie richten, HSA, het speciale bedrijf dat was ingericht om het vervoer tot stand te brengen. Dus aan de ene kant heb je dus de koper, die leased een trein aan een vervoerder. Het zou kunnen zijn dat die niet op alle momenten dezelfde belangen hadden of dezelfde wensen hadden ten aanzien van het proces waarin de trein werd gebouwd. Kunt u daar iets over zeggen? Heeft u daar verschil in ervaren bijvoorbeeld? Ik weet niet of u ergens specifiek op doelt of over een bepaalde periode. Want het gaat natuurlijk over een hele lange tijd. Dus ik kan me voorstellen dat in het begin andere zaken, situaties zich voordeden dan op het eind. Ik denk dat de belangen primair hetzelfde waren. In de zin van er moeten gewoon treinen komen en ze moeten er snel komen. Of in ieder geval volgens de planning van het contract. Mm-hmm. Er heeft wel veel discussie plaatsgevonden over verschillende zaken. Ik kan me herinneren dat ik toen ik net, ik denk aan het eind van 2004, toen ik de eerste balans opmaakte wat ik aantrof, zeg maar, van we hebben een contract, wat vind ik daarvan? En toen was er ook al sprake van enige vertraging in de eerste ontwerpstappen van Ansaldo Breda. En ik kan me herinneren dat ik toen mijn stuurgroep van een aantal risico's op de hoogte heb gebracht. Waaronder één was bijvoorbeeld het hele stylingproject, traject. Ik vond in het begin dat er nogal onevenredig veel aandacht aan vormen, kleuren en styling gegeven werd. En dat heb ik ook gemeld aan mijn stuurgroep. En ik vond dat dat strakker in de planning moest, omdat wij daar zelf input moesten geven aan kleurstelling, uitvoeringsvorm van bepaalde met name interieur en exterieur delen. En ik vond dat wij daar een risico liepen als het ging over de voortgang. Daar zouden wij sneller doorheen moeten door dat proces. Terwijl bijvoorbeeld HSA er groot belang in achtte om zo mooi mogelijke en zo goed mogelijke zaken voor de klanten te realiseren. En daar kan ik mij nog wel een spanningsveld herinneren. Ja. Want u zegt, u manage vooral de uitvoering van het contract en het uiteindelijke doel dat die treinen, die deliverables, dat u wat breder beschrijft, allemaal goed in orde kwamen. Daarnaast wil HSA natuurlijk graag dat die trein er komt. Had u daar nog, want u zegt er iets over, had u daar nou nog het idee van nou, HSA kijkt veel meer naar de trein en ik ben eigenlijk met een contractmanagement daar misschien soms best wat... het is wel complex om dat allemaal te managen. Had u daar nog iets over? Heeft u daar nog iets over gevonden in de periode dat u APM was? Nou, ik denk dat wij juist primair bezig waren met op te volgen dat Ansaldo Breda die trein zou realiseren. Hm. Dus, onder de voorwaarden van het contract. Dat hing wel met elkaar samen. Dus ik zie daar niet zo echt een belangenverschil. Misschien wat meer aan het eind. We komen zo natuurlijk toch het hele proces door. Maar het contract nalaten komen of uiteindelijk ervoor zorgen dat een trein wordt geleverd, dat kan me best voorstellen dat het op enig moment zou kunnen schuren. U gaf het zelf al aan. HSA wil graag dat die trein komt.
En NSFNC vindt het natuurlijk heel belangrijk dat het contract op de juiste manier wordt nageleefd. Nou, als ik een heel concreet voorbeeld kan noemen in een latere periode. Op enig moment werd de druk bij HSA tamelijk hoog om treinen in te gaan zetten. De publieke opinie, de politiek, daar kwam druk vandaan. Ik denk ook vanuit de concessie. Ik heb natuurlijk vorige verhoren ook gevolgd. En toen wilde men heel graag treinen hebben. Die hebben ze in eerste instantie hebben met de Ansaldo Breda, heeft in ieder geval NSFNC met haar Ansaldo Breda kunnen afspreken dat er een huurcontract tussen Highspeed of HSA en Ansaldo Breda kon worden gemaakt. En hebben ze treinen geleend, konden ze alvast hun eigen productie en operationele aspecten testen, machinisten opleiden en dat soort zaken. En op het moment dat er meer treinen nodig waren en Ansaldo Breda niet bereid was nog meer treinen te op een huurbasis ter beschikking te stellen, is er gekozen om een voortijdige overdrachtsmoment te kiezen, een zogenaamde APTO. En daar was NSFNC het in eerste instantie principieel niet mee eens, want je zou ja dat contract moeten houden. Eerst een aantal zaken voor elkaar, voordat je die treinen opneemt. Dat zullen we zo uitdiepen, maar dat was een situatie waarin daar u zei, discussie er is over. Een behoefte aan de treinen, terwijl de andere partij misschien wat meer keek van, is aan alle contractuele eisen al voldaan? We komen daar namelijk op dat onderwerp, komen we zo meteen nog uitgebreid terug. Had u in het algemeen, als er nou wat schuring was, Wie was dan de beslissende stem? Was dat dan NSFNC? Was dat HSA? Waren dat de Belgische partijen? Was u dat? Directie van de NS? Op die vraag heb ik eigenlijk niet zo goed nagedacht van tevoren. Maar als u het mij zo vraagt, denk ik dat dat uiteindelijk vastgehouden werd aan de uitgangspunten die in het begin gedefinieerd waren en waar volgens mij alle partijen het ook wel mee eens waren. Wij houden ons aan het contract. En zeker ook, want dat moet wel enigszins genuanceerd worden, denk ik, als het later in het traject gaat, dan zijn er al heel veel vertragingen opgetreden en is er al een hoop gebeurd. En werd het steeds belangrijker om ook je juridische positie zeker te stellen. En dan is dat vasthouden aan het contract wordt dan een belangrijk aspect ook. Dus ik denk uiteindelijk dat die uitgangspunten blijvend gehanteerd zijn. We hebben vanochtend een tweetal verhoren gehad. Met de mensen die ook op de werkvloer keken en meekeken tijdens de bouw. De heer Roelofs die gaf aan dat er soms wel eens een verschil zou kunnen zijn tussen de eisen uit het contract en de gebruikseisen van spoorwegmaatschappijen en misschien zelfs wel de wensen van de reizigers. Kunt u dat vanuit uw positie begrijpen, dat hij dat heeft gezegd en hoe kijkt u daarnaar, naar zo'n stelling? Dus ik weet niet helemaal welk kader dat dan gezegd is. Misschien kunt u iets toelichten? Nou, hij keek natuurlijk bij de bouw mee. Er werden op een bepaald moment analyses gemaakt van voldoet het allemaal wel? In uw verlengstuk hadden zij een belangrijke rol in die toch het zicht krijgen op, wordt nou uiteindelijk dat contract goed nageleefd? En daarin zei hij dat er mogelijk een verschil is tussen eisen uit het contract, de gebruikseisen van de spoorwegmaatschappijen en de wensen van de reiziger. En daar was ik even benieuwd om dat toch even aan u voor te leggen. Ik kan mij heel goed voorstellen, maar ik weet niet waar precies op gedoeld werd, dat een contract bestaat uit een groot pak papier aan specificaties. Gedurende de ontwerpfase moet de leverancier die omzetten in een ontwerp. En in dat ontwerp, dat moet voldoen aan al die specificaties. Mm-hmm. Het kan natuurlijk zijn, als dat langer duurt, dat de procedures bij spoorwegmaatschappijen veranderen. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat bij NS in die tijd de vertrekprocedure wijzigde. Dus dat is wanneer de conducteur de deuren sluit. Belangrijk proces, veiligheidsgerelateerd. Daar moet je dan over spreken. Dus als je de oude eisen hebt opgenomen en dat wijzigt, dan zul je daaraan iets aan moeten doen. En hier was het nog een stap extra. Was het nog moeilijker, want je had ook nog met eisen en gebruiksaspecten van de NWS te maken. Want de NWS had een eigen vertrekprocedure. En dat kan in zo'n ontwerpfase dan aan de orde komen. En dat wil niet zeggen dat je dat bij de schrijven van de specificaties voor je contractering al allemaal detailleerd hebt. Dat kan. Dus ik kan me zulke soort voorstellen. Maar het is niet een onderwerp geweest wat u gedurende het traject met elkaar besproken heeft. Dat hoor ik u niet zeggen.
Met wie? Dat wat de heer Roelofs hier vanochtend zei, is niet een, het is een onderwerp wat u enigszins verrast, zie ik. Maar hij heeft het hier gezegd en dat is niet een onderwerp van gesprek geweest met hem. Deze verschillende in eisen, in behoeftes. Nou, ik weet vanuit de tijden dat de ontwerp, het ontwerp gemaakt werd door ons Saldo Breda, dat er heel veel discussies zijn geweest over hoe je, en dat is gebruikelijk bij design reviews, hoe je bepaalde dingen gaat uitvoeren in het ontwerp. Maar ik vind het een beetje moeilijk om in te schatten wat daar precies besproken is en waar u op doelt. Nou, ik vind het belangrijk, omdat we dan vanochtend dat verhoor hebben, ik leg ik even aan u neer, bij u neer, om te kijken hoe u daarnaar kijkt. Maar ik heb uw antwoord gehoord. Ik kijk even naar mevrouw Vos. Ja, ik had nog even een vraag over NSFSC, NS Financial Services. Wat voor organisatie was dat nu precies? NS Financial Services is een dochtermaatschappij van NS, gevestigd in Ierland. En daar worden, om het maar even heel eenvoudig te zeggen, daar worden de treinen van NS gekocht door die organisatie. En dan NS of HSA leest dan de treinen? Leest dan die treinen, ja. En was u in dienst van NSFSC of huurde NSFSC u in? In de periode tot 2008 dat ik het project als APM, zoals u het noemt, heb gedaan, was ik in loondienst van NS Reizigers en uitgeleend aan NS Financial Services. Mm-hmm. En in de periode na 2010, of vanaf eind 2010, was ik inmiddels niet meer in loondienst bij NS en was ik zelfstandige en werd ik ingehuurd door NS Financial Services en deed die opdracht overigens nog steeds gemandateerd door beide contractpartijen NS Financial Services en de Belgische Spoorwegen NMBS. U had toen dus als werknemer van NS Reiziger had u dezelfde mandatering als later als ZZP'er, zeg maar, voor NSFSC? Ik weet niet of de teksten exact hetzelfde zijn, maar het leek wel heel erg op elkaar en ik was gewoon als persoon gemandateerd. Ja, ja. Dus u mocht gewoon precies hetzelfde type besluiten nemen in uw eerste periode als werknemer van NS als later, ja, als ZZP'er. Okay, ja. Dan gaan we naar het contract. Bij de Vira is gekozen voor een turnkey overeenkomst. Kunt u in uw eigen woorden uitleggen wat dat inhoudt? Dat de leverancier van begin tot eind de verantwoording draagt. Dus dat wil zeggen de ontwerpfase, de productiefase, testen tot een aflevering. En ja, ik denk dat dat is. En is het gebruikelijk om turnkey overeenkomsten af te sluiten voor dit soort projecten? Nou, er is denk ik wat veranderd in de tijd. Eind vorige eeuw. Tot die tijd hadden de voormalige staatsspoorwegen hun eigen grote technische afdelingen. En werd er op een andere manier met leveranciers omgegaan. Vaak ook de nationale leveranciers waar je al jaren mee werkte. En dus er werd heel veel samengewerkt. Sterker nog, er werd vaak samen ontworpen. En daarna ging de betreffende assemblagefabriek, deelsystemen werden er aangeleverd, werden in elkaar gezet en die productie viel dan onder verantwoording van die leverancier. Door de hele ontrafeling van de spoorwegen, dus infrastructuurscheiding, operator, maar ook meer liberaal aanbesteden van vervoer, maar ook van dit soort materieelprojecten aan leveranciers. Er zijn zelfs projecten waar zowel de trein als het onderhoud geheel uitbesteed wordt. Is toen door NS gekozen in die ontwikkeling om dit op basis van turnkey te doen. En ik meen dat ook in diezelfde periode, eigenlijk vanaf die periode NS dat gebruikelijk is. Ja. En zegt u nu ook dat het eigenlijk gezien die ontrafelingen, eigenlijk dat je allemaal raakvlakken hebt, allemaal organisaties die los zijn, die bij elkaar wel een beetje de oude NS moeten vormen, is dan ook een turnkey contract ook de enige mogelijkheid om die verantwoordelijkheden te beleggen? Of het de enige mogelijkheid is, weet ik niet. Maar het betekent wel iets voor de organisaties die erin werken. Want als je als spoorwegmaatschappij of als operator en zelf niet de know-how in huis hebt of de capaciteiten, mm-hmm, dus het hoeft niet eens kennis te zijn, maar dat kan ook het aantal mensen zijn, om gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling, ja, dan heb je geen andere keuze. En dat, ja, zie je ook wel op dit moment bij aanbestedingen regionaal, waar relatief kleine partijen zitten, niet anders kunnen dan op die manier een trein kopen, omdat ze daar te weinig capaciteit of know-how voor hebben.
Dus dan moet je wel de verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de trein bij de leverancier van de treinen leggen. Omdat die anders is hij er niet. Ja. Oké. En is een turnkey koopovereenkomst, is dat nou ook geschikt voor hele complexe projecten waar je nog echt ook veel aan het ontwikkelen bent? Ja, die vraag is wat moeilijker. Ik denk dat het in principe mogelijk is. Zeker ook gezien het feit dat er aan de aanbestedende kant steeds vaker niet de mogelijkheid is om het op een andere manier te doen. Mm-hmm. Dat vraagt wel op strakke sturing. En het gaat heel erg uit van het vertrouwen dat de systemen die de leverancier heeft geïntroduceerd in zijn bedrijf, dat die ook fatsoenlijk functioneren. Dus daar ga je ook procesmatig op toetsen. Dus ik denk wel dat het mogelijk is, ja. Het is wel mogelijk, maar je hebt dus een hele strakke sturing nodig. Je moet die raakvlakken heel goed laten aansluiten. En je moet dus ook niet in de val trappen dat je dus als afnemer in de verantwoordelijkheid gaat treden van de leverancier. Ik denk dat het bij een turnkey contract hoort dat je wat meer op afstand staat. Ja. Volgens mij is dat inherent aan het turnkey contract. Overigens denk ik dat het contract wat NMBS en NSVC met Ansaldo Breda hebben gesloten een hoop mogelijkheden gaf om toch duidelijk aanwezig te zijn bij de mm-hmm. processen en die te monitoren die nodig waren om uiteindelijk de trein te realiseren. Want vanochtend hoorden we de heer Jonkers en die was daar dus aanwezig om veel te monitoren. Daar hebben we straks ook nog wel wat vragen over. Maar ik kan me wel voorstellen dat een fabrikant, zeker met zo'n nieuw project, behoefte heeft aan informatie en afstemming. Bijvoorbeeld, Italië is een ander land dan Nederland, over die omgeving dus. En dat ze veel informatie nodig hadden. Hoe was dat dan precies geregeld in dit VIRA-project? Wat mocht de fabrikant dan vragen? Hoe regelde u dat? In principe konden ze alles vragen. Ja. Maar ik denk dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen procesmatige vragen. Hoe werkt het in jullie land qua toelating? Bij welke partijen moet ik aankloppen? Of bijvoorbeeld, waar we ook wel, dat is een aardig voorbeeld denk ik, in verband met de interactie met de infrastructuur moest er een bepaalde stoorstroomdetector, dat is een apparaat, ingebouwd worden. En Ansaldo Breda worstelde met wie ze daarvoor moesten, welke onderleveranciers daarvoor moesten nemen. En ondanks dat ik niet in de verantwoording wilde komen om te zeggen, ga dat apparaat daar maar kopen, heb ik uiteindelijk natuurlijk wel gezegd, NS heeft altijd in zijn treinen dat apparaat en dat zou functioneren, dus ga met die leverancier praten. Ja. Dus ik vind dat je wel op een normale manier elkaar moet helpen. Dat in ieder geval wij Ansaldo Breda moesten helpen om de zaken te kunnen realiseren. Het is wat anders als je, ik weet niet of dat dan ook aan de orde is geweest vanochtend in de zin van ontwerpen, dat je gaat voorschrijven of een bepaald ontwerp op een bepaalde manier uitgevoerd moet worden. En dan krijg je wel een ander soort discussie, want dan kun je wel in de verantwoording komen. En als het dan naar de hand niet blijkt te werken, dan heeft de leverancier een punt om te zeggen, u heeft dat voorgeschreven, dus het is uw keuze geweest, u kunt mij dan niet aansprakelijk voor stellen. Ja. Ik weet niet of u daarop doelt, maar dat zijn... Ja, dat is inderdaad wat ik bedoel. Dus u zegt dus, ik kan dat niet voorschrijven. Ik kan niet zeggen, zet die vuilniszak buiten, maar je kunt wel suggereren, misschien zou je dus eventueel daar... Dat kan dan wel. Je kunt dus wel een suggestie doen zonder dat het verplicht is. Dat is een. Ik denk dat dat als aanbestedende partij in dit geval, of als awarding authority, laveren is om zoveel mogelijk de leverancier te helpen in zijn processen, zonder zelf in de verantwoording te komen. Laveren krijg je dan. Want de heer Roelofs vertelde vanochtend dat bij een turnkey overeenkomst, in tegenstelling tot hoe het vroeger ging, had je een keuring en dan had je eventueel ook een afkeuring. Dat het bij een turnkey overeenkomst niet kan. Dat je er niet zeg maar bij een bepaalde deliverable of een milestone, zoals dat heet, ook kon afkeuren. Want dan zou je dus in de verantwoording treden van de opdrachtgever. Klopt dat? Als het om deliverables gaat, dat is gaat gewoon duidelijk gedefinieerd. Ja. Dat zijn meestal fysieke vaken of zaken of diensten. Ja. Daar staat in het contract goed omschreven waar het aan moet voldoen. Dus die kun je ook gewoon niet accepteren. Als het om ontwerpen gaat, dan kom ik toch terug op wat ik
wat we net over hadden. Mm-hmm. Dan kun je in het geval van een functionele specificatie, en ook al heeft de leverancier blijft bij zijn ontwerp, dus mm-hmm. hoe die het gaat maken, mm-hmm. en ook al heb je twijfels, dan zal uiteindelijk in zo'n contractvorm, zal het gelijk in eerste instantie aan de leverancier zijn, en dan blijkt later wel bij het testen of in het gebruik of het naar behoren functioneert, of het functioneel is. Dus dat is de tweede in het ontwerp. In de kwaliteit van de productie heb je wel degelijk de mogelijkheid om zaken ter discussie te brengen. En dat hebben we ook gedaan. Ter discussie, maar kan je het ook afkeuren? Want de heer Roelof suggereerde dat het lastiger is bij turnkey om te voorkomen dat een trein van onvoldoende kwaliteit wordt afgeleverd. Omdat ik denk dat lastiger een beter woord is. Lastig. Dat geeft al enige ruimte. Ja. Ik kan me herinneren bijvoorbeeld dat bij de draaistelproductie in Napels, misschien moet ik het aanschouwelijk maken, daar waren wel wat zaken op enig moment. Overigens werden de keuringen door NMBS gedaan daar in Napels. En dan weet ik niet zeker of dat in mijn periode was of in die periode dat ik er niet was, maar ik ken in ieder geval twee voorbeelden. De koppelingen tussen de motoren en de wielassen, daar werden naar idee van de kwaliteitsinspecties door NMBS fouten in gemaakt, foutenmontage. En dat is geëscaleerd en uiteindelijk is besloten dat al die componenten die naar mening van de awarding authority in dit geval niet goed gemonteerd waren, werden terzijde gelegd en vanaf dat moment zouden er op een andere manier gemonteerd worden. Dus daar is wel degelijk ingegrepen door de inspecteurs en door de deelprojectleiding kwaliteit. Op een ander moment, ook in Napels, constateerde men dat er aan bepaalde stalen delen van het draaistel, naar indruk van de inspecteurs, te warm gestookt zou zijn. Af en toe moet je daar de vlam op houden en dan mag je maar tot een bepaalde temperatuur stoken. En daar kwam discussie over of er geen faseovergangen in het materiaal, technisch verhaal, iets zou plaatsvinden wat de levensduur van het materiaal negatief zou beïnvloeden. Daar is uiteindelijk onderzoek naar gedaan, naar de gevolgen van wat ze daar aantroffen, door de Politecnico in Milaan. En die hebben daar een onderzoek naar gedaan, hebben een conclusie over getrokken. En daar zijn aan de hand ook afspraken gemaakt over wat je daar mee kon. Dus je had wel degelijk mogelijkheden om maar het was lastiger en het moest iets indirecter. Ja, ik weet niet of je dit nou heel principieel kan stellen. Uiteindelijk is het turnkey contract, omdat het al zegt dat die leverancier van begin tot eind de verantwoording heeft, zou de leverancier natuurlijk altijd gewoon door kunnen gaan bij wanneer hij mee bezig is. En dan neemt hij alle risico's tot aan het einde. En dat doen de leveranciers meestal niet. En daarom gingen ze ook vaak in op onze zaken. Er zijn ook wel zaken waar ze niet opeens zijn gegaan. We zeiden, nou, dat willen we echt zo maken, want dat zijn wij gewend. Maar de voorbeelden die ik noem geven aan dat het wel degelijk gebeurde. Oké. En heeft Ansaldo Breda tijdens het project ooit gevraagd om uw betrokkenheid of hulp? Ja, ik gaf net een voorbeeld waar ze op een bepaald component niet wisten waar ze dat het beste konden aanschaffen. Omdat ze en dat kon dan wel? Hm? En dat vroegen ze ook wel? Ja. Kijk, in het begin is er, ik probeer voorbeelden voor de geest te halen. In het begin is er wel gesproken over, u had net over het turnkey contract, over de wijze van samenwerking. Hoeveel input zouden wij leveren? Gaan wij vertellen hoe ze het ontwerp moeten maken of niet? Nou, daar is wel discussie over geweest. En uiteindelijk is daar een werkwijze voor afgesproken die ook, en die was volgens het contract, waarbij wij de plausibiliteit van hun ontwerpen controleren. Want de heer Roelof zei vanochtend ook dat Ansaldo Breda nog geen ervaring had met turnkey projecten. En zijn er ook consequenties aan verbonden? Nee, voor mij was het een gegeven toen ik daar kwam dat dit een leverancier met een bepaald ervaringsniveau en een contract lag er, een turnkey contract. Uiteraard hadden wij discussie, ik zeker met mijn counterpart bij Ansaldo Breda, over de aanpak. En toen heeft hij mij ook wel eens gezegd van, goh, wij zijn wel heel erg gewend dat die nationale spoorwegmaatschappijen met ons samen dat gaan ontwikkelen. Aan de andere kant zei hij ook, en hij had daar persoonlijk ervaring in,
hebben wij ook gewoon turnkey projecten her en der geleverd. Dus we hebben beide ervaringen. En dat was zoeken. Maar dat was een discussie? Zoeken, hoe ging dat dan precies? Was het een discussie of was het uiteindelijk een gesprek waar je dan elkaar dingen uitlegt? Vooral dingen uitlegden, om elkaar te leren begrijpen waarom we op een bepaalde manier in discussie zaten. En uiteindelijk werden er afspraken gemaakt hoe we dit gingen aanpakken. En van onze kant hielden wij ons bij de uitgangspunten van het contract. En dat was dus die, zeg maar even... Verantwoordelijkheid daar beleggen, ja. En ook daar houden, niet in de verantwoordelijkheid treden. Ja. Bij die koopovereenkomst hoorde ook een planning voor de levering van de treinen. En volgens de planning zou dan de eerste trein op 1 maart 2007 worden geleverd. Verwachtte u eind 2004 dat leverschema gehaald zou worden door Ansaldo Breda? Nee, dat verwachtte ik niet. Ik heb lang over deze. Ik had deze vraag verwacht. Ik vond gelukkig van de week ook nog een interview van de afdeling Corporate Audit van NS. Van eind herfst 2000, ik meen 5. Dus toen was men al aan het kijken wat is er aan de hand. En daar wordt letterlijk opgeschreven dat ik vanaf het begin geen vertrouwen had in dat die levertijd gehaald zou worden. En dat had u ook niet? Het is natuurlijk lang geleden, dus het is voor mij heel moeilijk te oordelen wat ik dacht op het moment dat ik zeg maar echt de dag dat ik begon, of dat het een paar weken geduurd heeft of tot begin 2005. Maar toen ik dit las dacht ik, ja, ik ben daar dus destijds ook heel stellig over geweest. En ik denk ook dat, ik heb een stukje van de heer Roelofs gezien net. En toevallig een stukje over hoe lang doe je erover om een trein op de rails te zetten. En ik kon mij wel in zijn verhaal vinden. Dat was dus bij u bekend. Heeft u het ook gedeeld met de NS-directie? Met de heer Dupken, met de heer Meerstad? Ik weet niet meer wie ik dat gedeeld heb. Ik denk dat de mensen die bezig waren in het project en ook wel mijn opdrachtgevers... Uitermate, die waren goed op de hoogte dat het spannend zou worden, spannende planning is. En dat bleek ook al gelijk in het begin, want nog voordat ik kwam had, meen ik, de heer Kitsen al een eerste brief geschreven over dat de voorfase van het ontwerp, de preliminary design review documenten, niet tijdig geleverd waren. Dus dat was eigenlijk al, de inkt was nog niet droog en de vertraging was er al. Maar als je kijkt naar 3 jaar voor zo'n traject, dan kun je gewoon weten dat, zeker als je gezien de risico's die je ziet die erin zaten, de losse eindjes zaten er niet alleen voor de concessiehouder HSA in relatie tot België bijvoorbeeld, heb ik gehoord in de verhoren, maar zaten er ook in het contract. Appendix 4, het leverschema, staan een aantal assumptions in, aannamen, waarop die planning gebaseerd is. En dat is onder andere de verkrijgbaarheid van een gecertificeerde ERTMS, verkrijgbaarheid van een ATB-STM, de beschikbaarheid van testen gedurende 24 uur per dag op een spoorlijn. Als je die las, dan dacht ik, ja, deze risico's, het kan niet zo zijn dat ze geen van allen gaan voorkomen. Want daar heeft u een brief over geschreven in november 2004... Ja. En dan ziet u over voorwaarden en aannames bij dat leveringsschema, appendix 4 waar hij het over heeft. De strekking van de brief was dat u dus deze risico's zag? Ik heb volgens mij 2 brieven geschreven. Moet even kijken, u doelt nu op ik heb er eentje geschreven over wat ik net al noemde. Jongens, het stylingtraject moeten wij strakker insteken vanuit de kopende kant. Dat andere ging over de stuurgroep. Dit gaat om de brief van de stuurgroep. Ja, beide brieven waren aan de stuurgroep gericht. En die brief waar u denk ik op doelt is, er zitten hier een aantal zaken in het contract waar wij wat externe factoren kunnen zijn voor vertraging door Ansaldo Breda. En ik heb daar aandacht voor gevraagd, want ik wil de discussie met mijn stuurgroep aangaan. Ja. Hoe kunnen wij nou zorgen dat die externe factoren positief beïnvloed worden, zodat Ansaldo Breda straks geen reden heeft om het project te vertragen, om die redenen. En wat waren die externe factoren precies? Kunt u ze nog even opsommen? Ik heb ze niet allemaal, maar het gaat over het beschikbaar hebben van de spoorbaan op het moment dat je moet testen, dat je 24 uur per dag continu kan testen. Ja. Het beschikbaar hebben van een gecertificeerd ATP-system,
Dus ERTMS en veiligheidssystemen. Maar ook een belangrijke, die komt na de hand namelijk ook voor in de redenen voor vertraging, het beschikbaar zijn van een zogenaamde STM-ATB, een Specific Transmission Module. Dus dat is zeg maar een apparaat wat je aan de computer van de ETCS hangt, zodat ook de nationale beveiliging, ATB in Nederland, maar ook de TBL in België, dat die op die manier aan de ETCS-apparatuur... Het kastje wat het praten mogelijk maakt. Sorry? Een kastje zeg maar dat die beveiligingssysteem van twee landen kon laten praten. Dat ding moest ook beschikbaar zijn. Nou, ik ben wat huiverig met kastjes noemen. Het is natuurlijk heel makkelijk om een kastje in te bouwen, want er zijn een paar boutjes en dan ben je klaar. Maar het gaat om het hele ontwikkeltraject van het kastje, het certificeren van het kastje, ja. Toegelaten krijgen van het kastje. Dus meer dan het een moet kastje. Geïntegreerd ja. worden in het hele treinbesturingssysteem. Ja. Dus het is geen kastje. Ja. Het kan uiteindelijk wel een rek zijn wat je inbouwt. Maar dit specifieke systeem... ik moet het anders zeggen. ETCS is zo bedacht dat de treinapparatuur kan praten met de baan. En die treinen rijden dan vaak op een spoorbaan zoals de Hazelzuid, waar ERTMS ingebouwd is, maar moeten vaak ook nog, vooral aan het begin en het eind, op het nationale spoor rijden. Ja. En in het nationale spoor zitten nog de oude klassieke beveiligingen. We komen zo meteen nog op dit. Maar even op deze module aangepast. De bedoeling is altijd geweest dat er voor alle landen in Europa dit soort modules ontwikkeld zouden worden, die dan gekocht konden worden en aan je ETCS aansluiten. En daar bestond in dit geval een contract voor tussen Alstom en ProRail om die ATB-STM te ontwikkelen. Daar is men vanuit gegaan bij het contract sluiten dat dat zou komen, maar het bleek dat dat contract tussen die partijen nooit uitgevoerd is. Dat was de waarschuwing ja. die je stuurde aan de stuurgroep in november. Wanneer zijn uiteindelijk aan al die voorwaarden en aannames voldaan? Dat lijstje wat u... Is dat ooit gebeurd? Ja, nou aan één is er nooit voldaan. Welke was dat? Dat is namelijk dat de spoorbaan 24 uur per dag beschikbaar was voor testen. Uiteindelijk is er een gecertificeerde beveiligingssysteem gekomen. Een STM is er nooit gekomen voor ATB, want er is een andere oplossing bedacht. Er is lang over gesproken hoe dat opgelost moet worden. En ik weet even niet wat de overige... Ik geloof dat de toelatende instantie in de landen hadden 20 dagen om hun dossier te behandelen of zo. Je moet me even helpen wat het precies is, maar dat staat onder appendix 4. Ja. Maar goed, de vertraging was dus eigenlijk vanaf het begin al van bekend. U heeft ervoor gewaarschuwd en dat er ook nog allerlei zaken waren die het lastig zouden maken om die sportieve planning, zoals dat heette, te halen. Ja. Dan ga ik door naar het volgende onderwerp. De relatie met Ansaldo Breda. U was als algemeen projectmanager, de APM in de jargon, het aanspreekpunt van Ansaldo Breda. Op welke manieren onderhield u nou dat contact met Ansaldo Breda? We hadden een gelaagd systeem van contact. Hè. Dus ik heb net verteld over die deelprojecten. Daar waren mensen heel veel interactief bezig met Ansaldo Breda. Zelf had ik maandelijks wat wij noemden projectmanagement meetings met mijn counterpart in Italië, de heer Fanucci. Tussentijds werd er veel gemaild. Er werd af en toe gebeld. Wij schreven brieven. En als het nodig was, kwamen we tussentijds ook bij elkaar. Ik denk dat globaal, ik weet niet of ik iets vergeet, maar de communicatiemethodes waren. Hoe vaak bezocht u de fabrieken? We hebben een tijd gehad dat we hadden in principe afgesproken om maandelijks over en weer bij elkaar de vergaderingen te houden. Maar uiteindelijk hebben wij veelal gekozen om het daar te doen, omdat daar ook de activiteiten plaatsvonden. En het vaak makkelijk was om bijvoorbeeld als in de ontwerpfase ook de ontwerpers erbij aan tafel te krijgen of de kwaliteitsmensen. Dus gemiddeld gok ik op één keer in de maand. Kan ook zijn dat dat iets minder is, maar er zijn ook periodes geweest dat het zeker meer is geweest. Zeker in de laatste periode hebben wij veelvuldig daar de zaak gemonitord en contact gehad. En dan op 16 maart 2011 is er zo'n vergadering, een high-level meeting. En daar zitten HSA, de Belgische Spoorwegen, ProRail, Lloyds. En de heer Fanucci van Ansaldo Breda, u dus contactpersoon bij ons, is dan verhinderd. En dan vervangt u hem en dan verzorgt u ook de presentatie van Ansaldo Breda. Hoe kan dat? Ik,
Ik dacht al, ik hoop dat ik die vergadering herinnert. Ik weet de datum niet precies meer, wat zei u? 16 maart 2011. Dus dan zitten we al redelijk aan het eind van het project. Ja, ik kan mij herinneren dat het een keer gebeurd is dat hij verhinderd was. En dat het was een druk bezochte vergadering door een hoop partijen. Dat het niet mogelijk was om die op te zeggen. En toen hebben we besloten, en ik heb dat toen met wat mensen overlegd, van nou, ik ken de status van het project ook. Want ik was natuurlijk de primus inter pares met Ansaldo Breda. En toen heeft Vannucci mij gevraagd of ik de presentatie die hij had, of ik die daar wilde toelichten. Dat is wat anders dan dat ik achter beweringen sta of weet ik wat. Maar ik heb dat toen gedaan om de vergadering te kunnen... Maar is dat dan normaal? Want u moet eigenlijk dan... Uitzonderingssituatie. En werd u daarvoor betaald? Nee. Nee. Maar dus Vannucci vroeg of u een presentatie die hij zou houden zou gaan toelichten. Dat is eigenlijk wat er gebeurde. Nou, het was een... Ik moet even denken hoe dat ging. Hij kon niet zijn. Iedereen stond in de startblok om bij de vergadering te zijn. Ja. En toen is er besloten. En hij verzocht mij, kan ik die sheets toesturen en kun jij mijn deel... Mijn agendapunt, kun je dat toelichten? Want wij hadden natuurlijk veelvuldig contact. Dus ik wist de status van het project. Ik kende een aantal, dus ik kon dat toelichten. En dat is aan mij gevraagd om dat toe te lichten. Om geen extra... om die vergadering door te kunnen laten gaan. Maar moest u dan ook de kritische vragen van... stel dat de kritische vragen daarover waren aan de Italiaanse zijde... moest u die dan ook beantwoorden of hoe ging dat dan? Dat kan ik mij niet herinneren en ik kan me ook niet voorstellen dat ik dat gedaan zou hebben. Ik zou niet in de rol van mijn leveranciers hebben gezeten in dat geval. Nee, dat zou ik niet gedaan hebben. Maar kwam het vaker voor dat u Ansaldo Breda moest vertegenwoordigen? Nee. Dit was enkel deze ene keer? Dit is de enige die ik mij kan herinneren. Dan nog ook iets heel anders. Ook in 2011, er wordt een aantal van uw Twitterberichten wordt in de media opgepakt. En toen is in de media het beeld ontstaan van een levensgenieter die het in Italië er goed van neemt. Al dan niet verzorgd op Ansaldo Breda. Hoe kijkt u nu op die berichtgeving in de media terug? Ik vind het vervelend dat die berichtgeving er kwam. Ik vind het ook naïef om op die wijze te twitteren, maar ik wil wel daarbij gezegd hebben dat we spreken over een 4 jaar geleden. Twitter was er net, WhatsApp hadden wij nog niet. 5 miljoen twitteraars in 2011. Oké, maar voor mij was het nieuw. Mm-hmm. En de achtergrond van deze Twitterberichten kan ik ook wel vertellen. Met name de meeste in het oog springende, die gaat over prettige baan, zonzee drinken, ik weet het niet precies, iets in die geest. De achtergrond was dat wij met het gezin op zondagmiddag bij onze tennisvereniging zaten. En ik op reis moest en we hadden oppas nodig. En een meisje van een jaar of 16 van de tennisvereniging zegt, ik wil wel oppassen. Dat is niet tot afspraken gekomen. Later in de week heeft zij contact daarover gezocht. En dat deed ze via een zogenaamd persoonlijk bericht via Twitter. Een DM? Die geen DM was? Ik heb geen idee. Dat was een persoonlijk bericht, begreep ik. Vraag u bij de details niet, ik twitter niet meer. Een direct message. Er zijn wel politici die wel vaker in de ik weet het verschil niet hebben gezien. In ieder geval, toen heb ik gevraagd, nou ja, dat vond je toch leuk om op te passen? Ja, prachtige baan, op de bank zitten met cola en chips of iets dergelijks. En toen zei ik, hier ook prettige baan, prima voor elkaar. En voor het oppassen neem contact op met Els, mijn vrouw. U had niet door dat dat bericht door de hele wereld gelezen kon worden? Of had u dat wel door of dacht u dat de hele wereld dat niet leest? Ik stond daar niet bij stil op dat moment en dat is een goede les geweest. En ik geloof dat een hele hoop mensen ook in mijn directe omgeving en ook bij NS daar de les uit hebben getrokken hoe je met sociale media moet omgaan. Ik geef het woord aan de voorzitter. Mevrouw Vos gaat specifiek in op die berichten omdat daar veel over te doen is geweest. En daarom dachten wij dat het goed was om daar ook u een paar vragen over te stellen. Want inderdaad, dat laatste deel wat u erbij zegt, Els meldt zich nog... stond daar ook bij in die tijd. We willen even naar de ontwerpfase gaan van de trein. In de eerste fase van het VIRA-project wordt gewerkt aan de ontwerpfase van de trein. Welk deel was nou eigenlijk al klaar tijdens de aanbesteding en welk deel moest nog helemaal worden ontworpen? Dat vind ik moeilijk om daar een compleet antwoord op te geven, maar... Wat de treinenleverancier doet bij zo'n ontwerp, en zeker bij dit ontwerp, omdat er veel nieuws in zat, is hij zal voortborduren op de hem bekende ontwerpen, dus daar waar hij ervaring mee heeft.
En hij stelt samen verschillende systemen. Hij integreert verschillende systemen. Hij maakt ook keuzes uit onderleveranciers. Dus de deuren komen van de ene leverancier, de remmen van de andere, et cetera. En dat integreert hij tot een trein. En dat moet ook bestuurd worden. Computers moeten dat besturen. En daar zullen bepaalde dingen bekend van zijn geweest. Zeker dat wat zij in eigen huis gemaakt hebben en wat zij ook al toegeleverd hadden. Of ingebracht hebben, bijvoorbeeld in het consortium waar ze onderdeel van waren toen ze de zogenaamde ETR 500, meen ik dat die heet, of ETR 300, weet even niet, in ieder geval de trein die in Italië door, waar onder andere Ansaldo, maar ook Breda onderdeel van waren, later één bedrijf geworden. En zij zullen een aantal bekende systemen gehad hebben of iets aangepast hebben, zodat het voor dit ontwerp geschikt was. En er zullen ook nieuwe dingen ingezeten hebben, zeker als het gaat om treinbeveiliging en dat soort zaken. Ja, maar u zat er wat meer bovenop. Er zullen onderdelen ingezeten hebben. Kunt u dat iets concreter maken? Want in hoeverre was nou dat ontwerp van de Vira gebaseerd op de ETR 500, de hoogsnelheidstrein, waar al wat meer ervaring mee was? Of de Deense trein, waar veel problemen mee waren? In hoeverre was dat nou zo? Ik kan daar eigenlijk geen antwoord op geven, want dat is duidelijk. Dat soort details kwamen duidelijk aan de orde bij in de ontwerpfase door degene die de ontwerpbeoordelingen deden. Dat deden grote groepen ingenieurs met verschillende specialismen. En die zullen zeker gemerkt hebben dat er soms nieuwe en soms bestaande oplossingen gebruikt werden. Meer in algemeen denk ik dat ze van al hun voorgaande projecten de ervaringen meegenomen hebben. Ze hebben, ik denk van de IC4 wat minder, want het was echt een totaal andere trein. Zowel qua casco als besturing. Het was ook een dieseltrein. Ik denk dat ze daar hoogstens wat ontwerpprincipes van hoe zet je interieur in een trein en dat soort dingen. Maar minder in de echte, de zwaardere techniek van de trein. Ik denk dat ze wat meer van de hoogsnelheidstrein die in Italië rijdt, die ze daarvoor in het consortium gemaakt hebben, dat ze daarvan meegenomen hebben. Maar in het voorgaande verhoor hebben wij aan de orde gehad dat de ontwerpfase veel langer heeft geduurd dan was bedacht. En dan rijst natuurlijk de vraag, is dat nou dan een ontwerp geweest op basis van bewezen technologie of de treinen die al in ontwikkeling waren, of dat het iets totaal nieuws was, waardoor die ontwerpfase zoveel langer heeft geduurd dan in die al sportieve planning? Nou, ik denk dat je algemeen kan stellen dat ook het deel ontwerpen in die sportieve planning te sportief was. En dat het, als je geen standaard trein hebt staan die je aanpast aan het land en de infrastructuur en de gebruiken waar die dan specifiek voor gemaakt moet worden, zeg maar standaard trein waar je kleinere aanpassing, was dit een trein die opnieuw ontworpen moest worden. Als je twee uitersten spreekt. Dat daar deelsystemen in zitten die je kan hergebruiken. Of ik bedoel, hetzelfde is het deursysteem. Een deursysteem koop je bij een onderleverancier. En die deuren zitten in allerlei treinen in de wereld. Dus dat ja, is dan bestaan. Ik wil het even iets strakker hebben op dit onderwerp. Er is discussie over hoe sportief was die planning. Nou, we hebben inmiddels wel een beeld gekregen dat die planning te sportief was. Een van de eerste fases waarin dat blijkt is tijdens de ontwerpfase. Dan rijst natuurlijk de vraag, omdat de NS van plan was geweest om een bestaande trein aangepast te kopen, daar ook een aantal risico's voor heeft vastgelegd op een bepaalde manier in het contract. Turnkey, verantwoordelijkheid bij de leverancier. We willen in beginsel een bestaande trein. We zetten een aantal voorwaarden in dat contract. Maar dan vervolgens blijkt het helemaal niet zo'n bestaande trein te zijn. Dat beeld ontstaat. Kunt u daar toch even wat meer gericht op reageren? Was het nou in uw beleving een bestaande trein afgeleid van een aantal onderdelen? Of was het toch voornamelijk een nieuwe trein die ervoor gezorgd heeft dat het ontwerp zo lang heeft geduurd? Als u het zo stelt, was het een nieuwe trein. Een nieuwe trein, oké. En dat maakt het maar dus dat ook in het verschil wat u brengt. Hè? Ja. Waarbij ik de nuance dan breng dat er wel op deelsystemen bestaande zaken zijn toegepast. Hoe heeft u vervolgens dat project gevolgd als APM, als projectmanager, vanaf dat ontwerp tot het uiteindelijk ook vertalen in een prototype trein en het bouwen van de trein? Kunt u daar nog iets meer over zeggen? Hoe u dat heeft gevolgd? Op welke manier nou echt de trein zoals die was bedacht werd gebouwd tot het testen toe? Er was in algemene zin ligt er een kwaliteitssysteem van de leverancier.
Of dat nou is tijdens de ontwerpfase of tijdens de bouw en de testfase daarna. Daar waren de verschillende deelprojecten in het team aanwezig. En die hielden zich op detailniveau bezig met het volgen van de activiteiten van Ansaldo Breda. En wij hadden volgens mij, zeker in de begintijd, 2 wekelijks overleg met elkaar. En uiteraard spraken we elkaar vaker en werd er gemaild, et cetera. En werd er afgestemd hoe het liep. En dan werd er ook bekeken of er speciale acties nodig waren. Ik nam dingen mee naar mijn overleg met mijn counterpart. Soms werden er werden ook dingen gerapporteerd aan mijn stuurgroep. Door mij dan. Maar als we even dan wat meer inzoomen op dat testen. Hoe volgde u nou bijvoorbeeld dat testen om te kijken of die trein nou zoals die werd uitontwikkeld ook echt wel dat ontwerp was en dat het uiteindelijk wel een succesvolle trein zou worden? Als ik naar dat testen kijk. Hoe volgt u dat dan? Er zijn verschillende soorten testen. Als ik kijk naar de type testen, dat zijn de eenmalige testen die nodig zijn om aan te tonen dat het ontwerp voldoet aan de specificaties en daarmee ook aan de TSI's en overige eisen vanuit de autoriteiten. Was er een heel testplan met een hele hoop verschillende testen. Al deze testplannen. Per systeem wat getest werd, werd door deelproject techniek of kwaliteit getoetst op plausibiliteit. Er werd commentaar opgegeven. Mm-hmm. De communicatie erover ging via brieven. Die gingen via mijn bureau. En uiteindelijk kwamen daar definitieve testplannen. Maar ook als er getest was, kwamen er testresultaten en testrapporten. En ook die werden ons weer voorgelegd en werden beoordeeld. En als we geen commentaar hebben, dan konden we daarmee akkoord gaan. En als we commentaar hadden, vroegen we aan Ansaldo Breda om nog een aantal zaken anders te doen, anders te rapporteren. Of dat we vonden dat bepaalde zaken onvoldoende aangetoond waren. En waren dat nou echt aparte fases? Want het beeld dat lijkt te bestaan is dat op het moment dat het ontwerp werd gemaakt, dat er eigenlijk toen ook al wat werd getest. Dus eigenlijk terwijl het ontwerp nog bezig was, werd al werd al een soort testfase ingezet. Herkent u dat? Ik weet niet waar u specifiek op doelt, maar een dergelijk project kenmerkt zich wel door dingen die parallel plaatsvinden. Ja. Wil ik even wat meer duiding in, want okay. Het is uw vak. Maar wij leren dan inderdaad dat er een aantal trajecten parallel lopen. En ik wil dat even scherp krijgen hoe dat dan zit. Treinenbouw begint over het algemeen met wat we cascobouw noemen. Dat is zeg maar het geraamte van de trein. En daar begint de leverancier over het algemeen zijn proces mee in de productie. En parallel daaraan worden systemen ingekocht. Want meestal 70-80% van de systemen in een trein maakt hij niet zelf, maar koopt hij in. En dus is heel belangrijk dat bepaalde fases in dat ontwerpproces klaar zijn, zodat hij zijn spullen kan inkopen, zodat die toeleverancier van hem kan produceren en kan leveren voor als dat casco dan verder klaar is. Mm-hmm. Maar je moet ook bepaalde zaken. Misschien kan ik het aanschouwelijk maken. Ja, maar wel iets concreter, want u legt heel veel uit, dat snap ik ook. Mijn vraag is ook heel open, maar even wat meer gericht. Het is dus zo dat terwijl er wordt ontworpen, wordt er ook al wel wat getest, omdat je daar tijdwinst in maakt. Snap ik dat nou goed? Ik zie niet helemaal in wat er dan getest zou worden. Ik weet niet, ik maak uit de stoek op dat een aantal dingen parallel liepen. Dus ik wil gewoon even weten, wat is dat parallel lopen dan precies? Nou, op het moment dat de eerste trein klaar is en die kan zijn eerste type testen gaan doen, waar dan ook, dan ben je met de volgende treinen nog aan het produceren. Okay. Dus dat loopt parallel. Je bent je casco al aan het bouwen, terwijl je stoel misschien nog ontwikkeld moet worden. Okay, maar dan weet je al wel je aansluitpunten van je stoel. Daar heb je in het ontwerp al wel voorwaarden voor gesteld. Oh, zo moet ik het parallel begrijpen. Zo kunnen zaken parallel lopen. Nu heeft NSFSC op enig moment Lloyds ingehuurd om te kijken naar die bouw van de trein, om daar dichtbij te blijven. Waarom deed NS dat niet zelf? Of NSFSC of HSA? Waarom huurden ze Lloyds in? Ik zit even naar de historie te kijken. NSFSC heeft geen grote technische afdeling.
Lloyds is ontstaan toen NS haar eigen technische afdeling, en dan doe ik echt op de, niet op de onderhoudstechnische afdeling, maar op de meer fundamenteel spoorwegtechnisch georiënteerde ingenieursafdeling. Die heeft NS, toen het nog Netrain Consulting heette in de begintijd, ook van dit project verkocht. En die kennis en know-how zat dus bij Lloyds. En dat is voor ons eigenlijk vloeiend overgegaan in dat project. Oké, en daarom is Lloyds ingehuurd, omdat de expertise niet meer in huis was, ja. Maar inmiddels bij Lloyds zat. Ja. Is nou, om dit onderwerpje van die ontwerpfase af te ronden, Ansaldo Breda ooit echt ontevreden geweest over de manier waarop er werd samengewerkt in die ontwerpfase? Of herkent u dat niet? Was iedereen tevreden? Ontevreden. Ik heb dus straks volgens mij wat aangeduid over de wijze waarop we daarin met elkaar omgingen. En ja, dat is wel meer in brede zin, maar nou specifiek op dit onderdeel. Er is ook tijdens die periode, want die heeft volgens mij een bijna 3 jaar geduurd, natuurlijk heel veel gebeurd. Maar om nou specifiek te zeggen, ze waren ontevreden. Nee, staat mij zo niks bij. Dat wil ik specifiek herinneren. Had u de idee dat ze meer input wilden hebben tijdens die ontwerpfase? Dat is wat ik eigenlijk, waar ik eigenlijk net over doelde. Dat speelde ook hier, want we hebben het net wat in algemene zin, maar dat speelde zeker ook hier. Nou, ik doelde eigenlijk met name op die ontwerpfase. Okay. Op het moment dat je design reviews doet, ga je dan samen ontwikkelen of doen zij voorstellen en beoordelen wij? En daar is wel de discussie gevoerd. We zouden af en toe wat meer input willen hebben. Dat geluid kwam vanuit hun, wij zouden af en toe wat meer input willen hebben. En dat hebben we volgens mij in de marge, wat ik net ook aandoelde, zonder in de verantwoording te komen, zeker gedaan. Maar wij bleven wel duidelijk de spelregels hanteren zoals die... Contract werd leidend. Oké, dan gaan we verder over die design reviews. Dat staat in de koopovereenkomst, hè? Dus dan moet de opdrachtgever, dus NSFC en NMBS, dus de Belgische spoorwegen, die geven dan... Die keuren dan, die accorderen dan ontwerpen of delen daarvan. Is er dan ruimte om dan er daarna later nog op terug te komen als je een deel hebt geaccordeerd? Ja, zeker in deze vorm van een turnkey contract. Want het is niet zozeer een akkoord van daarmee. Laat ik het anders formuleren. Als na de hand blijkt dat het niet goed is, is het niet zo dat zij ons kunnen zeggen van ja, maar je hebt een handtekening gezet en functioneert die wel niet. U heeft geen poot om op te staan. Nee, het is een turnkey contract. Zij zijn verantwoordelijk voor het geheel. Ja. En zo werd er ook vaak in die ontwerpfase naar gekeken. Als het wat discussie was, uiteindelijk is het de leverancier die dan toch bepaalt hoe hij dat gaat maken. En dan rest er ons eigenlijk niks anders. En daarvoor hebben we ook een garantieperiode van 2 jaar na overname om te kijken of het fatsoenlijk functioneert. Overigens vinden daarvoor ook nog allerlei testen plaats, zoals bijvoorbeeld die type tests, waaruit zou kunnen blijken eventueel dat iets toch niet goed is. En dus op onderdelen geeft u een akkoord, maar dat akkoord, de betekenis daarvan is dat je alsnog, als het toch niet goed uitgevoerd wordt, kan je erop terugkomen. We hebben het nu over de designfase. Ja. En dan komt er op een gegeven moment een final design review. En betekent dan die review dat NSFC en de Belgische spoorwegen het ontwerp van de 4 hebben goedgekeurd? Nee, daar geldt nog steeds hetzelfde voor. Maar gaat het dan alleen om verborgen gebreken of ook andere zaken? De leverancier blijft verantwoordelijk voor het functioneren van de trein in deze contractvorm. Dus ook die milestone, final design review... Ja. Is een plausibiliteitstoets van de awarding authority. Wacht even, dat is dus de mijlpaal, dat is een plausibiliteitstoets. Dat is dus niet, zeg maar, een mijlpaal, alles in zin, en daarna komen we nooit meer terug. Het ontwerp is dan in principe bevroren, tenzij later blijkt dat het ontwerp aangepast moet worden, omdat de trein niet voldoet aan de eisen van het contract. En in het contract staat, en daar is Ansaldo Breda dan verantwoordelijk. Want je kunt ook niet van de mensen die de accordering moeten geven verwachten dat zij alles zien. Dat hoeft ook helemaal niet, want uiteindelijk Ansaldo Breda is verantwoordelijk. Ja, maar wat wij wel gedaan hebben, en ik neem aan dat Onno Roelofs dat ook aangegeven heeft, we hebben natuurlijk wel design reviews uitgevoerd. En dat doe je omdat het om grote projecten gaat, complexe projecten, waar vaak veel belangen zijn. En je wil niet...
En ik snap dat dat in dit project misschien raar is om te zeggen, je wil niet aan het eind geconfronteerd worden met dat er allerlei zaken risico's opdoemen. Dus je wil aan risicominimalisatie doen. Dus en daarom volg je dat zo strikt op bij die leverancier. Maar je gaat niet zijn werk doen. Nee. En je kunt ook niet zijn werk doen, want dan moet je er honderden mensen neerzetten. Ja. De Pfira zou in België en Nederland moeten gaan rijden. Hoe waren de Belgische spoorwegen nou betrokken bij het ontwerp van de trein? Moest het ook voldoen aan hun eisen? Op dezelfde wijze. Dus maar zat je dan samen zeg maar, naar die ontwerpen te kijken? Deed echt alles samen? Nee, hadden ze soms wel eens andere eisen? Er was een verdeling in systemen. Ja. Omdat we wilden voorkomen dat dat alles dubbel gedaan werd. Vanwege efficiëntie. En dus de Belgische ingenieurs bekeken bijvoorbeeld het draaistel, de tractie of de specifieke Belgische veiligheidsdelen, systemen. En Lloyds of NTC in die tijd nog deed andere systemen. Maar ik proef een beetje dat u doelt op dat er wellicht dingen niet pasten in het ontwerp. Nee, het gaat ons echt om de gebruikers van het systeem, hoe zij werden betrokken. Dus de NMBS moet op een gegeven moment ook met die trein gaan rijden. Hoe werd dan de NMBS, even redenerend vanuit de machinisten en de conducteurs, betrokken bij het ontwerp van die trein? Wat er gebeurde, is dat bij alle zaken die ontworpen werden, en met name bijvoorbeeld de cabine van de machinist, ik denk dat het een mooi voorbeeld is, daar werd ook een mock-up van gemaakt. Hè? Dus een houten, schaalgrootte, model, met alle bedieningspanelen erin. En toen is een grote groep mensen van zowel NMBS als HSA, machinisten ook, en functioneel leidinggevende van machinisten, zijn op bezoek geweest en hebben daar beoordeeld wat ze zagen, of dat het naar hun idee werkbaar was. Dus daar is men nadrukkelijk bij betrokken. En met betrekking aan uiteindelijk is dus die twee vervoerders, NMBS en HSA, hebben op een gegeven moment ook een goedkeuring gegeven aan de ontwerpen die ze toen zagen. Dat is... Of zij... Ze zijn expliciet betrokken? Toestemming of goedkeuring hebben gegeven, weet ik niet. Het is feitelijk een soort ontwerpbeoordeling die we deden. Ook een soort design review, alleen in een wat andere vorm en met nogal veel achterban die je meenam. Alle opmerkingen zijn uiteindelijk meegenomen in het ontwerp. En ik weet ook niet of alle opmerkingen meegenomen zijn en of ze allemaal hetzelfde waren. Ik kan mij bijvoorbeeld nog herinneren, er zit bij deze trein links een hele grote remhendel. Dat wilde de Belgische remingenieur er graag in hebben. De Nederlanders zijn gewend om rechts te remmen. Overigens niet bij alle internationale treinen die er rijden, maar dat is vrij gebruikelijk in Nederland. Dus daar was wel wat discussie over, maar zelfs de Belgische machinisten zeiden, moet dat ouderwetse ding er nog in. Daar was discussie over. Maar uiteindelijk is dat tot het punt gekomen. We zijn, dat ding komt erin en dan zetten we op die locatie neer. Waar staat hij nu? Waar staat die rem? Die remkraan gewoon links. Links? Ja. Belgische kant. Hoe oordeelt u over de ontwerpcapaciteiten van Ansaldo Breda? Ik denk dat zij er heel aardig in geslaagd zijn om een ontwerp te maken. Ze hebben er veel te lang over gedaan. Wat mij opviel in de... toen ik de eerste paar keer bij Ansaldo Breda was, en dat is ook niet zo raar, want in Pistoia staat de oorspronkelijke fabriek van Breda. En Breda was de mechanische deel, werd vaak in projecten door Breda gedaan. Zij waren mechanisch eigenlijk heel goed onderlegd. Ik vond daar laboratoria waar men allerlei hele ingewikkelde dingen kon testen, die je niet bij elke leverancier ziet, die vaak uitbesteed worden. Maar ook de systeemingenieurs van de treinbesturing, zeker in een later traject, waar we veel mee te maken hadden, toen bleek dat bepaalde zaken toch niet helemaal werkten of nog aangepast moesten worden. Hebben echt wel goed werk geleverd. Ik denk dat het ontwerp heel aardig in elkaar zat. Maar het heeft te lang geduurd. Het heeft te lang geduurd. En wat zijn daarvan de oorzaken dat het zo lang duurde? Ja. Gaf Ansaldo Breda wel voldoende prioriteit aan dit project? Het ligt een beetje aan de fases van, het is natuurlijk lang geduurd, dus in verschillende fases speelden verschillende zaken.
Wij hebben wel eens twijfel gehad over de juiste prioriteit gegeven werd. Ik kan me herinneren dat we dat... We hadden op een gegeven moment reguliere meetings met de directeur erbij. En daar werd dat echt op tafel gelegd. Toon nou eens aan waar de capaciteiten van je fabriek aan besteed worden. En dan was dat meestal doordat ik dat geëscaleerd had. Vanuit mijn deelprojecten kreeg ik dat natuurlijk te horen. En werd dat op de agenda gezet. De vraag is alleen of dat het echt een gebrek aan prioriteit was. Ik heb dat eigenlijk nooit zo goed kunnen duiden of dat werkelijk aan de hand was. En werd het misschien ook veroorzaakt door aanvullende wensen van de van Belgische zijde en van Nederlandse zijde? Dat probeerde ik zoveel mogelijk te voorkomen. Maar goed, als iets moet, dan moet het. Dat klopt. Dat klopt helemaal. Maar die hebben we dan ingebracht tijdens de ontwerpfase. Daarna is men gaan bouwen. En pas later, toen de treinen eenmaal ook al reden, of het nou een proefbedrijf was of een testbedrijf van, onder verantwoording van Ansaldo Breda, of bijvoorbeeld de geleende treinen bij HSA, kwamen er wel langzamerhand, maar dat is natuurlijk ook weer een paar jaar later, dat men zei, goh, kunnen we dat toch niet op die manier doen? Er was ook gewijzigde regelgeving op enig moment. Dus dan kwamen er wel degelijk andere voorwaarden die gesteld moesten worden. Dus. Hoeveel van de vertraging is nou verklaarbaar, zeg maar? En hoeveel van de vertraging is, snapt u niet, maar ligt ergens bij Ansaldo Breda? Kunt u zoiets inschatten? Die vraag hebben wij ons gedurende het hele project gesteld. Omdat wij continu wilden weten wat wij noemden de autonome vertraging van Ansaldo Breda was. Dus niet... met de oorzaak, zoals zij stelden, bij externe factoren. Mm-hmm. Daar hebben we op delen, zijn we daar wel op ingezoomd, om dat te analyseren. Maar uiteindelijk is die discussie nooit finaal gevoerd. Die is steeds geparkeerd tot uiteindelijk komen we tot een eindafrekening van de boetebedragen, want dat hing aan die vertraging vast. Maar daar is nooit een finale discussie over geweest of beoordeling. Zijn er nog stappen ondernomen om die vertraging te beperken in die ontwerpfase? Wat wij gedaan hebben op enig moment is, en dat werd geïnitieerd op basis van discussies die ik met mijn stuurgroep had, is bijvoorbeeld extern bedrijf laten kijken naar de planningscapaciteiten van Ansaldo Breda en of hun planningen wel, zoals dat zo mooi in het Engels heet, feasible waren, maakbaar. We hebben ook steeds aangedrongen op maatregelen om dingen parallel te doen. Of bijvoorbeeld, en ik denk dat u daar nog wel nadere vragen over heeft, maar op enig moment is er ook besloten om treinen alvast de fabriek in Pistoia te laten verlaten en op een andere locatie productie aan te plegen. Om te zorgen dat het niet opstokte daar in die locatie. Dus op allerlei momenten in het project hebben we geprobeerd in overleg met Ansaldo Breda mitigerende maatregelen te bedenken om toch maar zo snel mogelijk zaken voor elkaar te krijgen. Geprobeerd, maar het is niet gelukt, hoor ik dat u ook zeggen? Soms wel, soms niet. Maar per saldo heeft het veel te lang geduurd. Was de planning voor de ontwerpfase 1 jaar, was het niet veel te ambitieus voor het project? Was het ambitieus? Ik zou nog even na te denken over wat u zei over die vertraging. Dat het eigenlijk nog steeds niet helder is geweest wat nou echt vertragingsaspecten waren. De autonome vertraging en wat nou op een andere manier is ontstaan. Is dat niet vreemd? Eigenlijk begrijp ik uw vraag niet helemaal. Hoezo bedoelt u? Is dat niet vreemd? Nou, u zei, we zijn er eigenlijk nooit achter gekomen wat nou... hoe het in die vertraging nou zat. Of wat nou de autonome vertraging was. Of wat nou misschien door andere factoren kwam. Hadden jullie het daar dan over? Aan zijde van de Awarding Authority, om onze positie te bepalen, hebben we dat wel geanalyseerd. Uiteraard ook met Ansaldo Breda zelf. Kun je wel deze vertraging toerekenen aan een bepaalde oorzaak? En zeker wat Ansaldo Breda uiteraard probeerde was dat te doen aan te liëren aan externe oorzaken. Mm-hmm. Die dus volgens het contract op ons bordje zouden komen. En wij wilden daarom heel graag weten wat de autonome vertraging was. Dus wat bij hun in hun verantwoordelijkheidsgebied, zeg maar even in hun fabriek met hun onderleveranciers, de oorzaken waren.
En dan is eigenlijk lopend het project steeds aan de orde geweest, afhankelijk van de fase, maar ook de soort externe factoren die speelden. Ik kan me herinneren in 2005 dat wij een hele discussie hadden over vertragingen. Dat begon eigenlijk al in februari. En de ontwerpenfase was vertraagd, de start van de productie was vertraagd ten opzichte van de planning die in het contract stond. En daar sprak ik met Ferrucci over en ik zei, ik wil dat jij een nieuwe planning levert. Je bent vertraagd, dat heb ik ook met mijn stuurgroep overleg over gevoerd. Volgens mij is er zelfs toen eind maart, volgens mij 30, 31 maart, zijn er ook mensen op bezoek geweest in Italië van de directies. En toen heeft de directeur van Italië, van Ansaldo Breda nog verklaard, er is geen vertraging. En als die er is, halen we die in. Mm-hmm. En dan kwam ik bij de projectleider en dan zei ik, maar er is vertraging, ik wil een nieuwe planning. Uiteindelijk is die planning geleverd. En dat was de eerste echte nieuwe planning na contract. Er is wel een tussenversie geweest. Maar, en die is mij op 20 juni toegestuurd. 2005. Op de planning stond overigens de datum 30 mei. Maar die is mij op 20 juni toegestuurd. 'S avonds per e-mail. Oké. Dus de planning. En ik denk dat u begrijpt waarom ik daarop terugkom. Dat de planning over de vertraging was vertraagd. Ik heb gelijk een brief geschreven dat ik mitigerende maatregelen wenste en dat zij volgens het contract dat er ook bij zouden moeten leveren. En ik wilde de redenen weten. En de redenen waren, de nieuwe spoorweg werd per 1 januari 2005. En het feit dat zij ATB, de STM waar ik het net over had, niet op de markt verkrijgbaar was. Ja. En toen heb ik gezegd, dat zijn twee externe factoren volgens het contract. Die hangen aan appendix 4 vast als aanname voor de planning. Ik wil graag een planning hebben zonder die volgens Ansaldo Breda opgenomen vertraging als gevolg van die externe factoren. Ik wil je eigen planning weten van je autonome proces. Die hebben ze op 20 juli gestuurd. En toen bleek er een vertraging over van 7 maanden. Over die vertragingen hebben wij ook gesproken met de heer Roelofs. En die gaf aan dat hij op een bepaald moment zijn zorgen uitte over die vertragingen, over de planningen. Maar dat hij daar in de stuurgroepvergadering eigenlijk niet zoveel van terugzag. En dat hij zich daar op een bepaald moment ook een beetje over beklaagd heeft. Over het feit dat hij niet terugzag dat wat hij aangaf als een zorgpunt, vertraging in het begin, dat bij die stuurgroep al voldoende bekend was. Hij las er in ieder geval niks van terug. U heeft in het voorgesprek dit ook voorgelegd. Daarom heb ik ook uitgezocht wat er in die periode precies gebeurde in volgordelijkheid. Wij hadden allemaal zorgen over die planning in ons projectgroep. Dus de heer Roelofs, maar ik weet zeker ook de andere leden van het project. Het was bij mijn stuurgroep bekend dat er vertraging optrad. Dat heb ik ze ook gemeld. En hoe dat in de verslaglegging terecht is gekomen, weet ik niet. Misschien ook niet elke maand exact. Maar mijn opdracht was, zorg voor een planning volgens het contract. En daarbij zorg dat de autonome vertraging bekend wordt. En wat deed u? Had u dan doorzettingsmacht om te zorgen dat er ook wat gebeurde? Of was het alleen uiteindelijk maar... heb ik na eindeloze discussie... Het was natuurlijk heel moeilijk met Ansaldo Breda als hun CEO eind maart tegen de directeuren van NBS en NSFNC, ik weet niet precies wie er waren, en waarschijnlijk ook HSA, zegt er is geen vertraging. En ik moet een dag later met mijn counterpart, maar er is vertraging en ik wil een planning. En uiteindelijk heb ik die planning gekregen in juni. Door naar de volgende fase. De volgende fase, het bouwproces. We hebben wat vragen over de productie van de Vira. Kwaliteitsinspecteurs van de Belgische Spoorwegen en van Lloyds, die volgden dat proces. We hebben vanochtend de heer Jonkers gehoord en de heer Roelofs. En die hebben op allerlei momenten, na een keuring, hebben ze een handtekening gezet. Wat is de betekenis van die handtekening die dan die kwaliteitsinspecteurs zetten? Ik weet nog dat ze een stempel gemaakt hebben met de letters no-no. En ik weet niet meer precies wat de afkorting betekende, maar er zat in ieder geval no objection in. En dat is precies wat het betekent. Geen bezwaar om verder te gaan met de productie. Dus dat was een manier om het af te vinken, zeg maar. En wat is in dit geval dan het verschil tussen een witness point en een holding point? Bij een witness point... Ik weet niet in hoeverre dat precies toegelicht is vanmorgen, maar in het hele productieproces van Ansaldo Breda zijn allerlei werkbeschrijvingen, zijn kwaliteitsdocumenten, hoe het werk gedaan moet worden.
En die heeft dan Sander Breda allemaal voorgelegd aan de inspecteurs. En de inspecteurs zeggen, op dat moment wil ik langskomen, daar wil ik eens kijken. En dat doen ze door het aangeven van die zogenaamde witness en holding points. Bij een holding point, voor al die punten moet de leverancier aangeven dat die punten gaan komen. Dus bijvoorbeeld in de week voorafgaand aan de volgende week of 's ochtends dat er 's middags iets aankomt. Dat ligt een beetje aan de afspraken die in detail gemaakt worden. Op het moment dat er een witness point is en de inspecteur is er niet, mag men door. Op het moment dat er een holding point is, mag men niet zomaar door, tenzij de inspecteur expliciet aangeeft dat hij er niet bij zal zijn en dat ze door mogen gaan. Dus als er een heleboel witness points zijn en er zijn toevallig geen inspecteurs, dan gaan ze gewoon door met het productieproces. Ja. Maar dan kan het dus zijn dat je zaken gemist hebt als kwaliteitsmanager. Het zijn sowieso steekproefinspecties. En die, als zij akkoord gingen met zijn handtekening, betekent dat dan, gingen ze dan akkoord met de geleverde productiekwaliteit? Ze gingen akkoord met het feit dat er uitgevoerd was conform die werkbeschrijving, die Italianen noemen ze dat een manufacturing en inspection plan, MIP. Daar gingen ze in principe mee akkoord. Dus het was een soort procescontrole. Ja. Maar men was niet voor niks ter plekke. Men keek ook wel degelijk naar de materie zelf. En daar kwamen dan vaak ook opmerkingen over van, goh, waarom doe je dit nou zo, et cetera. Dus daar kwamen wel, en men, op die manier ontdekte men ook afwijkingen. De zogenaamde non-conformities, die werden heel vaak tijdens die inspecties gevonden. Ja. Dus zo'n krabbel betekent, het is gedaan volgens het boekje, maar dat betekent nog niet dat het goed is. En daar kom je dus achter tijdens een inspectie. Nou, op het moment dat je een inspectie doet en je merkt dat er iets niet in orde is, dan wil je dat de leverancier een non-conformity report schrijft. Sterker nog, je gaat er eigenlijk vanuit dat zijn eigen kwaliteitsafdeling dat geschreven heeft. En als dat er niet is en je bent het niet ermee eens, dan moet je afdwingen dat die non-conformity rapportage er komt. Want die gaat namelijk met dat product mee tot aan het eind. Ja, maar dan is de vraag dus of je van alles wel een non-conformity rapportage hebt. Want vanochtend hoorden we ook wel van de heer Jonkers dat ze vaak uitnodigingen kregen voor die inspecties als ze net op weg terug waren naar Nederland. En dat ze dus veel van die witness points hebben gemist. Heeft u nou het idee dat uw kwaliteitsinspecteurs genoeg inzicht hebben gehad gewoon in de productie om die bouw goed te kunnen volgen? Er is een werkwijze afgesproken in het begin en die is uitgevoerd. En als daar Dus dan ga je als het ware een mate van inspectie van hun eigen kwaliteitssysteem opzetten. Dat daar zaken zijn gebeurd als kan niet op tijd aanwezig zijn, of dat nou met voorbedachte raden door de leverancier is, dat kan. Ik kan me wel herinneren dat we daar wel eens discussie over hadden. Je moet vroegtijdig gaan melden. Dat waren ook de momenten dat ik interveneerde en zorgde dat het op de agenda of de kwaliteits deelprojectleider of ikzelf met mijn counterpart af probeerde te dwingen dat de afspraken eerder gemaakt werden over die keuringen. Dus dat is zeker gebeurd, maar we hebben er ook proberen maatregelen voor te nemen dat het minder zou gebeuren. Maatregelen, maar de heer Roelofs zei dat het schier onmogelijk is om alles te controleren. En dat is dan ook aangetoond doordat er verschillen zitten tussen treinen. We hebben het vanochtend uitgebreid over gehad. De heer Meerstad zei dat ook, hè? Dat de kabels in de ene trein daar liggen en de andere trein liggen ze daar. En de heer Roelofs zei dat komt omdat je niet alles kan controleren. Je controleert, je doet geen 100% keuring. Dat kan ook niet. Maar jarenlang wordt er gecontroleerd door die mannen van Lloyd's. En hoe kan het dan dat je tijdens die jarenlange controles niet ziet wat er dan bij een analyse in 2013 wel uitkomt? Nou, was die controle in 2013 dan zoveel uitvoeriger? Ten eerste is het zo dat je gewoon niet alles kan zien. Hè? Zoals u net ook refereert wat de heer Roelofs gezegd heeft. Omdat je een steekproefcontrole doet. Aan de andere kant, ik weet niet op welke resultaten van keuring in 2013 u doelt. Op welk specifiek. Ik heb hier horen vertellen dat de luchtleidingen bij de ene trein links lagen en bij de andere rechts. Of de persdrukleidingen. Dat zou me zeer verbazen. Dat zou me echt zeer verbazen. Dat
dat had gezien moeten worden op enig moment, ook later nog. Dus er zullen zeker op details... Door wie had dat gezien moeten worden? Dat had het inspectieregime van ons wel gezien. Of het nou was tijdens de productie of tijdens PTLF-keuringen. Als het om dergelijke grote zaken gaat, als je kunt zien. Dat kan niet anders. Het is wel zo, ik heb daar de afgelopen dagen toch wel over naast te denken. Hoe kan je dat zeggen? Het is wel zo dat deze trein uit twee halve treinen bestond. Twee halve treinen. Als je die naast elkaar zet met de neuzen naar je toe. Het waren exact dezelfde treinen. Als je dan er een trein van maakt, dan zet je de andere aan de andere kant tegenover. Dat betekent als je door de trein kijkt dat de eerste vier rijtuigen, de halve trein, alles wat links zit, bij de volgende rechts zit. Dus ik weet niet of daarop gedoeld wordt. Ik weet wel van andere voorbeelden uit de tijd van 2013, dat er in bepaalde locaties bij een trein de ene keer een bepaalde kabelboom voor iets langs gelegd werd en bij de andere achter iets langs. Ik kan me herinneren dat de mensen die toen die keuringen gedaan hebben van de NS Task Force, mij zo'n voorbeeld hebben voorgehouden. Daar hebben we ook van gezegd van ja, dat is anders. De vraag is of dat ernstig is. Heb je er last van in het onderhoud? Heb je er last van bij het functioneren van de trein? Hoe erg is het? Maar zegt u nu dat al die punten die dus in 2013 eruit kwamen, dat die gezien hadden moeten worden door uw kwaliteitscontroleurs, maar dat het niet erg is wat daar is geconstateerd? Nee, dat zeg ik niet. Nee, ik zeg eigenlijk twee dingen. Je kunt niet alles zien, omdat je geen 100% controle doet, maar steekproefcontrole. En ik ging even in op uw opmerking over na de hand zijn er bepaalde dingen gezien. En ik heb natuurlijk ook geluisterd naar wat het afgelopen weekje daarover gezegd is. En een aantal dingen vond ik wel, werden op zodanig beeld geschetst over bepaalde componenten van de trein, dat ik me daar niet bij voor kon stellen dat die zo compleet anders zouden liggen. Ik ben overigens niet betrokken geweest bij die controles in 2013. Bij de PTLF? Sorry? Nee, bij de controles in 2013, zegt hij. Als op een gegeven moment die treinen van de baan zijn gehaald en al die fouten alsnog geconstateerd worden. Ik ben niet bij de keuringen gedaan of het zicht van de trein wat de NS Taskforce heeft gedaan na het uitdienst nemen van de treinen. Maar u was wel bij de Permission to Leave Factory. Ja. Daar was u wel. Ik was er niet altijd bij, ik was er af en toe wel bij. Ja, daar komen we zo meteen nog op. Heel belangrijk is het kwaliteitsmanagement systeem van Ansaldo Breda. Er zijn toch veel fouten en zaken aan de orde geweest. Functioneert dat systeem dan naar uw indruk voldoende? Het ligt er een beetje aan op welke aspecten. Het kwaliteitsmanagement systeem beslaat heel veel aspecten van... Op de uitvoering. We hebben vanochtend gehoord dat het op papier voldeed. Maar dat is nog wat anders dan... Er waren met regelmaat, ik denk in grote lijnen, dat het wel voldeed. Als ik daar nu naar kijk. Er waren wel vaak discussies over de mate waarin men zich hield aan hun eigen procedures. Ik kan me herinneren dat wij op enig moment ging het over inzetbaarheid van medewerkers. Dat je wel goed moest opletten dat bepaalde soort medewerkers ook wel gekwalificeerd waren voor hun activiteiten die ze moesten doen. Met name de inspecteurs en de deelprojectleider kwaliteit moesten erg veel inspanning plegen om daar die zaken onder de aandacht te brengen bij Ansaldo Breda. De Jonker zei vanochtend dat het kwaliteitsmanagement systeem was op papier in orde, maar de uitvoering was niet goed. Onderschrijft u dat? Ik denk wat ik net gezegd heb, dat zijn woorden zijn voor wat ik net op een iets andere manier zei. Ja. De heer Jonker zei ook dat er al verder werd gebouwd aan de serieproductie toen de tests nog bezig waren en niet alle tekeningen af waren. Dat was een discussie die net ook even was. Wist u dat? Dat zal verder gaan. Even nog een keer, wat werd er gezegd? De Jonker zei, ze gingen al verder met die serieproductie, maar nog niet alle tekeningen waren af. Dus degene die die trein in elkaar moesten zetten, die hadden nog geen tekeningen om verder te gaan. Wist u dat? In algemene zin of waren er voorbeelden dat dat gebeurde? Ja, in die beginfase. Zij zagen dat op een gegeven moment mensen aan het bouwen waren zonder tekening. Ik kan onderschrijven wat hij zegt, dat gezegd zou hebben dat
dat er geproduceerd is zonder dat alles al klaar was. Dat zei hij in een... Alleen, het is niet zo dat, ik zeg alles klaar was. Daarom stel ik ook die vraag, dat, volgens mij was dat niet in de algemene zin, maar is dat in de opstartfase van de cascobouw, is dat wel aan de orde geweest. En welke consequenties heeft u daar als algemeen projectmanager aan verbonden? We hebben de productie niet echt stop kunnen zetten. Had dat gemoeten dan? Nou, nee, dat hoeft niet zozeer, want het heeft... uiteindelijk zijn die controles van de gereden producten wel gedaan op basis van die werkbeschrijving, die manufacturing inspection plans. Dus uiteindelijk heeft men wel de eindkeuringen kunnen doen van hetgeen wat er toen geproduceerd is. En daar hebben we toen bij gelaten. Alleen het ging niet destijds toen helemaal volgens de regels van het spel, namelijk dat je pas een trein in elkaar gaat schroeven als je een werktekening hebt. Ja, maar ik zou hem niet zo algemeen willen stellen dat het algemeen gold. Er zijn voorbeelden waarbij dat voorgekomen is. Oké. Een NS-delegatie, daar zat ook de heer Van As bij, die was toen directeur van Netrein, die kwam in 2006 en 2009 de fabrieken van Ansaldo Breda bezoeken. En hij zou toen gezegd hebben dat er nooit een goede trein uit deze fabriek zou kunnen komen. Stemde dat overeen met uw eigen indruk van die fabrieken van Ansaldo Breda? Nee. Waarom niet? Waar is dat het verschil? Nou, ten eerste heeft hij dat niet tegen mij gezegd. Nee. Ik geloof dat hij dat naar de hand in een boekje geschreven heeft. Dat was toen niet mijn indruk. Ja. Ik denk als wij er met z'n allen overtuigd van waren dat er geen fatsoenlijk product uitgekomen hadden, dat we met z'n allen aan de bel getrokken hadden. Dat was zijn indruk, maar niet de indruk van de mensen die op dat moment, dus van uw team. Nee, wij hadden heel veel moeite om Ansaldo Breda te laten doen wat ze moesten doen. In die periode speelde met name de tijdigheid. De tijdigheid was in die jaren eigenlijk het belangrijkste thema. En wij hadden allemaal het idee dat dit tot een goed product zou moeten kunnen leiden op dat moment. Nou, het ging om meer dan de tijdigheid van het project. Want van die kwaliteitsinspecteurs kreeg u regelmatig, elke week, kreeg u weekrapportages. En daarin stonden heel vaak kritische signalen over de bouw en de kwaliteit. Bijvoorbeeld dat voorbeeld over bouwen zonder tekeningen. Openstaande punten die niet goed zouden worden opgelost of helemaal niet opgelost zouden worden. En dat er ook weinig voortgang te zien was. Wat deed u nu met die signalen? En welke consequenties verbond u eraan? Er waren heel verschillende soorten signalen, maar in eerste instantie werd dat door de deelprojectleider kwaliteit opgepakt. En dat werd met de kwaliteitsmanagement van Ansaldo Breda besproken. Dat was de heer Heijsen? Ja. Maar die gingen dan praten met elkaar? Nou ja, die probeerden oplossingen te vinden, ja. Zodat met name daar waar afwijkingen ontstonden, bijvoorbeeld non-conformities, dat die zo snel mogelijk afgehandeld zouden moeten worden. Want als je op een gegeven moment zo'n hele hoos aan die dingen hebt staan, dus lijsten vol, dat lijkt op een gegeven moment onbeheersbaar te worden. En die non-conformities, die kun je op een paar manieren afronden. Ene is dat je zegt van, goh, hier moet iets veranderen aan het ontwerp. Het kan ook zijn dat je zegt, hey, hier is een productiefout gemaakt. En dan moet je ook vooral zorgen dat het daarna niet nog een tweede keer voorkomt. Of je zegt, ja, dit is niet zo erg, dit kunnen we wel zo laten zitten. En dat wordt dan bevestigd door de engineeringsafdeling van Ansaldo Breda. Wat er toen gebeurde was, dat er erg veel van want die productie kwam op stoom op dat moment, dat er erg veel van die non-conformities waren. En uiteindelijk is daar later, en ik weet niet precies wanneer, is er specifieke actie op gedaan om, ook door Ansaldo Breda, op ons aangeven, om zo snel mogelijk nou eens die non-conformities te behandelen en te zorgen dat je, want anders was je al zover in een gereed product, dat je sommige dingen misschien niet eens meer kon wijzigen. En daar is toen wel actie op ondernomen om dat sneller te doen. Maar zoals met heel veel dingen in dit project, het was met hangen en wurgen. Hangen en wurgen. Maar je had weekrapportages, daar zat ook een management samenvatting bij, maandrapportages. Deelde u die ook met de stuurgroep? Dus de heer Dupken, de heer Meerstad? Ik weet niet helemaal hoe de verdeling was. Volgens mij, werden dit soort stukken vrij breed verspreid. Dat zowel NMBS als in Dublin. Ik weet zeker dat die ook naar Dublin werden gestuurd. Maar die integrale weekrapportages van onder andere de heer Jonkers. Met al die problemen, uitroeptekens erin.
Dat weet ik niet zeker. Dat zou ik moeten checken hoe wij daar in de logistiek mee omgingen. Maar er werd vrij veel doorgezet naar verschillende partijen. U bent de algemeen projectmanager. Dus u bent zeg maar het trechterpunt zeg maar, van beneden naar boven. Dat weet u toch wel? Ik weet niet zeker of wij in die periode alles altijd één op één doorstuurden naar een vaste verdeellijst. Dat zou ik moeten checken in het e-mailverkeer, want we hebben e-mail gedaan. Wat wel gebeurde, sowieso, want u vraagt bijvoorbeeld naar mijn stuurgroep. Er werd altijd over kwaliteit gerapporteerd in de stuurgroep. Of er bijzondere zaken waren, of er geëscaleerd moest worden. Dat was wel onderdeel van de rapportage aan de stuurgroep. Maar de stuurgroep was op dat moment, die werd op de hoogte gehouden van de problemen die er waren met kwaliteit, het bouwen zonder tekeningen. Tot op dat niveau wist de stuurgroep hoe het daar aan toe ging in de fabriek? Ik weet niet ik kan niet zeggen tot welk detailniveau dat bekend was bij de stuurgroep. Er was natuurlijk naast de stuurgroepoverleg, werd er natuurlijk veel overleg gepleegd. Ik had met name erg veel contact met NSFSC. En daar werden zaken wel doorgesproken over hoe we dingen moesten gaan aanpakken. Dus ja, er werd wel veel gecommuniceerd over wat de bevindingen waren. Overigens lagen die weekrapporten zeker ook in Ierland. In Ierland lagen de weekrapporten, maar de vervoerde HSA, was die nou op de hoogte van de zorgen die er toch waren op de werkvloer? Nee, ik denk dat ik weet het ook niet zeker, want het gaat weer over die verdeellijsten. Ja. Maar ik vermoed dat HSA daar niet direct bij betrokken was. En vindt u dat ze op de hoogte hadden moeten gehouden worden? Er is toen gekozen om, zeker als het gaat om de productie van de treinen, dat werd gemanaged door de deelprojectleider kwaliteit met zowel de NWS als de mensen van Lloyds. En daar had HSA geen rol in. HSA was zijn eigen operatie aan het voorbereiden. Dat zijn keuzes die toen gemaakt zijn. HSA was zijn eigen operatie aan het voorbereiden. Die waren met andere zaken bezig, maar niet zozeer met wat er gebeurde met de kwaliteit van de treinen op het niveau van de fabriek. Nee, klopt. Was ook niet voorzien. Ik probeer even. Het was ook niet voorzien. Nee. En de heer Van Dijk, was die nog gealarmeerd? Want hij moest uiteindelijk die treinen kopen. Ik denk dat wij uiteindelijk door. Ik weet niet of hij gealarmeerd was. Uiteindelijk hebben wij maatregelen genomen. Ook de deelprojectleiding kwaliteit. En ik op mijn niveau. Om te zorgen dat een aantal zaken zouden veranderen. En zoals ik het net ook al aangaf. Daar waar wij allerlei zaken zagen die leiden tot non-conformities. Hebben we gezorgd dat die uiteindelijk ook opgelost werden. Nou, niet dat wij ze zelf oplosten, maar dat Ansaldo Breda ervoor zorgde dat daar, ik weet niet precies de aantallen, maar op enig moment waren er honderden van die non-conformities. 500. En die zijn uiteindelijk sterk gereduceerd. 250. Ik weet niet welke trein u doelt of welke periode, maar in ieder geval hebben we gezorgd dat ze sterk gereduceerd zouden worden. Maar we hebben dat vanochtend genoemd, een hele zak met onvervulde beloftes. Ik weet niet of u dat nog hebt gehoord, want nee. U bent de hele tijd met Anselde in gesprek over non-conformities, dingen die nog moeten. We hebben vanochtend gehoord van de heer Jonkers dat dat wel aangekaart werd, maar dat het heel vaak niet werd opgelost. En dat je dat als het ware meesleept door het project heen, dat de klopt. Onopgeloste problemen. Dat klopt. En dat komt ook overeen met wat ik volgens mij net zeg. Op een gegeven moment is er wel degelijk een actie geweest en volgens mij is dat in de periode geweest. Ik denk dat het in de periode 2008-2009 is geweest, gok ik. Is er heel veel werk besteed aan het oplossen van die open items, die open non-conformities. Uiteindelijk, het resterende deel bleef over, die kwam uit bij die PTLF-keuringen. En dat was een flink deel, dat zei de heer Jonkers vanochtend. Dat hij dus de problemen die hij al veel eerder zag, die zag hij weer opduiken. Op het moment zeg maar, dat die trein gekeurd moest worden om de fabriek te verlaten. Dat klopt. En toen is ook weer heel veel aandacht besteed aan die non-conformities. En uiteindelijk zijn de PTLF-keuringen geëindigd met diverse lijsten met zaken die nog gedaan moesten worden. En daar zaten ook een aantal non-conformities op. Ik heb niet meer nagekeken hoe de verhouding was tussen de aantallen.
Maar uiteindelijk zijn er wel open items geweest bij de PTLF-keuringen. En de heer Jonkers zei, dat had ik niet. Ik had die trein niet de fabriek laten verlaten met zoveel open items. Wat vindt u daarvan? Ja, daar hoort volgens mij... daar hoort volgens mij enige uitleg bij over PTLF en hoe wij dat op dat moment zagen. Een PTLF betekent letterlijk Permission to Leave Factory. Dat is dus een hele fysieke daad. In het kader van het kwaliteitssysteem, maar ook contractueel zaten er gevolgen aan, namelijk betalingen en dat soort zaken, was het een hele belangrijke milestone. En op het moment dat de eerste 2-3 treinen, overigens was ik op dat moment niet aan boord, maar ik weet wel ongeveer hoe dat gegaan is, waren er enorme lijsten met open items. Sterker nog, trein 1 zat geen eens interieur in en stoelen. Die werd gewoon als testtrein gebruikt, want de type testen moesten gedaan worden. Trein 2 zat al wat interieur in en trein 3 zat redelijk vol. Die hebben wel een PTLF-keuring ondergaan, pro forma, maar hebben nooit het predicaat gekregen PTLF-keuring geslaagd op dat moment. Die treinen zijn de fabriek verlaten, die hebben type testen in Nederland gedaan, zijn ook weer teruggegaan. Later, vanaf, en ik denk dat het vanaf trein 4 dus was, of hoe dat toen precies ging, hebben we heel veel keuringen laten doen, PTLF-keuringen, en we hadden er heel veel open items in. En we hebben tegen Ansaldo Breda gezegd, die gaan niet het PTLF-predicaat krijgen. Dan moet je nog meer oplossen aan je open items. Dat is op dat moment echt losgekoppeld van de locatie waar de treinen waren. Dus ze hebben wel de fabriek verlaten in Italië. Maar officieel hebben ze de fabriek niet verlaten omdat ze naar een Nederlandse fabriek gingen en daar dan alsnog zonder die PTLF-keuring stonden. Ze mochten wel versleept worden en dat had een aantal redenen. Omdat er moesten nawerkpakketten uitgevoerd worden, omdat er uit de type testen waren allerlei engineeringswijzigingen voorgekomen die doorgevoerd moesten worden. Dus er was een pakket aan wijzigingen. Dat noemden ze volgens mij ook het PTO-package op enig moment. Maar de productie in de fabriek in Pistoia moest doorgaan. Er kwamen treinen achteraan. En hoe moest je dat nou, op welk moment moest je dat nou invoeren in die productie? Toen hebben zij gekozen om een productielocatie in Piacenza te gaan gebruiken. En zijn er ook treinen daar naartoe gesleept. En hebben ze daar een hele hoop afgebouwd. Dus een hele hoop van die non-conformities en openstaande items. En ook dat package waar ik het net over had doorgevoerd. Datzelfde voor de treinen die in Amsterdam stonden. Ze hebben als het ware Amsterdam gebruikt als een soort eigen productielocatie. En dat vonden we op dat moment een goede keuze om eigenlijk het geheel te optimaliseren qua productielocatie. Maar had Denemarken niet hetzelfde gedaan? Die zaten ook maar te wachten op die IC4's. Die hebben uiteindelijk besloten om de boel maar naar Denemarken te verslepen, om het daar af te maken. Dat was in het jaar daarvoor ook gebeurd. Is dat niet precies hetzelfde? Daar zijn de Denen niet gelukkig van geworden. Ik weet niet of de Denen wat die precies gedaan hebben. Wij hebben in ieder geval de treinen toen nog niet afgenomen. Niet PTO afgenomen? Nee, maar toen... Nee, inderdaad. Maar ze stonden al wel in Nederland? Een aantal stonden in Nederland. Ondanks dat ze dus niet door die zogenaamde Permission to Leave Factory mijlpaal gekomen waren. Nee, maar daar vonden wij dat ze nog niet voldoende voor af waren. Sterker nog, NSFRC heeft altijd een standpunt gehanteerd en overigens ondersteunt ook de NMBS. In principe worden deze treinen alleen maar overgenomen zonder open items. Dat is altijd het uitgangspunt geweest van het hele project. Komen ze meteen inderdaad nog op. Okay. Ik ga nog even een aantal andere vragen stellen over de koopovereenkomst. Daarin zijn de eisen vastgelegd waaraan de eisen moeten voldoen, waar we het net over hadden. Een groot deel daarvan zijn de functionele eisen. Heeft u net uitgelegd wat een functionele eis is. Stel dat er een meningsverschil was tussen het projectteam van Ansaldo Breda over de verdere invulling van die eisen, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de afwerking, en die van NSFRC, van u. Had u dan de mogelijkheid om uw wensen aan Ansaldo Breda op te leggen? Of moest uiteindelijk u dat aan Ansaldo Breda dan overlaten als u het meningsverschil had over bijvoorbeeld afwerking? Ja. Over het algemeen was redelijkerwijs vastgelegd in het kwaliteitshoofdstuk van het contract, het zogenaamde QAAT, appendix 3, hoe daarmee om te gaan. Zowel procesmatig als mede in de specificaties hoe bepaalde afwerkkwaliteiten moesten zijn. Dat heeft met name toen het met name over afwerking ging van bijvoorbeeld interieur,
heeft dat tot heel veel discussie geleid. Daar hebben we ook, dat is een voorbeeld waarbij we ook de gebruiker HSA, hè, want de klanten van HSA zouden in die trein moeten zitten, bij betrokken hebben van kom mee kijken hoe wij dit nou moeten beoordelen. En toen hebben we toen is er een soort fotoboek gemaakt, mm-hmm, als oplossing om aan te geven op basis van welke criteria de kwaliteitsafdeling van Ansaldo Breda zou moeten keuren. En op basis van ze dus ook de trein aan ons zouden moeten aanbieden. En dan zouden wij ook op basis van dezelfde criteria onze inspecties doen. Dus ja, discussie, maar we hebben een modus gevonden, in dit voorbeeld een modus gevonden, om toch een bepaalde kwaliteit te kunnen afdwingen. Maar als ik het gewoon even zwart-wit vraag, moest je nou uiteindelijk, had Ansaldo Breda het laatste woord? Dit is onze definitie van kwaliteit en jullie niet? Of heeft NSFC het laatste woord? Daar waar, ik kan daar niet eenduidig op antwoorden, want we hebben nooit treinen definitief overgenomen. En als er discussie was, stonden ze op de open itemlist. Dus die finale discussie en dus ook wat daaruit is gekomen, heeft nooit plaatsgevonden. Want als wij vonden dat iets niet kon en Ansaldo Breda vond dat het zo kon, stond het op een lijst. En we hebben nooit definitieve treinen overgenomen. Dus daar, tot dat moment is het nooit gekomen. U heeft nooit definitieve treinen overgenomen? We hebben nooit een PTO gehad. Daar komen we straks op. Sterker nog, daarna komt ook nog een FTO na 2 jaar. Die is helemaal niet plaatsgevonden. Die is nooit gekomen. Had u nou voldoende sturingsmogelijkheden richting Ansaldo Breda om te zorgen dat die trein van voldoende kwaliteit zou worden gebouwd? Eigenlijk zoals net al aangegeven, we hadden deelprojecten zitten op de verschillende aspecten. Of het nou de techniek was, het ontwerp of naar de hand de kwaliteitsinspecties. Er zijn keuzes gemaakt om op een bepaalde manier daarmee om te gaan in het kader van de Turnkey-overeenkomst. We hebben bij het ontwerp hebben we bepaalde onderwerpen of bepaalde systemen hebben we als speerpunt gedefinieerd. Dat wil zeggen dat die nadrukkelijker in de diepte beoordeeld zouden worden. In de productie zijn er steekproefcontroles gedaan, daar hebben we het net over gehad. En dat is steeds uitgangspunt geweest van het project en is ook steeds blijvend gehanteerd. En op die manier is er gewerkt, dat was ook mijn opdracht. Ik vraag dat omdat de heer Jonkers vanochtend had over het showtje van bij een bepaalde bezoek van leidinggevende de witte handschoentjes werden aangetrokken en helmpjes opgezet werden. En alleen maar voor het bezoek van de top. Ik kan me overigens wel voorstellen, ik kan me nog wel herinneren dat dat eens een keer gezegd is, dat het op die manier gebeurde. Ik kan mezelf geen witte handschoentjes herinneren. Het is overigens in het algemeen zo dat er altijd wel, als er directeuren komen, dat zo'n bedrijf zich daarop voorbereidt. Ik kan me dit specifieke met witte handschoentjes echt niet herinneren. Maar het geeft wel aan, denk ik, dat het feit dat het genoemd wordt, wil zeggen dat er zorgen waren over de wijze waarop Ansaldo Breda haar eigen kwaliteitssysteem serieus nam. En dat kan ik onderschrijven. U had zelf ook zorgen over het kwaliteitssysteem? Nou, de wijze waarop ze daar consequent aan gevolg gaven. En daarom dat wij ook vaak maatregelen namen om actie af te dwingen of navolging af te dwingen. U zegt ze waren niet consequent in hun kwaliteitsmanagement systeem. Dus je kon er niet op bouwen dat altijd dezelfde kwaliteit werd geleverd. En dat voorbeeld van die witte handschoentjes is daar er misschien één van. Nou ja, ik kan niet precies op de witte handschoentjes ingaan, want ik weet niet precies wat daar wel of niet gebeurd is. Maar ik stel het meer algemeen dat Ansaldo Breda moeite had om consequent haar eigen kwaliteitssysteem op te volgen. En dat blijkt dan ook uit wat de heer Jonkers gezegd heeft. En daar waren wij met name het deelproject kwaliteit heel druk mee bezig. En daar hebben we ook maatregelen op genomen. We hebben op een gegeven moment ook bepaald dat er niet om de week gekeurd zou worden, maar wekelijks. We hebben ook zelfs periodes gehad dat lag een beetje aan de intensiteit van de productie overigens. Maar dat we ook 2 man hadden. We hebben zelfs hele specifieke delen die met name herstelwerkzaamheden aan laswerk, kan ik me herinneren, waar we twijfels hadden over de herstelmethodieken, zijn we nadrukkelijk op ingegaan. Daar zijn onderzoeken naar gedaan, zogenaamd niet-destructief onderzoek. Dus we hebben steeds moeten, het ging niet vanzelf bij Ansaldo Breda, ja. We hebben steeds moeten actief, zij waren zelf weinig proactief, zij waren volgend. En dus moesten wij actie ondernemen. Heeft u dan tijdens het project ooit overwogen om Ansaldo Breda bij de bouw directer aan te sturen? Om het project een beetje vooruit te helpen om toch die borging te krijgen van kwaliteit?
En daarmee wellicht het risico te nemen dat je in de verantwoordelijkheid zou treden van Ansaldo Breda? Nee, dat was, het was, de opdrachtgevers wilden dat wij continu op afstand, zonder in de verantwoording te blijven, aan te sturen. Dat is het uitgangspunt geweest van het project en is het ook tot het eind toegebleven. Maar dan zit u eigenlijk de manager met hand op de rug? Nou, nee, het kost een enorme inspanning. Het kost een enorme inspanning. En uiteindelijk zijn ook een hele hoop zaken aan het eind opgelost. Waar ik het net ook over had, de hoeveelheid open items. Met heel veel moeite en het heeft gewoon veel te lang geduurd. Een ander aspect is, maar dat heeft minder met de kwaliteit te maken dan met zeg maar de boetebepaling in het contract. Als een project zo lang duurt en je hebt de maximum van je boetes bereikt, ja, dan is dat drukmiddel ook weg. Dus je kwam op een gegeven moment in de situatie dat het wel heel moeilijk was met waar kun je nog op sturen. U kon eigenlijk weinig sturen. Daar komen we straks op. Ik geef het woord aan de voorzitter. Ik kijk even naar de tijd. Ik stel voor dat we 10 minuten schorsen. En dan zien we elkaar om 4:05 terug.
Ik heropen de vergadering. Het verhoor vervolgt. En ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Meneer Leeuw, we gaan verder op de vertraging en de boetebepalingen. Daar hadden we het net al kort even over. De bouw van de treinen duurt veel langer dan in de koopovereenkomst staat. Die treinen worden pas 5 jaar na afspraak geleverd. Pas in 2012 in plaats van 2007. Welke mogelijkheden heeft u nou gehad om ons al door Breda bij te sturen in het bouwproces om verdere vertraging te voorkomen? Eigenlijk waren die mogelijkheden beperkt, ook gezien de aard van het contract. Maar we hebben wel steeds in elke fase van het project, waar de dingen niet goed liepen of duidelijk was dat er vertraging zou optreden, geanalyseerd wat daar aan de hand was. En daar hebben wij op gemonitord. Maar wat heeft u nu gedaan? Sorry, u heeft het heel vaak over analyseren, monitoren, bespreken. Wat heeft u nu gedaan? U bent algemeen projectmanager. Nou, misschien aan de hand van voorbeelden. Ik noemde u het voorbeeld al, als men niet goed wist in de ontwerpfase waar men bepaalde spullen moet halen, hebben we daarover gesproken. Er is een periode geweest waarin zij de grootste moeite hadden met bepaalde componenten te krijgen om die in te bouwen in de trein. Toen hebben wij hun hele supply geanalyseerd en zijn we er bovenop gaan zitten om te zorgen dat er de juiste dingen, om ook te kijken of die leveranciers betaald werden. Daar bleek op een gegeven moment uit dat zij slechte betalers waren naar hun toeleveranciers. Dat heb ik geëscaleerd, dat is in mijn stuurgroep terechtgekomen, of in ieder geval in Ierland. En toen zijn er ook nog afspraken gemaakt uiteindelijk om bepaalde betalingen te doen, zodat zij weer ruimte hadden om hun onderleveranciers te betalen. Dus dat was het spel waarin wij zaten en is een voorbeeld van hoe je dan toch dingen kon doen om te zorgen dat zij hun zaakjes gingen regelen. Het spel, voorbeelden, maar uiteindelijk spreken we nog steeds over 5 jaar vertragingen. En u zei ook net dat wij nog steeds niet weten waar de vertraging nou aan Zalde Breda lag en waar het aan eventueel externe oorzaken lag. Nu hoorden wij vanochtend de heer Roelof zeggen dat Zalde expres mistig deed over de vertraging die eigenlijk bij hen zelf vandaan kwam. En een beetje zat te wachten tot ERTMS kon gebruikt worden als vertragingsexcuus voor hun eigen slechte planningen. Deelt u die analyse? Ja, het was duidelijk. Dat in het kader van de positie die je had, of wij dat nou als awarding authority hadden of als Zalde Breda, uiteindelijk voor de financiële afwikkeling van het geheel dat duidelijk moest worden, dat het op enig moment duidelijk zou worden wie welke vertraging veroorzaakt had. En dan Zalde Breda speelde uiteraard daarbij op de externe factoren, zoals ik net ook al aangegeven. Maar wat doe je dan? Iedereen heeft dat door, dat er dat spel, dat strategische schaakspel, noemde de Roelofs dat vanochtend. Wat doe je dan? Wat kan je dan doen? Zorgen dat je zodanige informatie krijgt dat je in ieder geval weet wat de autonome vertraging van Zalde Breda is. En daar hebben we ook steeds op gestuurd, zodat we dat wisten. Zodat je uiteindelijk bij de afrekening wist of het aan hun lag. En parallel daaraan doorgaan met de zaken die je volgens het contract ook gewoon moest opvolgen. Controleren of zij wel deden wat ze moesten doen. Maar Roelof zei dat het niet terecht was dat zij dus onder die vertragingsboete zouden uitkomen vanwege ERTMS. Omdat het aan hunzelf lag en hun eigen slechte planning. Bent u het daarmee eens? Ik weet niet wat u precies op doelt, maar ik denk dat voor ERTMS gold specifiek. Maar ik denk dat je algemeen kan stellen dat hun autonome vertraging door hun eigen proces, niet door externe factoren, al zodanig groot was op enig moment. Dat ze al aan de maximum van een boete zaten. En dus konden ze er sowieso niet aan onderuit komen. Dus in die zin begrijp ik wat hij zegt. Maar
En wacht even, u zegt ze hadden dermate veel vertraging dat ze aan het maximum van die boetes zaten. Waren die boetes opgelegd? Zijn er boetes opgelegd voor de vertraging? Ja, die zijn geclaimd. Op enig moment, en ik weet niet precies wanneer dat was, maar volgens mij was dat eind 2010. Toen kwam ik net weer aan boord in mijn tweede deel van het project. En toen is er geclaimd. Er zijn ook afspraken gemaakt dat er voorlopig betalingen ingehouden zouden worden. Bij PTO dan, een bepaald percentage. Dus daar is wel wat mee gedaan. Overigens deed ik dat niet zelf, maar dat deed meestal NS Financial Services in Ierland. Ja, maar u werkte voor NS Financial Services. Zijn die boetes nu opgelegd? Wat bedoelt u met opgelegd? Nou, laat ik het anders formuleren. Waren die boetes nou een effectief instrument om Ansaldo te prikkelen om beter zijn best te doen, om op tijd klaar te zijn? Nee. Als ik nu terugkijk, heeft dat geen zin gehad. En wat de reden daarvan was, weet ik niet. Uiteindelijk was duidelijk dat ze aan hun maximum zaten en dan zijn ze helemaal uitgewerkt. Dus het is gebleken dat het geen effectief middel was. Dus er zitten boetes in het contract die opgelegd worden bij vertraging of andere zaken, die zijn uiteindelijk gewoon uitgeput. Maar ik heb nog steeds niet helemaal scherp, zijn ze nou opgelegd, ja of niet? Nee, in die tijd. Ik snap niet helemaal wat u bedoelt met opgelegd. Of ze geïncasseerd zijn of geclaimd? Geïncasseerd. In zoverre dat daar waar betalingen hebben plaatsgevonden voor, ik denk de APTO-treinen, maar nou zou ik het in detail moeten nazoeken, zijn er inhoudingen gedaan vanwege de vertraging waarbij de afspraak was, en dat heeft volgens mij is dat vastgelegd in het addendum van eind 2010, dat er bij de definitieve overeenkomst over de vertragingen, wat pas later zou zijn, die heeft namelijk nooit plaatsgevonden. Want er heeft nooit een PTO of FTO plaatsgevonden. Dus er heeft nooit een eindafrekening plaatsgevonden. Maar er zijn wel bedragen ingehouden bij betalingen vanwege de vertraging. Was pas achteraf, maar Nee, dus op het moment dat de APTO-treinen overgenomen werden. Toen zijn er betalingen ingehouden, maar u zegt net zelf dat die boetes geen effectief instrument zijn om die vertraging of geen effectieve prikkel zijn om vertragingen te voorkomen. Want we zitten al in 2010. Precies, als je terugkijkt blijkt dus dat dat geen effectief middel is geweest. En kan je die prikkels dan niet zo maken of anders maken dat ze wel prikkelen om je best te doen, of dat ze dus wel een leverancier aansturen om geen vertraging te hebben? Nou ja, wij hadden in ieder geval de prikkels in het contract ten aanzien van de boetes zoals ze er waren en ze bleken niet effectief te zijn. Ze zijn dus eigenlijk nooit gebruikt als prikkel. Dat is eigenlijk wat we kunnen concluderen. Die boetes hebben nooit gefunctioneerd als prikkel. Ik weet niet of Ansaldo Breda ze gevoeld heeft als prikkel. Alleen wat ik zeg is dat als je erop terugkijkt nu, blijken ze niet effectief te zijn geweest. Want er is een enorme vertraging opgetreden. Dus zijn die prikkels niet effectief geweest. En nog even samenvatten, wat heeft u nou precies gedaan om die vertraging te voorkomen? Volgens mij heb ik net aangegeven dat als er vertragingen waren, afhankelijk van de fase waarin het project zat, en er waren bepaalde oorzaken, en soms moest je daarin graven in de organisatie bij Ansaldo Breda, probeerden wij daar aandacht voor te vragen. En soms zelfs, zoals ik net aangaf, dat bleek dat toeleveranciers van Ansaldo Breda niet betaald werden en daarom leveringen uitbleven en daardoor de spullen niet in de treinen gebouwd konden worden, dat op dat moment geëscaleerd is en er ook een oplossing is gevonden om een betaling te doen, zodanig, overigens daar ben ik daar niet van, dat beslissen de opdrachtgevers NMBS en NS Financial Services, om mogelijkheden te creëren zodat die onderleveranciers wel hun spullen zullen leveren. Ja, dus dan gaf u een suggestie. En toch, welk deel denkt u nou dat van de vertraging is nu te wijten, de autonome vertraging, zoals u dat noemt? En welk deel is dan te wijten aan externe oorzaken van die 5 jaar? Ik vind dat heel moeilijk. Ik heb begrepen dat er vanmorgen 1/3, 2/3 genoemd is. Ik vind dat heel moeilijk. Dat was over wat anders, maar Ik ving iets op van 1/3, 2/3 en ik dacht dat het daarin zat. Maar ik vind er zijn wel degelijk externe zaken geweest die ook tot vertraging hebben geleid.
Alleen, er zitten nogal wat afhankelijkheden in om dat te kunnen bepalen. Op het moment dat er een spoorlijn ligt en er is geen trein, dan is duidelijk dat zij, dat Ansaldo-Breda te laat is. En Ansaldo-Breda heeft natuurlijk altijd geargumenteerd, die spoorlijn is toch te laat, dus ik hoef niet op tijd die trein klaar te hebben, dat hoeft pas als die spoorlijn klaar is, want dan kan ik pas testen. En zo zaten er allerlei argumentaties en afhankelijkheden in. Ja. En ik vind het erg moeilijk om nu een uitspraak te doen over hoeveel procent autonoom en hoeveel procent van de vertraging door externe factoren is. Ja, u bent projectleider, u bent de spil, zeg maar, van het hele project. Kon u die vertraging nou niet voorkomen? Nee. Een gedeelte van die vertraging? We hebben er alles aan gedaan met een hoop mensen in alle fases van het project om te zorgen dat er zo min mogelijk vertraging opgelopen werd. Sterker nog, als u niets had gedaan, dan was er nog meer vertraging geweest. Is dat wat u zegt? Die durf ik ook niet aan, om die te bevestigen. Wij hebben er in ieder geval alles aan gedaan om te zorgen dat daar waar we konden, de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Maar dat laat onverlet dat er een enorme vertraging is opgetreden. Nou, we hebben net geconstateerd dat die boetes niet echt werkten. Maar is er ooit in het project overwogen om de afspraken over de planning heel strikt te handhaven en bijvoorbeeld nakoming af te dwingen bij de rechter? Of de nakoming van de planning inzet is geweest, maar er is in 2009, dat is overigens niet in mijn periode geweest, maar ik weet daar globaal wat van, is er gedoe geweest rondom wat al dan niet door Ansaldo-Breda gedaan moest worden om de treinen af te leveren. Dat ging over de zogenaamde treinbaan integratietesten. Dat was iets wat in Nederland nog niet in de regelgeving stond toen het contract gesloten werd, maar na de hand wel bleek dat je dat moest doen. En dat was de argumentatie van Ansaldo-Breda. De argumentatie van NS Financial Services was, dat hoort gewoon bij het afleveren van het toegelaten trein en Fit for Use trein. Daar is blijkbaar heel lang over gediscussieerd en uiteindelijk wilde men de uitvoering van die testen en het leveren van fatsoenlijke planningen, dat waren de twee onderwerpen die toen speelden, heeft men af willen dwingen via een kort geding. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan en toen is er uiteindelijk toch een afspraak gemaakt. Later is er in 2012 ook een kort geding aangespannen door de Awarding Authority tegen Ansaldo-Breda. En dat ging over het leveren van requests for changes op een... Maar uiteindelijk over de vertragingen waar we het nu over hebben en dus de manier waarop de boetes werken over de vertragingen is niet een rechtszaak gevoerd. Uiteindelijk als dwangmiddel omdat die boetes niet werkten. Niet dat ik weet, nee. Meneer Roelofs zei dat het gebruikelijk was dat boetes voor vertraging zo'n 5 à 10% van de contractwaarde zijn. Hoe zat dat bij de V250? Ik heb er niet meer nagekeken precies, maar volgens mij zat er een totale boete, maar dat was over meerdere dingen, niet op de vertraging, maar ook over de bedrijfszekerheid en dat soort zaken van 20% in het contract. Maar ik weet het niet zeker, dat moet nagekeken worden. Zo ongeveer de orde van grootte van 20% boetes van het totale bedrag zou maximaal kunnen worden opgelegd bij vertraging. En eigenlijk... Nee, ik zeg... De totale, ik weet niet, het getal niet zeker, zeg ik. En het was voor de totale verplichtingen waar boetes op stonden. Dus niet alleen de vertraging is boetes, maar ook bijvoorbeeld boetes op niet leveren van de bedrijfszekerheidsgetallen en zo. Dat soort zaken. Dus het was meer dan alleen de vertraging. Dus ik moet u dit getal schuldig blijven, dan zou ik in het contract moeten kijken. Dat heb ik niet bij me. Een van die uitgangspunten van de koopovereenkomst was dat per 1 juli 2006 op de HSL, dus die infrastructuur, getest kon worden. En die baan is dus pas op 1 juli 2009 klaar. En dan vanaf 2009 test Ansaldo-Breda op de HSL. Maar die HSL is niet zo vaak beschikbaar als ooit was afgesproken, namelijk 24 uur per dag en volgens mij 7 dagen per week. Hoe vaak kon er wel in de praktijk getest worden? Volgens mij konden we 2 nachten in de week testen, meen ik mij te herinneren. 2 nachten in de week? Tenminste, we als Ansaldo-Breda, want zij voeren hun type testen uit. Ja. En waarom lukte dat niet om meer beschikbaarheid van die baan te krijgen? Blijkbaar, overdag wordt er gereden. Er werd toen gereden volgens mij met Thalys en vervangende treinen. Even, ik weet niet in welke periode we precies praten, maar dat was in ieder geval overdag werd er gereden. Ja. Dan kun je niet met testtreinen daar gaan rijden.
Zeker in die type testperiode. En 's nachts vindt veelvuldig onderhoud plaats door Infraspeed aan de lijn. En uiteindelijk bleek dat er 2 nachten in de week beschikbaar waren voor testen. Dat is wat ik me kan herinneren aan de capaciteit die beschikbaar werd gesteld. Ja. Ik heb inderdaad hier het contract. De boetes en de LCC-garantie zijn gelimiteerd op 20% van de totale serieprijs. Dat zegt u wat, vanwege vertraging. En 10% van de totale serieprijs vanwege onvoldoende betrouwbaarheid van de treinen en dat soort dingen. Dus dan zijn we, klopt het dan dat er een totaal is van 30% op het totale bedrag voor boetes? Ik zou het moeten lezen hoe het er precies staat, maar ik heb in mijn geheugen zitten dat er 20% als totale boetebedrag in staat. Maar, dus niet nog eens 10% erbij, maar als u het voorleest en het is plus plus, dan is het plus plus. Maar ik zou het zelf moeten nalezen. Oké. Ik geef het woord aan de voorzitter. Ja, want ik houd me toch wel even bezig wat u zegt. Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoeveel procent van de vertraging nou aan saldo Breda te wijten is. Maar kunt u nu bij benadering daar een inschatting van maken? Ik vind het erg moeilijk. We hebben gedurende verschillende periodes bij het project hebben we dat proberen te analyseren. Dus ik kan nu geen inschatting geven. Maar het lijkt zo'n, ik denk dat heel veel mensen die meeluisteren een soort onmacht zien. In eerste instantie is ten aanzien van die ontwerpfase al een enorme vertraging ingelopen. Wat daarvan het aandeel van wie was, dat is dus blijkbaar niet duidelijk. Later nog een keer. Wij hebben heel veel rapportages gelezen over er wordt hier gebouwd zonder tekening. Grote zorgelijke dingen. Ik moet zeggen dat ik zag dat u een beetje glimlachte toen mijn collega aangaf die witte handschoentjes. Nou, toen ik het las, dacht ik, bij mij kwam niet een glimlach op. Dat ik denk, dus, er lopen mensen door die fabriek. Houten metoten komen binnen. Iedereen trekt handschoentjes aan, doet helmen op, doet druk. De houten metoten lopen de fabriek uit en handschoentjes weg, helmpjes af en niemand is er meer. Dat staat in die rapportage en u glimlachten een beetje en dan denk ik, jongens, eindeloze vertraging en het ademt, wat u zegt, een soort onmacht. Wat heeft u nou kunnen doen om dat tij te keren? We hebben dat tij niet kunnen keren. Nee, helemaal niet. We hebben dat tij niet kunnen keren. Er bleek dat er onvoldoende middelen waren om Ansaldo Breda zover te krijgen om niet die vertraging keer op keer maar weer te laten inlopen. Of te laten uitbreiden. En dat is ook gebleken als je terugkijkt. We hebben alles geprobeerd wat in de mogelijkheden lag vanuit het contract. Alleen daar zaten beperkingen aan, daar hebben we het nu net over gehad. En dat is wat ik ook toen straks zei, dat ook daarvoor gold met hangen en wurgen proberen toch maar te zorgen dat er uiteindelijk treinen staan. Ja, maar wanneer sloeg u nou met uw vuist op tafel, wanneer er rapportages naar u toe komen, weekrapportages met ze bouwen hier zonder tekeningen. En dat iemand door die fabriek loopt met leidinggevende zeggen, volgens mij iemand, een expert, hè, die zegt, uit deze fabriek komt nooit een goede trein. En ondertussen duurt het maar en duurt het maar en duurt het maar. U heeft niet eens een beeld welk deel van die vertraging is nou aan Ansaldo Breda te wijten. En het duurt maar en het duurt maar. Wanneer zegt u nou en nou is het klaar? Wij hebben heftige discussies met Ansaldo Breda gevoerd. Dat beeld was nog niet, hadden we nog niet zo herkend. Dat u heftige discussies had. Wij hadden heftige discussies. Okay. Ik kan mij nog herinneren. Hoe zagen die er dan uit? Ik kan ze wel fysiek maken voor u als het daarom gaat. Ik kan mij een van de eerste keren herinneren dat er een enorme vertragingsmelding kwam. En dat ik mijn laptop dichtgeklapt heb en daar die zaal uitgelopen ben. En ook duidelijk aangaf dat we daar niet van gediend waren. Wij hadden ook discussies over planningen waarbij Vanucci en ik voor een whiteboard stonden. En ondanks dat de Italianen het vrij gebruikelijk vinden om elkaar ook aan te raken, nogal op een flinke toon tegen elkaar tekeer gingen. Dus het was niet zo dat wij dat, dat wil niet zeggen dat dat altijd tot een oplossing liep, of dat dat de manier is, maar om aan te geven dat wij niet zomaar dat lieten gebeuren. Alleen het gebeurde wel. En zeker als je nu terugkijkt, en dat is heel frustrerend. En met name omdat uiteindelijk de middelen die je had zeer beperkt waren. En je was wel op zoek naar die middelen.
Je probeerde iets te doen. U gebruikte een paar keer het woord escaleren, maar dat heb ik begrepen. Escaleren in de zin van, we leggen het niveau hoger. Maar ik hoor u nu zeggen, af en toe escaleerde het ook echt. Alleen, ja. Er gebeurde nog steeds niks. Jazeker. En in hoeverre waren uw opdrachtgevers daar nou een beetje door vooruit gebrand om er echt wat aan te doen? Want ik begrijp dat die boetes ergens in 2010 pas echt een ding werden. Maar toen was iedereen al eindeloos te laat. Die treinen zouden eerst 2007, 2008. En dan praat iedereen een beetje over boetes. Denk ik, praat over boetes? Die trein moet komen. De reizigers zitten daar al jaren op te wachten. Toch gek? Ik begrijp uw vraag niet helemaal. Had u niet op een moment echt het idee met uw opdrachtgevers van, jongens, hoe gaan jullie er met mij voor zorgen dat ik me niet zo machteloos voel? Of niet zo machteloos ben? Nou goed, daar zijn dus oplossingen voor gecreëerd, zoals ik net noemde, met zo'n addendum of afspraken over bepaalde deelbetalingen. En dat waren de mogelijkheden die vanuit de stuurgroep aangereikt werden om in ieder geval het proces doorgang te laten vinden bij Ansaldo Breda. Maar het lijkt een beetje alsof toen werd het ingewikkeld en u had dus heel vaak de druk opgevoerd. Maar wat we dan teruglezen is dat er vooruit betaald werd. Want u zegt, op een bepaald moment werd er dus geld gegeven om de leveranciers te betalen. Dat lijkt bijna een soort oplossing. Maar de oplossing was dus, er ging geld naartoe. In plaats van dat het sneller ging. Nou ja, om in ieder geval, nee, om te zorgen dat er niet nog verdere vertraging optrad. Okay. Volgens mij moet je hem zo formuleren. Okay. Ik ga naar mevrouw Bergman. Ik wil nog even teruggaan naar het moment dat er een inspectie is geweest voordat de treinen de fabriek verlaten. De heer Jonker zei vanochtend daarover van dat het beter zou zijn geweest als de treinen nog langer in de fabriek zouden zijn geweest. Kijkend naar de grote omvang qua afwijkingen. Waarom is dat toch niet gebeurd? De eerste twee of drie treinen hebben de fabriek verlaten omdat het noodzakelijk was. De eerste richting Velim voor engineeringstesten en de andere richting Nederland en België voor typetesten. Sorry dat ik u onderbreek, maar dan ga je al in de fase van testen. Maar meneer Jonker zei, de treinen waren eigenlijk nog helemaal niet klaar om de fabriek te verlaten. Ja, de vraag hij had is ook nog nooit gezien, zoveel openstaande punten. Hij zegt, dat heb ik in mijn carrière nog nooit gezien. Dus mijn vraag aan u is, waarom zijn die treinen nog niet wat langer in de fabriek gehouden? Maar doelt u nu op die eerste twee, drie treinen of op wat daarna gebeurde? Want daar zit wel een wezenlijk verschil tussen. Daarom begin ik met die eerste drie treinen en wil ik ook over die andere treinen wat zeggen. Ik laat u even uitpraten. Oké. Die eerste drie treinen zijn echt bedoeld om het typetestprogramma te starten. En dat duidelijk was dat die, waar we het net ook over hadden, die HSL beperkt beschikbaar was, was het noodzakelijk op dat moment, in afwijking van deel van het contract, om die treinen naar de gelegenheid te geven om die treinen naar Nederland te slepen, om daar het typetestprogramma te gaan starten. Die treinen hebben geen PTLF gehad in het kader van de milestone van het contract, maar die hebben wel fysiek het terrein van Ansaldo Breda verlaten, naar Nederland en België. Later, die treinen die waren compleet nog niet af, zoals ik net noemde. De eerste trein zat geen interieur in, et cetera. Later zijn er PTLF-keuringen gedaan en waren er veel open items, dat klopt. Wij wilden in principe vasthouden aan in principe geen open items dan PTLF. Ja, het doel was nul. Zei het doel was nul, daar wilden we ook aan toegeven. Inmiddels was de druk natuurlijk groot aan het worden om treinen te leveren. Want HSA stond onder druk om snel hun concessie te gaan uitvoeren. En hadden we ook overigens het verzoek van Ansaldo Breda of zij niet op een andere locatie de open items konden gaan oplossen, zodat er wel tot een volledige PTLF kon worden overgegaan. In eerste instantie hebben ze hun treinen in een tussenstap naar Piacenza gebracht en hebben ze daar een hoop uitgevoerd. Zowel wat ik net noemde, de PTO-package, als ook een aantal andere open items en de NCR's, et cetera. Maar ze hebben ook treinen naar Nederland, want ze konden ook Watergraafsmeer gebruiken. Ja, maar u erkent dus even dat er veel openstaande punten waren. U zegt daarover, maar er was druk. Dat die treinen sneller de fabriek zouden verlaten. En kwam die druk vanuit HSA? We wisten sowieso gedurende het hele project, even los van dat specifieke moment, dat er haast was. Ik ervaarde druk. Van wie kwam die druk? Ja, die,
Die kwam natuurlijk vanuit Nederland, waar een concessie, dus vanuit HSA, dat was de concessiehouder. En als het specifiek ging over die treinen de fabriek in Pistoia verlaten, daar stelde Ansaldo Breda van ja, ik kan hier wel een hele hoop van die productie gaan doen, maar dan stroopt de treinen die erna komen op. Ik heb ruimte nodig, want dat proces moet doorgaan. En daarvoor, toen hebben wij uiteindelijk het besluit genomen, ja, je mag je treinen ook elders afbouwen. Ja, en de heer Jonkers, dat wil overigens nog niet zeggen dat die PTLF-milestone gepasseerd is. Nee, dat is, heeft u eerder uitgelegd. Ja. De heer Jonkers zei wel van dat hij ook kenbaar had gemaakt van deze treinen zijn gewoon nog niet klaar om de fabriek te verlaten. U zegt vanuit druk heb ik eigenlijk dat proces niet tegengehouden. Vanuit uw rol als bedoelde hij dat van die eerste drie treinen of later? Want dat is volgens mij een groot verschil. Over trein 4 waren er ook heel veel openstaande punten. Ja, ik had ze liever ook laten staan, maar op dat moment waren er afwegingen. Maar het is belangrijk om van u ook te horen wat u graag had gewild. Hè? U bent daar projectleider. Ik sta achter wat we toen gedaan hebben, want op dat moment was de beste maatregel om zo snel mogelijk die treinen af te krijgen. Op basis van wat Ansaldo Breda ons liet zien, een extra productiecapaciteit, de Piacenza en het gebruik maken van de mensen. En ook de teams zouden ze daarvoor organiseren om wat te doen. Leek ons dat het beste. En hebben we dus gezegd, doe het maar op die manier. Ja, dat helpt ons het beste. Ja, dus u zegt, u had liever zelf ook gehad, net zoals de heer Jonkers, dat die treinen wat langer in de fabriek zouden zijn gebleven om nog meer van die openstaande punten op te lossen. Dat is niet gebeurd. U zei net dat dat ook kwam vanuit druk vanuit HSA, vanuit de concessie. Hoe gaat zoiets? Krijgt u dan een belletje vanuit HSA van jongens? Nee. Hoe werkt dat? Dat was op het laatst wel heel sterk. Van dan en dan hebben we zoveel treinen nodig. Maar dit speelde iets eerder. En dan was er gewoon een algemene druk. Duidelijk dat er was discussie. Dat las je ook in de kranten. Hoefde eigenlijk HSA bijna niet voor nodig. Van, er moest zonder invulling aan die concessie gegeven worden. Dus dat voelde je wel op een indirecte manier. Ja. Maar je heeft dus zeg maar niet tegengehouden dat de treinen nog langer verbleven in de fabriek. Ondanks dat er signalen kwamen van de kwaliteitsinspecteur, die zei, doe dat nou niet, heeft u dat proces niet tegengehouden? Degene die de deelprojectleider techniek en kwaliteit op dat moment was ook aanwezig bij de bespreking die we hadden daarover. Waarin wij besloten hebben, dan heb ik het niet over die eerste treinen, daar was ik niet bij. Maar later in het proces, ik weet niet of het trein 4 was of later, houdt u mij te goede, hebben wij met elkaar besloten na een stevige discussie met Ansaldo Breda over hoe ze dat dan gingen doen, dat ze wel treinen elders mochten afbouwen. Ja, dus, en afbouwen klinkt alsof er nog heel veel moest gebeuren, de restpunten oplossen. Ja, dus in ieder geval, de treinen verlieten de fabriek, hoewel er nog veel openstaande punten waren gemiddeld. En u gaf aan dat vanuit druk die werd ervaren, u dat proces in ieder geval niet heeft tegengehouden, maar dat u wel een pittige discussie heeft gehad met Ansaldo Breda. Ja. Okay. Dan gaan we naar een andere periode van het overnemen van de treinen. Namelijk in mei 2012 neemt NSFNC de eerste treinen voortijdig over. En we noemen dat APTO, Anticipated Preliminary Takeover. Dat wil zeggen dat de treinen voortijdig worden overgenomen, maar ze voldoen nog niet aan de koopovereenkomst. Ze zijn nog niet toegelaten, er zijn nog steeds openstaande punten. De Belgische spoorwegen doen dat niet, die willen dat ook niet. Waarom heeft NSFNC treinen voortijdig overgenomen, die dus nog niet voldeden aan de koopovereenkomst? Naar mijn herinnering wilde NSFNC dat ook niet. Alleen, zoals ik al zei, er waren treinen nodig. Men had twee loan-and-use treinen, dus gehuurde treinen. En men was bezig met het eigen testprogramma, HSA in dit geval, simuleren van de reizigersdienst, opleiden machinisten, conducteurs, onderhoud kon zich er beter op voorbereiden. En dat speelde allemaal in de eerste helft van 2012. Toen wilde men meer treinen, dat is ook bij Ansaldo Breda gevraagd, maar men wilde niet meer op basis van huur doen. Men vond dat het zo onderhand maar gewoon treinen overgenomen moesten worden. Dat kon niet, want er werd onvoldoende voldaan aan de voorwaarden voor preliminaire takeover. Dus de eerste stap in de overname, of de eigendomsoverdracht, PTO. En
Nou lag er uit het jaar daarvoor al een soort APTO-overeenkomst, want er was al eens over nagedacht. En die is toen weer uit de kast gehaald en men heeft toen bedacht om op deze manier de treinen over te nemen. Ik weet dat NS Financial Services daar geen voorstander van was. Maar het is toch gebeurd. Maar het is wel gebeurd met als reden dat HSA echt treinen nodig had en als Saldo-Breda niet te bewegen was om nog meer treinen volgens een huurovereenkomst te leveren. Het verzoek kwam ook vanuit HSA zelf? Nou, ik me meen te herinneren wel. Ik was er nauw bij betrokken, want ik gaf nadrukkelijk aan wat dan wel de toestand van de treinen waren, en van de verschillende deliverables waar we het er straks over hadden. Dat was belangrijk. Maar de uiteindelijke overleg hierover en vastlegging, dat werd door Ierland samen met HSA gedaan. Maar dat was op verzoek van HSA. En u zegt, NSFNC wilde dat eigenlijk niet. Waarom wilde NSFNC dat niet? NSFNC heeft zich eigenlijk steeds in het hele traject vastgehouden aan contract is contract en zo willen we doen. Geen open items bij overdracht, et cetera. Dat is op een gegeven moment gaan schuiven omdat de behoefte er was. 10 jaar later was de situatie anders of 8 jaar later. Heeft u nou ook dringend geadviseerd, doe dat nou niet? Want er zijn nog openstaande punten, de treinen waren ook nog ineens toegelaten in Nederland en België. Nee. Ik heb niet dringend geadviseerd, doe dat niet. Ik heb wel duidelijk aangegeven wat er allemaal nog niet geregeld was, wat conform een normale PTO-milestone wel geregeld zou moeten zijn. Dus uw reactie was eerder procedureel dan dat u zei, doe het niet? Het was niet aan mij. Het was aan mij om de informatie aan te reiken wat ons kon miskomen als we dat zouden doen. Maar u zegt, het was niet aan mij, maar vanuit uw functie wil u toch ook dat er een trein is die voldoet aan de koopovereenkomst. Dat was toch ook het doel van een algemene projectleider? Er was de PTO-milestone was nog steeds intact. Er werd een tussenstap gemaakt, waarbij wel over eigendomsoverdracht plaatsvond overigens. Dat vond ik aan NSFNC, dat is echt voor hun. Zij zijn degene die de treinen kopen. Ik heb alleen gezegd wat de status was van de open items, de status was van de deliverables en wat een hele belangrijke deze was, hoe ver het stond met de toelating. Dus de treinen worden op een gegeven moment voortijdig overgenomen. Dat verzoek komt vanuit HSA. NSFNC wil het niet, maar uw reactie als projectleider was procedureel, van dit zijn nog de openstaande punten, maar niet zozeer van uw advies van doe dat nou niet, want de treinen voldoen nog niet. Ja, ik weet niet of die zo zwart-wit is. Nou, nuanceert u als ik het verkeerd samenvat? Er werd gesproken over meer treinen nodig, HSA. Dat gesprek werd gevoerd overigens door de heren in Ierland, niet door mij. En er bleek duidelijk dat Saldo-Breda niet bereid was. Maar er was inmiddels al wel een dienstregeling door HSA in gang gezet in overleg met ProRail en hoe dat ook allemaal gaat. En we spreken nu over voorjaar 2012 en 9 december 2012 moest er wel gereden worden. Ja, dus de druk was groot om te gaan rijden. Maar ik vind het belangrijk om ook te horen wat uw rol daarin geweest is. En u zegt, nou, het is niet zo dat u geadviseerd heeft om het niet te doen. Nee, ik heb duidelijk aangegeven waar de risico's zaten. En die zaten in de toelating en die zijn uiteindelijk door degene die de besluitvorming erover gemaakt zijn als acceptabel bevonden. Zijn de risico's niet groter dan alleen dat de treinen nog niet waren toegelaten? Want je zegt in feite, als je treinen voortijdig overneemt, je wordt eigenaar. Je accepteert dus ook een aantal zaken. Zaten daar ook niet risico's in? Nee, wij zagen op dat moment met name de grootste risico's in de toelating. We hadden daar overigens best goed zicht op, omdat we met name ook in België, maar ook in Nederland, redelijk wisten hoe het stond met de certificeringsdossiers, die na de hand dan door Saldo-Breda bij de toelatende instantie moesten worden aangereikt. We wisten wat daar de open items waren, wat de discussiepunten waren. En daar konden we een goede risico-inschatting in maken. En als het ging over de open items per trein, zou dat niet anders zijn geweest dan op PTO. Daar zat in principe geen verschil over. Alleen daar stond wel dezelfde overweging op. Wil je treinen overnemen met open items? En op dat moment zagen wij dat niet anders als dat dat bij een PTO zou zijn geweest. Ja, een APTO, een voortijdige overname of een PTO, het echt overnemen. U zegt dat is eigenlijk een cosmetisch verschil. Want het eigenaarschap gaat sowieso over. Juridisch niet, ja. Maar er zit wel een duidelijk verschil is, dat de treinen waren toen niet toegelaten. Dat wil zeggen, als die toelating uitgebleven was,
was er een reden geweest om dat niet te doen. Ja. Maar toch is het, ook misschien voor de mensen die kijken, wat merkwaardig. Ik zoek even een vergelijking. Als je nou een televisie koopt, dan krijg je garantie en daar ben je blij mee. Want als er ooit, als dat ding het ooit niet doet, dan kan je teruggaan en dan wordt het gerepareerd. Maar nu is het zo dat je van tevoren al weet dat er een aantal openstaande problemen zijn, een aantal technische problemen. En toch neem je de trein voortijdig eigenlijk over. Nou, de vraag is of het technische problemen waren of dat het open items waren die nog afgehandeld moesten worden. Nou, als je kijkt naar de situatie dat met de twee leentreinen, waar de problemen met de tractie, de aandrijving, problemen met ETMS, problemen met de deuren, problemen, waren echt een aantal toch wel grote technische problemen die kenbaar waren. Dat waren zeg maar zaken in het functioneren van de trein. En dat was ook het voordeel dat de HSA ook al rond de jaarwisseling 2011-12 met die leentreinen was begonnen. Daardoor, ondanks dat formeel de garantietermijn nog niet begonnen was, wisten we al een hele hoop, of HSA wist een hele hoop van die treinen. En dus kon er ook al gewerkt worden aan die punten. En er lagen, maar u zei net, zeg maar, voordat ik het voorbeeld, de voorbeelden nam over de spanning, de ERTMS, de beveiliging, de deuren, van er waren niet echt problemen, maar dit zijn toch best wel een aantal technische problemen die ook trouwens later in het verhaal ook een rol blijven spelen. Dan neem je daar toch risico's door de trein voortijdig over te nemen. Ja, maar wij hebben die toen niet ingeschat als risico's die niet oplosbaar waren. En daar werden ook oplossingen aangereikt. Men was ook al druk bezig met een nieuwe softwareversie. Volgens mij staat 7.4 op de overgenomen APTO-trein op 16 mei. En versie 8 was volgens mij in augustus klaar. En dus u had vertrouwen er eigenlijk in. Er waren een hele hoop, Mijn zin nog heel even mag afmaken, daar ben ik wel wat verbaasd over. Want je ziet een traject van 5 jaar vertraging. Toch een moeilijke samenwerkingsrelatie met Ansaldo Breda. Het gaat over de planningen. Het is lastig om ook een beeld te hebben van wat is nou de verantwoordelijkheid van Ansaldo Breda. En wat ligt aan andere omstandigheden. Dan heb je wel heel veel vertrouwen in die fabrikant om op een gegeven moment te zeggen, nou, die treinen neem ik voortijdig over. Ja, de vraag is of er een keus was. Maar dat is wat anders. De vraag of je vertrouwen hebt, want als ik u net zo hoorde, had ik daarmee mee te maken. Maar u zegt, had ik een keus. Dat is een ander antwoord. Wij hadden vertrouwen in met name de zaken. Er waren een hele hoop zaken die door middel van softwarewijzigingen verbeterd konden worden in het functioneren van de trein. En ja, wij hadden daar vertrouwen in dat dat op een goede wijze kon worden opgelost. En dat is ook wat ik zeg, softwareversie 8 stond klaar, 9 was in de maak, was een kleintje. En rond de jaarwisseling waren 10 en 11 ook al bijna klaar. Die zouden echt enorme verbeteringen hebben opgeleverd. Maar had u vertrouwen dat de fabrikant, Ansaldo Breda, de openstaande punten die best fors waren, ze waren al fors toen ze de fabriek verlieten, de treinen, dat die ze adequaat en snel zou oplossen? Had u dat vertrouwen op dat moment? Adequaat en snel. Snel is een moeilijke, want ze waren niet zo snel. Daar hebben we het al over gehad. Dus dat was lastig inschatten. We hadden natuurlijk ervaring met ze. En als het gaat over de soort problemen, wij hadden wel vertrouwen in de zaken die door middel van softwarewijzigingen opgelost konden worden. Want daar zagen we echt wel verbeteringen in. Ja, je noemt een paar keer de software, maar een trein heeft nog meer dan software. Hoewel software heel belangrijk is. Maar als het gaat over de tractie, de aandrijving, het beveiligingssysteem. Dat zat hem allemaal met name in software. De deuren? Dat zat voor een deel ook in software. Remmen zat ook voor een deel in software. Maar niet alleen? Nou, er zat veel. Er werd veel opgelost door middel van softwarewijzigingen. Dus u zegt in feite, als de softwareproblemen opgelost zouden worden, zou daarmee een aantal andere problemen ook opgelost worden. Dat is wat u zegt. Nee, er waren een hoop functionele zaken op de lijst die bleek uit het gebruik van de trein. En die zouden opgelost kunnen worden door middel van softwarewijzigingen. Ja. En u geeft aan dat u niet zoveel vertrouwt in de snelheid van Ansaldo Breda. Zeker niet. Maar wel de inhoudelijkheid om de problemen op te lossen. Dus de kennis om de problemen op te lossen. Ja, daar zat een sterke leider op namens Ansaldo Breda, met een team die daar echt werk van maakte. Ja, hadden wij vertrouwen in. Oké, u zei net ook, maar had ik ook een keuze? Dat is een andere, ja. En dat doet denken, maar ik hoor het heel graag van u wat u daar precies mee bedoelt. U heeft eerder in deze verhoren gehad over dat je op een gegeven moment vastzit in een bepaald
systeem en de treinen moesten rijden en dat er geen alternatieven zijn. Maar hoe ervaarde u dat? Overigens was die keuze niet aan mij. Maar als ik kijk wat er gebeurde, is HSA had alternatief vervoer rijden. Die treinen die waren bijna gereed, zal ik maar zeggen. We spreken nu over 2012. Alles werd klaargezet om die dienst te rijden. Het was bijna 9 december. En dan stel ik mij de vraag, ja, was er wel een keuze? Ik ga niet over die keuze, maar bij mij is nooit... Ik ben ook niet bij de keuzeproces betrokken geweest. Ik weet wel dat HSA heel nadrukkelijk keek van kunnen wij met deze treinen dadelijk wel een fatsoenlijke dienstregeling rijden. En daar hadden wij natuurlijk wel overleg over als het ging over, goh, wat zit er eigenlijk nog in die treinen aan functionele tekortkomingen? Wat is de verwachting? Dat was dan een hele lastige, want dat heeft met tijdigheid te maken. En daar heeft HSA haar afwegingen gemaakt over de bedrijfszekerheid van de dienst die ze zouden kunnen bieden. Maar voelde u ook niet in de positie om dit soort dingen te beslechten, het besluit te beïnvloeden? Want u zegt dat was eigenlijk soms aan de directie van NSFVC of soms was het aan HSA. Het was eigenlijk niet aan mij om daar wat van te vinden. Nee, ik moest met name aanleveren wat de status was. En natuurlijk wilde men graag weten wat de verwachting was over de oplossingscapabilities van Ansaldo Breda. Maar gezien de ervaringen gedurende al die jaren waren we daar natuurlijk heel voorzichtig mee. Maar los van even de formele posities. Hè? U bent heel lang betrokken geweest bij dit project. Je vindt daar op een gegeven moment natuurlijk wel wat van. Je hebt een ervaring met Ansaldo Breda als samenwerkingspartner met deadlines. Vervolgens komt er een moment dat treinen voortijdig worden overgenomen. Hoewel ze nog niet zijn toegelaten, maar misschien wel belangrijker. Er nog een grote lijst is met openstaande punten. Daar vindt u dan als projectleider toch op dat moment ook wat van? Ja, dan moet ik mij verplaatsen in dat moment dat de treinen overgenomen werden. En wij waren gewoon heel hard aan het werk op dat moment om te zorgen dat Ansaldo Breda die problemen oplost. Dat geloof en ik. En dus ik probeer mij voor te stellen, want u vraagt mij wat ik ervan vind. Hij zegt van, we hebben echt geprobeerd Ansaldo Breda te bewegen om zaken te versnellen. Maar was u nou ook gewoon niet bezorgd op het moment dat die treinen voortijdig worden overgenomen? Ja, ik denk dat ik bezorgder was over het volledig in gebruik nemen van die treinen in de reizigersdienst, waarbij er geen enkele backup was, omdat men kon niet meer terug. Dat zat richting 9 december, de Benelux zou omgeklapt worden, heette dat toen geloof ik, of precies, maar die was er niet meer als backup. Dus er moesten treinen komen. Ja. Maar als er nou één ding is waar u niet voor verantwoordelijk was, was het wel voor de dienstregeling. Ja, nee, maar dat leidde er wel toe dat wij gefocust waren op zo snel mogelijk, zoveel mogelijk dingen en prioriteiten te stellen bij Ansaldo Breda, om dat wat belangrijk was voor het functioneren van die treinen te realiseren. Ja, u voelde de druk, in ieder geval vanuit HSA. En nog even over die voortijdige overname. Als dat plaatsvindt, vindt er ook altijd nog een inspectie plaats. En de trein moet ook 1000 kilometer gereden hebben en dat moet storingsvrij zijn. Hoe kwamen de treinen eruit, uit die test, die fysieke inspectie en die 1000 kilometers rijden zonder storingen? De fysieke inspectie betekende eigenlijk het aflopen van de open itemlijst van de PTLF-keuring, want dat was de vorige belangrijke milestone. En dat betekende dus dat daar gekeken werd door de inspecteurs of in welke mate die open items weggewerkt waren. Dat waren vaak hele fysieke zaken, als er mist nog een onderdeel, er moet nog een onderdeel van links naar rechts, ik roep maar wat. Dus dat was heel fysiek. Als het gaat over het functioneren, dan hebben we het over die 1000 kilometer rit. Wat we daar deden was... Ik ben even niet benieuwd van wat er gebeurde, maar meer waren de treinen, konden die 1000 kilometer rijden storingsvrij? Nee. Dus in die zin voldeden ze niet aan dat moment, zijn ze niet door de inspectie gekomen? Nee, er mocht er geen, en dan moet ik geloof geen A en B storingen heette dat in het contract, die stonden nadrukkelijk omschreven, plaatsvinden gedurende die 1000 kilometer rit. Maar er konden wel allerlei andere zaken gebeuren onderweg. Maar zolang dat dan niet een A of B-storing was, en een A of B-storing betekent, voor zover ik mij herinner, hij stopt en hij komt niet meer vooruit of hij moet naar de dienst de werkplaats in, zoiets dergelijke definitie.
Omdat hazen, dus er was meestal een lijstje met zaken die opvielen onderweg. Dat werd ook door degene die verantwoordelijk was voor de treinbesturingssoftware van Ansaldo Breda. Maar mijn vraag was eigenlijk iets simpeler. Voordat de treinen APTO worden overgenomen, worden ze fysiek gekeurd, daar komen we straks nog even op, maar ze moeten ook 1000 kilometer storingsvrij rijden. Door die test zijn ze niet gekomen. Dus ze voldeden niet aan de voorwaarden van de APTO-constructie. Ze mochten geen A- en B-storing hebben. En volgens mij heeft elke trein wel A- of B-storingen gehad, maar waren het bekende storingen die uit de loan and use tijdperk, de huurtijdperk, kwam. En wisten we dat daar oplossingen voor in de maak waren en was dat geen reden om niet over te nemen. Maar ze voldeden niet, zegt u. Nee, de verwachting, ze voldeden niet was aan de voorwaarden die je normaal bij een PTO stelt eraan. Ja. Dus ze voldeden niet, maar het vertrouwen was er dat het bekende storingen waren, dat die later opgelost zouden worden. Nou ja, vertrouwen, ze moesten opgelost worden. Ze werden gewoon keihard vastgelegd als zijnde een open item waar AB, ook Ansaldo Breda, ook zijn handtekening voor onder het overnameprotocol, dat het opgelost zou worden. Maar waarom zegt u op dat moment niet, de treinen komen niet door de keuring, want het is een harde eis, 1000 kilometer, storingsvrij, of het nou A of B is of allebei. Dat is toch een harde eis? Daar hadden wij, nou goed, je kunt altijd afwijken van hetgeen je in het contract hebt staan. En treinen worden wel vaker overgenomen met open items, welke het ook zijn. Maar mijn vraag aan u is, waarom heeft u niet gezegd, die treinen komen niet door deze keuring, dus ze zijn nog niet gereed, ze zijn nog niet klaar daarvoor? Wat we deden op dat moment was aan de hand van de storingen die optraden en de analyse daarvan, dat duurde meestal 2 dagen, hadden we het overleg overgevoerd, dat overlegden wij met HSA. Dit zijn de zaken die erin zitten. Meestal herkende men dat zelf ook. Er zaten ook HSA-machinisten op. En dan werd er beoordeeld of dat een probleem was om daarmee de treinen over te nemen. Dat werd een gezamenlijk overleg gedaan. En, dan werd er, en wat we dan deden was, en toen werden er wel treinen overgenomen. Ja. En de reden dat ze door de keuring, ze zijn niet door de keuring gekomen, maar vanuit uw verantwoordelijkheid dacht u, het zijn bekende storingen, we moeten dat straks oplossen. Maar u vond het niet zwaar genoeg om op dat moment, kijkend naar de voorgeschiedenis, te zeggen van nou, we moeten nu toch even wat meer doen aan de treinen. Nee, er is overigens wel een situatie opgetreden dat er een storing in de trein zat, waarbij ik zei, deze nemen we niet over, eerst de storing oplossen. Dus ja. Het is niet zo dat, dat wij niet daar, we gingen daar vrij specifiek mee om. Ja. Niet vrij specifiek, heel specifiek met die storingen. Alleen daar waar het iets bekends was en waarvan we wisten dat er een oplossing voor was, die geïmplementeerd zou worden, accepteerden we het. Er is ook een fysieke keuring geweest, hè, waarin de treinen helemaal goed worden bekeken. De heer Meerstad vertelde vorige week, we hadden het er net al even in dit verhoor over, dat de treinen verschillend waren. En we hebben ook gezien in onderzoek wat heeft plaatsgevonden, dat er ook verschillen waren in afwerkkwaliteit. En dat sommige afwerkkwaliteit ook onder de maat was. Zag u dat toen al bij die fysieke inspectie? Bij welke fysieke inspectie? Van de treinen die APTO werden overgenomen. De laatste zeer gedetailleerde inspectie vond bij PTLF plaats. En bij APTO vond alleen een zichtcontrole plaats op de punten die open stonden. En het kan natuurlijk zijn dat je iets nieuws vond, maar je haalde niet alles meer open. Maar wel of treinen verschillend zijn, lijkt mij. Dat zou je dan feitelijk in die PTLF-controle hebben moeten vinden. En wanneer is die PTLF-controle? Wanneer vindt zoiets plaats? Soms was dat vlak tevoren bij de ene trein, maar soms was dat wel een paar maanden tevoren. Dat ligt een beetje aan de, aan. Laat ik dan de vraag anders stellen. Bij die PTLF-controle, die soms voor de APTO-keuring was, of soms erna, daar zat soms niet heel veel tijd tussen, is toen vastgesteld dat de afwerkkwaliteit op bepaalde plaatsen van die treinen onder de maat was. Dan hebben we dat, als dat geconstateerd wordt, werd dat vastgelegd. Dan werd dat of ter plekke hersteld of gewijzigd. Maar zag of u dat op dat moment? Waren er verschillen? Heeft u nu over de afwerkkwaliteit of over verschillen? Beide. Ja, als dat geconstateerd wordt, werd dat vastgelegd. En als dat niet geaccepteerd werd door de inspecties, dan werd dat op een open itemlijst gezet en moest dat nog nagewerkt worden.
Dus wat er op zo'n moment gebeurt, hè, met de verschillende, dit is misschien een heel technisch verhaal, maar met de verschillende momenten dat die treinen, voordat ze APTO, dus voortijdig werden overgenomen, werden gekeurd, was er een fysieke inspectie. We hebben het net gehad over die 1000 kilometer waar de treinen niet aan voldeden. En het doel van zo'n fysieke inspectie is om te noteren daar waar de trein nog niet voldoet aan de kwaliteitseisen of de technische eisen. Ja, dat komt op een lijst te staan en dat moet nagewerkt worden. En dat zit ook in de overnameprotocollen vastgebakken, zeg maar, dat het duidelijk is dat wat de status is van de treinen en welke plichten de leverancier nog heeft na overname om dat te verhelpen. Waren dat nou lange lijsten? Dat ligt eraan wat je lang noemt. Vanuit uw ervaring? Ja, het was meer dan we gebruikelijk zijn. Ja, ja zeker. En kunt u daar wat voorbeelden van noemen, om het wat beeldender te maken? Wat stonden er voor dingen op? Veel interieur. Wat bekabelingswerk. En wat we natuurlijk ook vastlegden bij de overname was met name de ervaring van de huurtreinen. En dan komt het niet zozeer neer op de productiekwaliteit, maar veel meer om het functioneren. Dus we hadden al wat extra ervaring, dus dat legden we ook vast. Dat in ieder geval problemen waren die wij geconstateerd hadden. Dus voor afname. Aantallen weet ik niet. Het ligt er ook een beetje aan of dingen die eenmalig vastgelegd zijn, maar bij elk rijtuig terugkwamen. Dus dat is een beetje lastig van, is nou 200 veel of niet? Maar het was in ieder geval, zegt u, het was meer dan u gewend bent. Ja, meer dan gebruikelijk zeker, is. Zeker, ja. Die treinen worden vervolgens voortijdig overgenomen, een aantal. Hè. Er zit een planning achter. Heeft Ansaldo Breda nou die lijst met openstaande punten voortvarend daarna opgepakt of viel het tegen? Hier maak ik ook weer het onderscheid tussen zeg maar, de mechanische zaken en de software. Bij software zagen we snelle ontwikkeling. Daar stuurden we ook op, omdat we daar zagen, als je een aantal wijzigingen zou doen, zou dat heel veel problemen kunnen oplossen. Het was software een hefboom. Ging dus goed, die dingen pakten fysiek ze goed op. Fysiek ging dat minder, in de fysieke afwerkingszaken. Ja. En wat ook lastig was voordat je überhaupt een oplossing hebt, moet je het analyseren. En dat ging niet voor alle problemen even snel. En daar hebben we ook op gestuurd. We wilden graag dat er meer personeel kwam in de Watergraafsmeer. Om met name die mechanische zaken sneller op te lossen. En ook meer engineeringscapaciteit, zeg maar ingenieurscapaciteit, om de problemen technisch te analyseren. En daar waren wij met name in die, zeg maar, die jaarwisseling 2013, 2012-2013 was dat denk ik, heel druk mee bezig. En toen was het vrij snel voorbij. Daar komen we straks nog. U gaat nu wel heel snel. Oh, sorry. Er zitten nog wel wat vragen tussen. Maar u zegt, Ansaldo Breda pakte de software gerelateerde zaken goed aan. Maar als het meer ging om zaken, wat we een beetje vakmanschap noemen, de afwerkkwaliteit, dat was lastiger. Ja, vaak hadden ze. Dan moet je echt mechanisch aan de trein gaan sleutelen of componenten aankopen en zo. En daar, dat liep veel trager. Dat zat blijkbaar een heel proces achter, wat gewoon moeizamer bij ze ging. Okay. Geef het woord even aan de voorzitter. Toen we begonnen met dit verhoor, toen zoomden we met name in op dat u probeerde Ansaldo Breda te houden aan het contract. Dat was eigenlijk een onderdeel waarin we vooral zagen dat er een behoefte was, gelet op de afspraken, om Ansaldo Breda aan het contract te houden. Zodra zij hulp vroegen, zetten we nu wel een stap, maar altijd binnen de grenzen van laten we de verantwoordelijkheid niet overnemen. Maar ergens zo gaandeweg dit verhoor valt op dat die contracthouding eigenlijk wordt losgelaten. Omdat er een enorme tijdsdruk komt, omdat die treinen in de dienst moeten worden genomen. En dan worden treinen die niet voldoen, zeker niet aan het contract. Mevrouw Bergkamp heeft het helemaal met u doorgenomen, ook die 1000 kilometer... Wordt het ineens toch een soort shift van contract is contract losgelaten? Zo beluister ik het. Kunt u, waar is nou precies die draai gekomen? Is dat omdat toen wisten jullie dat de terugvaloptie er niet meer was? Was dat omdat de trein echt, jullie hikten naar die datum van december aan, dat die trein in de dienst moest worden genomen. Waar is nou die shift van houding gekomen? Kijk, ik moet even nadenken over uw vraag. Klopt wat u zegt hoe we begonnen.
Later bij het testen zijn we met name zelf capaciteit gaan leveren om zeg maar Ansaldo Breda hun werk te kunnen laten doen. Dus zijn wij gaan helpen. Op het laatst is er wel overwogen om redenen van haast is er besloten om zo'n APTO-constructie te maken. En daarbij is min of meer ook besloten om af te wijken van het oorspronkelijke contract, dus een tussenfase in te lassen. Het is niet zo dat we allerlei zaken maar accepteren, want die moesten wel degelijk nog opgelost worden. Dus als het gaat om een soort shift, kan ik dat niet zo zeggen. Maar het is wel zo dat uiteindelijk zeg maar de operator die een oordeel moest geven of die met die treinen een dienstregeling kon rijden, uiteindelijk heeft gezegd, ik kan met deze treinen in deze status kan ik een dienstregeling rijden. En op basis daarvan is toen besloten, in tegenstelling tot het contract is contract wat bij NSFNC het adagium was, is besloten om toch een addendum te maken en APTO in te voeren. En dus dat is, als u zegt wanneer, dan is dat naar mijn idee bij dat moment geweest. Mm-hmm. Want dat lijkt zeker op het moment, ik begrijp dat op een bepaald moment wordt gekozen omdat de machinisten het moeten leren, dat jullie de treinen gingen lenen, althans dat NSFNC besloot de treinen te gaan lenen, laat ik het zorgvuldig formuleren. Maar dat uit die leenfase toch wel behoorlijke problemen blijken. En dat in plaats van dat iedereen zegt, nou, nu is het klaar, worden ze juist overgenomen. U legt uit van de software. Maar wat we begrijpen dat het bij die software toch vooral ging om resetten. En dat iedere keer dezelfde problemen steeds weer terugkwamen. Heeft u daar nog een verklaring voor? Want het lijkt een beetje een software aanpassingtje. Maar er werd gereset, maar uiteindelijk kwamen die problemen gewoon terug. Ik herken niet wat u zegt. Okay. Er zal best voorgekomen zijn dat er is een probleem, want er waren natuurlijk verschillende soorten problemen, dat er is een probleem, een oplossing is geïmplementeerd, waar bleek dat er toch nog een probleem bleef, dus dat het niet feitelijk oplost. Maar ik ken het niet zo algemeen zoals u stelt. Nee, zeker niet. Maar wij lezen van veel problemen dat die even opgelost leken en dan weer terugkwamen. Dat is wat wij uit de documentatie lezen. Dus hoe reageert u daar dan? Maar u noemt het woord resetten. Resetten klinkt voor mij heel erg als een tijdelijke oplossing. Ja. En niet als een definitieve oplossing. Nee, en ze kwamen weer terug. Maar ik heb het over de definitieve oplossingen. U zag wel definitieve oplossingen. Nou ja, zoals ik net zei. Uiteindelijk is software versie 7.4 op de APTO-trein op 16 mei gezet. Dat kwam van versie 7.2 of 0, daar zaten verbeteringen in. En in augustus stond softwareversie 8.0 al klaar. En het invoeren van softwareversie is ook geen sinecure. Dat moet ontwikkeld worden, dat moet toegelaten worden, dat moet gecertificeerd worden. Er moet een common safety method analyse overheen, et cetera, van alles en nog wat. Dus daar zat, we hadden het net over tijdigheid, daar gebeurde wel wat. En dat is de reden dat ik zeg, er kwamen wel oplossingen, of dat voldoende was. Andere vraag, maar ik zag daar wel degelijk vooruitgang. Oké, we gaan door. Nou, je krijgt wel de situatie dat je een partij hebt die wel naar de treinen heeft gekeken. U heeft naar de treinen gekeken, uw mensen. Maar je hebt ook een operator, HSA, die snel met de treinen wil gaan rijden. Heeft HSA ooit naar de treinen gekeken? Waren ze ook betrokken bij zo'n inspectie? Wisten ze van de openstaande punten? Niet bij de bouwinspecties. Ik heb het even over die APTO-fase. Ik zit even te denken waar ze wel en niet bij waren. Toen zij treinen huurden, waren zij bij de overname van die treinen, van die december huurtreinen. December 2011 En januari 2012, ja. Die twee treinen. Dat deze samen met de deelprojectleider kwaliteit aan onze zijde en de inspecteur, omdat zij natuurlijk veel ervaring hadden met die treinen en dan kwam er iemand van de HSA bij. Maar mijn vraag was, waren ze ook betrokken bij die APTO? Ja, dus die, ik probeer al praten na te denken over wat ze wel, waar ze nou wel en niet bij waren. HSA was in ieder geval altijd wel aanwezig bij de 1000 kilometer rit. En zeker ook de en wat er dan gebeurde. Hè. Meestal was het wel een inspecteur die zelf door de trein liep met Ansaldo Breda en om de trein heen om die lijsten af te lopen, wat er al inmiddels opgelost was. En daarna werd, en dat ging dan meer over het functioneren, dus niet zozeer over de lijst en van
zeg maar, fysieke zaken die nog opgelost moesten worden. Maar over de ervaringen die je tijdens die 1000 kilometer opgedaan had. Daar waren ze van op de hoogte, ja, het resultaat. Want wij hadden bij elke trein die APTO overgenomen werd, werd een lijst gemaakt. Die werd geanalyseerd door onze technisch projectleider samen met Ansaldo Breda. Dat werd op mijn bureau gelegd. En of ik, of samen met de technisch projectleider, hadden overleg met HSA over de status van die trein. Dus u, de HSA was op de hoogte van de uitkomst van die 1000 kilometer rit. Ja. En ze waren ook op de hoogte van die lijsten die er waren met openstaande punten. Ja. Hè, dus dat is even belangrijk om dat te weten. Vervolgens start de dienst van de Vira. Eerst richting Rotterdam en vanaf december 2012 naar Brussel. December, januari zijn er een aantal problemen die spelen. Grote problemen toch ook wel. De dienst valt tegen, er zijn zorgen over de betrouwbaarheid. En de dienst wordt op een gegeven moment ook uit de roulatie gehaald, uit de dienst gehaald, moet ik zeggen. Maar even over die periode dat de trein nog reed. Toen is er heel veel over te doen geweest. Zelfs in de Tweede Kamer is er over gesproken. Dat er zorgen waren. Er waren veel klachten ook van reizigers. Maar dan stuurt u op 11 januari 2013 een brief naar Ansaldo Breda, waarin u zegt, wij willen 2 nieuwe treinen gaan overnemen. En u geeft ook aan, he, eigenlijk conform de koopovereenkomst, dus PTO, u gaf net aan in het verhoor van, wij zijn nooit overgegaan tot PTO, he, dus het echt overnemen van de treinen. Maar u schrijft op 11 januari 2013 een brief, waarin u eigenlijk aangeeft, wij willen die treinen wel PTO overnemen. Waar komt dat vandaan? In het najaar van 2012 waren wij treinen APTO aan het overnemen. Ansaldo Breda zei op een gegeven moment, toen de toelating in België was, ik meen in september, nu moet je de treinen PTO gaan overnemen. Daar zat voor hun wel degelijk een verschil in, omdat er aan de PTO milestone wat andere zaken contractueel nog zaten. Dus ze hadden er belang bij. Wij zeiden echter van, ja, ho eens even, die Belgische toelating, daar zitten ook nog een aantal voorwaarden aan vast. En daar zijn wijzigingen aan de trein voor nodig. En die wijzigingen aan de trein, daar was Ansaldo Breda vroeg daar nogal wat geld voor. En het was ons ook onduidelijk of dat wel tijdig genoeg, dus conform de voorwaarden die de Belgische toelater had gesteld, konden worden doorgevoerd. Dus dan hebben wij gezegd, wij blijven bij APTO, we gaan niet PTO overnemen. En als Ansaldo Breda zei, dan worden er geen APTO-treinen meer overgenomen. Dat speelde allemaal volgens mij in oktober ongeveer. En gelukkig hadden wij nog net een addendum getekend in het APTO-overeenkomst voor 2 treinen. Die zijn in de eerste week of 2 weken van november nog overgenomen. Dus even, APTO is het voortijdig overnemen, ja, van de trein. En nu speelde de discussie, ja, PTO. Dat maar is belangrijk. Echt, even voor de mensen die ook meeluisteren. PTO is dus dat je echt de treinen overneemt. Ja. Preliminary takeover. En er staat, ja, preliminary, omdat er na 2 jaar garantietermijn nog een final takeover komt. Ja. Dat is de uiteindelijke echte overdracht. Maar hij gaat dan wel in eigendom al over bij PTO. Wat gebeurde er toen eind 2012? Wij hebben gedreigd met een kort geding, of in ieder geval NS Financial Services en NMBS, om af te dwingen dat zij die wijzigingen zouden doorvoeren. Die dreiging van dat kort geding en natuurlijk veelvuldig overleg met Ansaldo Breda zorgde ervoor dat Ansaldo Breda toch bereid was die wijzigingen tijdig door te voeren. En daar ook aangaf hoe ze dat zou gaan doen. De prijzen was nog wel een discussie. Maar uiteindelijk is daar onder protest mee akkoord gegaan. Dat is ook juridisch door NS Financial Services en NMBS uitgezocht hoe dat kon. En op enig moment kwam eruit dat ze eruit waren. Dat is mij ook medegedeeld. En dat er ook dus overeenstemming was over die wijzigingen en dat we daarmee ook over konden gaan op PTO. Ja. En toen is, en nog even, APTO is ook al dat de treinen in eigendom, hè, van eigenaarschap overgaan. Dus wat is dan het verschil met PTO nog? Ja, dan eigenlijk niet meer zoveel. Niet meer, hè? Nee, dan eigenlijk niet meer zoveel. Er zaten wel wat verknopingen in het contract, waarbij in het contract bepaalde soort zaken werden gekoppeld aan de PTO-milestone. Ja. Dus daar speelde wel wat in de financiële zin. Maar u ging in ieder geval 2 nieuwe treinen overnemen. En uw verhaal daarbij is dat Ansaldo Breda, die wilde geen nieuwe treinen meer APTO. En er was ook een discussie over een aantal aanpassingen.
En vervolgens is er ook nog gedreigd met een kort geding. En u kreeg een bericht vanuit NSFNC? Nou ja, dit soort discussies, want dit is nogal wezenlijk, die werden eigenlijk... Ik voerde de correspondentie wel en ik was natuurlijk wel betrokken bij de inhoud van die wijzigingen en of dat plausibel was wat zij schreven. Ja. Maar de uiteindelijke overleg hierover werd door Dublin met Italië gevoerd. Dus het probleem was opgelost tussen Ansaldo de Breda, NSFNC en NMBS. Ja. En dat was de reden. Ansaldo de Breda ging nog een aantal dingen wijzigen waarschijnlijk wat betreft de treinen. Maar de rekening ging naar... Ansaldo de Breda moest toch een aantal zaken nog aanpassen in de trein. En daar was ook een discussie van wie betaalt de rekening? Nou, nee, over de hoogte van de rekening. Wij vonden dat die wijzigingen die zij voorstelden... Ten eerste dat die, vonden we het belangrijk dat die tijdig ingevoerd werden... vanwege die voorwaarden en de toelating, aan de toelating in België. En ten tweede vonden wij dat zij er de hoofdprijs voor vroegen. Wij voelden ons gechanteerd of onder druk gezet om dat snel te accepteren. Dus het was meer werk in feite. Mag ik dat zo zien? Daar was de discussie ook nog eens over. Of dat niet al binnen de scope van het contract zou moeten of niet. Maar uiteindelijk is er een oplossing gevonden. En daarmee heeft Ansaldo Breda aangegeven dat ze die wijzigingen tijdig zouden doorvoeren. Of in ieder geval binnen bepaalde termijnen. En over het bedrag wat er voor stond is een soort onder protest clausule voor opgenomen. Maar dat hebben de juristen van NSFNC bepaald. En uiteindelijk kwam ook de brief die u nou noemt. Ja. De bekende brief van kom maar met je treinen. Ja. Want zo lijkt die. Daar is veelvuldig overleg geweest door Ierland met de juristen en met NMBS. Maar is daar de kwaliteit van de treinen ook nog in betrokken? Niet specifiek, want dat was zeg maar een lopende zaak van het afhandelen van die garantie-items. Treinen die al overgenomen waren, zaten inmiddels in garantie. Maar we zitten in een situatie dat de treinen zijn van start gegaan. December richting Brussel. Ja. Er zijn problemen qua betrouwbaarheid, uitval, reizigers die ontevreden zijn. En vervolgens gaat het ook nog een keer sneeuwen in januari. Dat was vlak daarna. Maar op dat moment waren er behoorlijke problemen met de treinen. En het vraagstuk over hoe doen we het nou met die treinen heeft niet een rol gespeeld in de overname van twee nieuwe treinen, zegt u? Voor zover ik daarbij betrokken ben geweest, want dat was echt iets wat in Brussel en Ierland plaatsvond, was er geen echte noodklok vanuit de operator dat we maar even moesten temporiseren. Sterker nog, er was een sterke behoefte aan treinen. En vanuit Netrain? Netrain heeft, dat is mijn ervaring, als je onderhouder bent, zit je altijd aan de laatste mem. En daar wordt het hardste gewerkt om de zaak draaiende te houden. Die hebben heel veel werk moeten verrichten. Maar waren die blij dat er nog nieuwe treinen... Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het heel druk was op de Watergasmeer en dat er heel veel werk verzet moest worden. Die hebben echt heel erg hun best gedaan om de vloot in de vaart te houden. Maar u zegt het feit hoe de treinen functioneerden heeft niet een rol gespeeld in de discussie om twee nieuwe treinen over te nemen. Nee. En u was slechts de penvoerder als het gaat over de brief van 11 januari. Kreeg die tekst letterlijk aangereikt. Ja. Zo even een schets maken. We hebben het met elkaar gehad in dit verhoor over dat treinen de fabriek hebben verlaten op het moment dat er nog veel openstaande punten waren. We hebben het met elkaar gehad over APTO-constructie, dat die treinen niet door de inspectie kwamen. Als het gaat bijvoorbeeld over die 1000 kilometers, dus dat er tonnen veel openstaande punten waren. Vervolgens ga je naar de nieuwe fase. Je gaat rijden met de treinen. Er zijn nog steeds zorgen, problemen met de betrouwbaarheid en er worden nieuwe treinen overgenomen. Als ik dat zo aan u voorleg, wat voor beeld schets ik dan aan u? Nou, het is niet het beeld wat wij op dat moment hadden. Er waren open items, dat is gebruikelijk. Die werden niet ernstig genoeg bevonden om geen treinen over te nemen. HSH kon ermee rijden. HSH heeft maandenlang gereden met treinen. De verwachting was ook dat de bedrijfszekerheid zou verbeteren. HSA gaf ook aan van, hé, er zit een bepaalde verbetering in. Volgens mij is dat zelfs tot
in december zo gebeurd. Volgens mij heeft de staatssecretaris nog een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met positieve berichten over de eerste ervaringen. Als het gaat om en ook vergelijking bij andere introducties van materieel. Want dat was toch wel het referentiekader wat ik zag wat bij HSA nadrukkelijk gebruikt werd. En dat positieve beeld was ook nog zo rondom die brief van 11 januari? Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij was toen het beeld iets minder... Zou kunnen, ja, maar volgens mij is dat bijna tot het eind van het jaar, tot eind december is dat... Maar snapt u het beeld wat ja. we schetsen, dat die brief van 11 januari gaat over het overnemen van twee nieuwe treinen, maar ook nog dat de andere treinen mogen komen. Hè? Dus het is echt een overname van de volledige vloot, hoewel er op dat moment toch ook wel echt serieuze problemen speelden met de betrouwbaarheid van de treinen. Het was voor ons natuurlijk moeilijk, tenminste voor ons, voor HSA, denk ik moeilijk inschatten of dat dan steeds erger zou worden, want er zitten ook wel hele erge pieken en dalen in de dagelijkse beschikbaarheid en bedrijfszekerheid. Dus de vraag is of die hele eigenlijk relatief korte periode van een paar weken veelzeggend is over de toekomst. Weinig treinen, korte periode, statistisch is dat lastig. Maar er was druk op meer treinen, want men had geloof ik ook al voor 1 april of in april een nieuw dienstregelingsblad, dan moest het uitgebreid worden. En vergeet ook niet dat de Belgische spoorwegen zaten te trappelen om treinen, die vroegen al vanaf augustus, september om treinen. Ja, daar heb ik nog een vraag over die twee nieuwe treinen, waren die bestemd voor NSFSC of voor NMBS? 1 voor NMBS en 1 voor NSFSC. Okay, dank u. Geef het woord nog even aan de voorzitter. Die even fronst. Ja. We gaan weer verder. We hebben het gehad over uw brief van 11 januari. En op 17 januari wordt de trein uit de dienst gehaald. Dus er zit pak een beet maar een paar dagen in feite tussen. En de reden was dat in België onder winterse omstandigheden een afdekrooster van de trein is gevallen. U kent de koopovereenkomst goed, want als projectleider moest u natuurlijk kijken of de treinen voldeden aan die koopovereenkomst. Stond er nou ook iets in die koopovereenkomst dat je minder hard moest rijden in winterse omstandigheden? Daar is altijd heel veel spraakverwarring over geweest en daar kan ik het volgende over zeggen. Daar stond in de koopovereenkomst niks over in. In de koopovereenkomst staat dat de trein onder alle omstandigheden zoals daar genoemd, dus ook de normaal gebruikelijke klimatologische omstandigheden in een bepaald deel van Europa, zo werd dat dan geformuleerd, in een zogenaamd UIC-fiche, dat is een bepaalde oude norm, moest de trein aan voldoen, dus onder die klimatologische omstandigheden. Dus ook bij gebruikelijke sneeuw. Er stond wel iets in over sneeuw, en dat is ook door Ansaldo Breda gebruikt in hun ogen, de trein bij een bepaalde hoeveelheid water of sneeuw, een centimeter boven de spoorstaven, nog wel met 20 kilometer per uur verplaatst moest kunnen worden. Dat heeft te maken als je die extreme situatie hebt van overstroming of zo, dat je nog wel met je trein weg kan. Dat werd door hun uitgelegd dat als het sneeuwt hoeft hij maar 20 kilometer per uur te rijden. Nou, dat vond ik een belachelijke uitleg. Erg veel correspondentie met ze overgevoerd. En voor het overige stonden er geen voorwaarden in over sneeuw. Er was in België wel een item over winterse omstandigheden. Want in de toelating heeft de certificerende instantie Belgorail gezegd dat als er winterse omstandigheden, sneeuw zou zijn, dat dan de maximumsnelheid van de trein, het stond... Ik kan het niet precies zeggen, maar de strekking is dat de maximumsnelheid van de trein met, 20 kilometer per uur beperkt moest worden. En dus niet tot 20, maar er moest 20 vanaf. En dat is over het algemeen? Of was dat specifiek voor de Vira? Dat was specifiek voor de Vira. En daar zit een hele discussie achter van remspecialisten en uitleg van het remsysteem, et cetera. Dus dat zijn de zaken waarvan ik zeg van dat... Van u wist. Maar in ieder geval in de koopovereenkomst zegt u... daar stond niet in matig uw snelheid op het moment dat er heftige omstandigheden zijn. De nuance zegt wel dat algemeen bij spoorwegen het gebruikelijk is, als je speciale omstandigheden hebt, die niet zo vaak voorkomen, dat je wel speciale aanwijzingen aan je personeel kan geven. En naderhand is mij gebleken, toen we gingen kijken naar de problemen die opgetreden zijn,
En toen dan Sander Breda ook die problemen aan het oplossen waren. Ze hadden al hele constructieve wijzigingen voorgesteld in de loop van februari. Komen we straks anders nog. Maar naar de hand is mij gebleken dat in andere landen bij echte hoogsnelheidstreinen van 300 of plus... er wel maatregelen genomen werden om deze effecten die naar de hand bleken op te treden... tegen te gaan of in ieder geval het risico te minimaliseren. Maar u zegt in ieder geval, kijkend naar de koopovereenkomst, daar werden geen beperkingen aangegeven. Volgens mij ook niet in de handleiding van Ansaldo Breda, dat er iets over stond van matig uw snelheid. Nee, er staat waarschijnlijk, dat hebben we natuurlijk uitgebreid ook in de juridische zin naar gekeken wat er staat. Volgens mij stond er wel ergens in dat, en dat legde zij dan uit, dat had je hier ook kunnen toepassen, dat je het in alle tijden je aan moet passen aan de omstandigheden of iets in een hele algemene beschrijving. Maar die vonden wij onvoldoende om hier voor dit specifieke geval geldig te laten zijn. Is de trein getest om te functioneren in winterse omstandigheden? Is dat onderdeel van de bouw? Ja en nee. Er waren testen voorzien in de klimaatkamer in Wenen. Maar het is een statische test, hè? Dat is een statische test, ja. En dat wil zeggen dat de trein stilstaat, maar dat er klimatologisch allerlei effecten zijn om te kijken wat dat doet met de trein? De hoofdreden dat je dan test is met name het klimaatsysteem in de trein. Dus zeg maar voor het comfort van de reizigers. Je kunt in die klimaatkamer het heel heet laten worden en heel koud laten worden. Je kunt het er ook enigszins laten sneeuwen en vriezen. En... wat je dan meestal doet, is dat je ook een aantal componenten specifiek test. Dat is toen ook gebeurd. Bijvoorbeeld de ruitenwissers, de deuren, de voettreden. Ja, componentniveau. Op componentniveau of op systeemniveau. Ja. Dat je wat specifieke controles uitvoert. Dat waait daar ook in dat ding. Dus het is een soort sneeuwstormpje wat er plaatsvindt. Maar als het echt gaat over de trein testen in winterse omstandigheden, dan is dat eigenlijk niet standaard onderdeel van een test. Wat er met deze trein wel gebeurt, is ervaring opgedaan. Toen de trein voor engineeringstesten door Ansaldo Breda naar Velim in Tsjechië is gebracht, daar is een ring, is er, maar het is meer toeval, ook onder winterse omstandigheden en sneeuw. Omdat er toevallig sneeuw lag. Omdat er sneeuw lag, maar er waren geen specifieke sneeuwtesten. Ik heb dat na de hand nog wel eens teruggehoord in de media, dat er het was daar niet voor. Ja. Helder, het is geen standaard onderdeel van het testen. En misschien om even toe te geven, omdat wij dus geen problemen verwachten, is Ansaldo Breda heeft ook twee winters, onder andere volgens mij de winter van 2009, die nogal heftig was voor ander materieel van NS, nadrukkelijk zijn type testen gereden onder die winterse omstandigheden met 250 km per uur. Dus er was ook geen aanleiding om aan te nemen dat er iets niet goed was. U zei daar net al iets over. Hadden die beschadigingen van de trein in de sneeuw nou voorkomen kunnen worden? Door bijvoorbeeld de snelheid te verlagen? Dat vind ik een hele moeilijke om dat te zeggen. Ik heb wel nadrukkelijk ben ik betrokken geweest bij de oplossing en dus de analyse wat gebeurt hier. Had het voorkomen kunnen worden door de snelheidsverlaging? Onze inschatting, en dan zeg ik van gewoon een aantal mensen die destijds daarbij betrokken was. Wie waren dat? Mensen van NetTrain en van HSA, gewoon mensen die toen de besluitvorming is genomen in de dagen dat het zo sneeuwde, om de dienstregeling stop te zetten, de treinen uit de dienst te nemen, was toch wel, je kunt wel doorrijden en ergens zit er toch een snelheidsgrens van 100, 140 km per uur. Als je dat gaat rijden, dan voorkom je dit soort dingen wel, want dan zal het effect heel anders zijn. Maar het is ook er zit ook weer een stuk statistiek in. Er hebben treinen gereden in dezelfde omstandigheden met dezelfde snelheid. En daar zijn de beschadigingen niet aan opgetreden. Dus uw analyse is niet dat het voorkomen had kunnen worden door minder hard te rijden? Dat is niet in ieder geval de analyse geweest waar u met een aantal collega's over gesproken heeft? Jawel, wij denken laat ik het anders zeggen. Op het moment dat het besluit genomen moest worden, toen waren er al twee treinen beschadigd. Van gaan we doorrijden of niet? Toen zeiden wij ten aanzien van dit specifieke probleem, ik noem het even het shot-off-vloek probleem, wat zo zegt, noemt de Duitser dat. Dus ijs en stenen die onder de trein butsen. Toen zeiden wij, je kunt waarschijnlijk goed doorrijden als je de snelheid verlaagt. Dan zal dit niet optreden. Dan kun je veilig rijden en dan kun je toch een dienstregeling rijden. Dus u zegt dat mogelijk ook heeft meegespeeld, kijkend naar de beschadigingen, de hoogte van de snelheid.
Dat zal zeker. Ondanks dat u zegt dat bij een aantal andere treinen, de Thalie, ook heel hard reed, geen beschadigingen had. Nee, en dat ligt aan de soort aerodynamica die erop treedt, de fenomenen die erop treden. Dat is een vrij moeilijk onderwerp, daar heeft Ansaldo Breda veel onderzoek naar gedaan. Wisten we inmiddels ook van, toen het eenmaal zo gebeurd was, dat daar ervaring van was in Duitsland en andere landen. Maar hoe moet ik uw woorden even heel goed samenvatten? Zegt u nou van, het is mogelijk een verklaring of... Ik ben van mening dat dat zeker een rol heeft gespeeld, kijkend naar de beschadiging. De snelheid bedoelt u? De snelheid, dat die niet verlaagd is. Ik denk, als je, en dat was destijds samen met mij, als je een aantal mensen, als je de snelheid had verlaagd op bijvoorbeeld 100 km per uur, dat dit niet opgetreden was. Okay. Het is een inschatting. Ik heb er geen berekeningen naar gedaan, maar met mijn ervaring de inschatting. Ja. Dat is hetzelfde als je op de Moerdijk rijdt met harde wind, moet je ook je snelheid verlagen. Ondanks dat het niet in de koopovereenkomst stond, ondanks dat het ook niet echt al zodanig in de handleiding stond van Ansaldo Breda, zegt u op basis van ervaring, was het handig geweest en zelfs misschien verstandig om de snelheid te verlagen. Maar dat zeg ik achteraf. Achteraf. Want vanuit het want er stond nog iets wel in de koopovereenkomst, dat die trein het onder alle omstandigheden had moeten doen. Dus die trein had eigenlijk gewoon volgens het contract het gewoon moeten doen. Juist. Ja. Helder. Begin 2011 komt het onderhoudsbedrijf Netrain met een analyse uitgevoerd naar de winterbestendigheid van de Vira. En ze baseren dat op de Vira zelf, wat ze er tot nu toe van weten, en ook internationale ervaring. En zij adviseren ook dat de snelheid omlaag gebracht moet worden. En ze waarschuwen ook voor ophopende sneeuw onder de draaistellen, problemen met het sluiten van de deurtreden, problemen met de treinhoorn. Eigenlijk allemaal problemen die later ook al zodanig zijn vastgesteld. Dus Netrain heeft een analyse gemaakt in 2011. We zien dat een aantal van die daadwerkelijke zaken ook optreden in 2013. Hoe bent u met die analyse van Ansaldo Breda, van Netrain omgegaan? Die analyse is besproken in het reguliere overleg wat we hadden met de directie of de directeuren van NSFSC, HSA en Netrain, noemde ik die al, ja. Die drie. En daar is geconcludeerd dat, na wat discussie, dat dat niet moest leiden tot extra acties. Want er stond meer in dat rapport. Er stond ook in dat er geen problemen waren opgetreden, geen grote problemen tijdens die typetesten in 2009 of 10, ik weet niet in welke periode het precies was. Het ontwerp van de trein was ook al klaar in zoverre. Er werd geproduceerd. Je kunt niet dan weer alles overhoop gooien, want dan ga je in ieder geval de vertraging in. Dus toen is geconcludeerd, voor zover ik me kan herinneren, in dat gezamenlijk overleg om geen nadere acties te ondernemen. Er is in ieder geval het advies wat Netrain gaf in 2011, waarvan we ook zien dat in 2013 een aantal dingen daadwerkelijk zijn uitgekomen, was de inschatting toen dat advies uitkwam om daar niets mee te doen. Dat is toen besloten in dat overleg met, ons reguliere overleg met de directies van die drie partijen. En een van de redenen was, de trein is nu toch al zo ver, is ontworpen en je kunt daar misschien niet meer wat mee doen. Op een gegeven moment komt er de NS-directie komt met een taskforce in 2013. Wat werd uw rol op dat moment, toen die taskforce kwam? De taskforce... Het heel kort door de bocht, nam eigenlijk het project over in mijn ogen. Was uw rol uitgespeeld op dat moment? Ik heb in mijn voorgesprek het volgens mij zo letterlijk gezegd. Zo voelde het in ieder geval wel. Wat er gebeurde was dat NS onderzoek ging doen naar de treinen en of die nog wel inzetbaar zouden kunnen worden. En dat werd geleid door de directie van NS en een aantal mensen ingehuurd om dat te analyseren. En wij hebben hen ondersteund. Wat wel doorging parallel daaraan was de formele correspondentie en afstemming met Ansaldo Breda. Daar heb ik nog een vraag over. Op een gegeven moment komt Ansaldo Breda ook met een oplossing als het gaat over die beplating. En u reageert daar ook op in een brief van 30 mei. Kwamen zij nou zelf met die oplossing of was dat op verzoek van HSA of NSFSC? Nee, dat gebeurde toen de problemen in die winterweek speelden. Toen heb ik volgens mij al op 16 januari mijn eerste e-mail verstuurd. En daarna op zondag 20 januari een uitgebreide notice of default. Wat is dat?
een tekortkomingsstatement. Na de hand is dat in brieven van de directies van NMBS en NSFC min of meer herhaald. Want ik vond dat er actie moest ondernomen worden en dat zij meer presentie op de Watergraafsmeer moesten hebben met eigen ogen aanschouwden en engineeringscapaciteit. Maar mijn vraag net aan u was, als het gaat over die beplating, ja? Komen zij uiteindelijk met een oplossing? Staat een stap voor. Maar mijn vraag is, want ik deed net dit, dus dat is misschien helemaal niet goed overgekomen. Oh. Kwam dat verzoek nou vanuit NSFC of kwam Ansel de Breda zelf met die oplossing? Nou ja, ik heb geëist dat er een oplossing voor kwam, al in mijn eerste mail volgens mij. Dus het kwam vanuit uw initiatief, u zei er moet een oplossing komen voor die beplating. Ja, voor de problemen die daar in die winter en overigens nog veel meer, maar. Vervolgens komen ze met een oplossing en u reageert daarop in een brief op 30 mei. Wat stond er in die brief? Het was een vrij moeilijk gestelde brief, want het ging over de technische oplossing. Ja. Of wat was de strekking van de brief? Dat wij het met de technische oplossing die zij gepresenteerd hadden eens waren. Oké, dat is helder. Er waren problemen met de beplating. U heeft daar zelf om verzocht via de mail al vrij snel. Zij kwamen met een oplossing en u zei, nou, dat gaan we zo doen. Dat ging overigens niet over één nacht ijs, want er is een hoop voor gebeurd, een hoop discussie. Dus dat is niet zomaar... We kunnen het ons inderdaad voorstellen dat er... dat er heel veel nachten ijs overheen zijn gegaan. Het was inmiddels voorjaar. Kijk. Had u op dat moment nog vertrouwen in Ansel de Breda dat ze die problemen ook daadwerkelijk zouden oplossen? Bedoelt u specifiek over dit of in het algemeen? Over die problemen met het afdekrozen, die beplating. Wetende dat het een struggle is geweest met al die openstaande punten om die opgelost te krijgen. Nu komen ze met een oplossing daarvoor. U zegt inhoudelijk vond u het een goede oplossing. Maar had u ook vertrouwen in dat Ansel de Breda dat adequaat en snel zou kunnen oplossen? Snel is weer, herhaal ik weer, daar zal ik mijn hart bij blijven vasthouden. maar ze hadden wel een degelijke oplossing. En daar zat echt een hoop analytisch ingenieurswerk aan vast. En de oplossingsrichting. En die werd overigens ook getoetst door Lloyds technici, door mensen van NMBS. Daar hebben wij ook, wij waren van overtuigd dat dat tot oplossing zou brengen. En het ging ook er even om voor de mensen, die beplating, dat was de onderkant, die moest versterkt worden, omdat die niet bestand was tegen die dynamiek met sneeuw en ijs. En het veroorzaakte, zeg maar, beschadigingen. Ik zou het iets anders formuleren. Bij deze trein waar twee rijtuigen bij elkaar komen, waar je doorheen loopt dan, de overgang, daar was nogal veel ruimte. En daar kon in bepaalde weersituaties, zeker met sneeuw, ijs en stenen die vaak tussen het spoor liggen, konden er alle ijsophoping plaatsvinden. En daar vonden aerodynamische effecten plaats. Dat was waardoor de beschadigingen optraden. Waardoor er grote brokken ontstonden, die konden afvallen en die konden dan beschadigingen. Was dat nou een ontwerpfout? Ja, ik durf dat eigenlijk niet te zeggen. In principe ja, want die trein had in eerste instantie goed. Maar als we teruggaan naar de tijd waar we over spraken, 2004, dat het contract gesloten werd, was dat voor zover wij na de hand, dit is kennis achteraf, hebben kunnen zien, stond dat fenomeen van die aerodynamische effecten, wat ik net even shottervloek noemde, et cetera, stond in de kinderschoenen. Dat was, de Deutsche Bahn had daar net ervaring mee opgedaan. Ook grote problemen. Ja, dus dat heeft de ICA's ook aangepast. Ja, dus u zegt het, ik onderbreek u even. U zegt het was is een ontwerpfout, maar als we teruggaan in de tijd, was er toen nog niet zo heel veel bekend over dit probleem. We hebben er ook het ontwerp niet op getoetst. Dat begrijp ik. Als we dat geweten hadden, of het had misschien. Het kan goed zijn dat dit soort problemen inmiddels dadelijk ook in normen terechtkomen. Van houd met je trein rekening met dit soort effecten. En dan wordt het een normgeving. Dan gaan we naar eind mei 2013. De heer De Scheemaker geeft een presentatie waarin hij aankondigt dat de Belgische spoorwegen met de Vira stopt. Herkende u dat beeld wat hij schetste over de problemen met de Vira? Ik herkende alle foto's die hij toonde. En zonder het beeld wat hij als initieel neergezet heeft en wat er eigenlijk nog steeds is. Zonder dat te bagatelliseren. Heb ik me wel afgevraagd of hij bij alles wat hij zei
nou werkelijk gezegd heeft dat het de veiligheid aanging of niet. Ja. Ik heb wel een aantal keer de presentatie moeten terugkijken. Maar u zegt van, u herkende de beelden, maar de manier waarop het werd gepresenteerd, of waar kon u zich niet in vinden? Ja, ik kende de meeste van de voorbeelden, kende ik natuurlijk niet allemaal. Ik kende de weerbarstigheid van de spoorwegen, van wat er gebeurt, wat je ziet als je in een werkplaats bent, de treinen komen terug na een weerbarstige rit in een slecht weer. Maar vond u de beelden dan overdreven? Of... Nee, het ging om de kleuring die eraan gegeven werd en soms ook, en dat is wat ik net probeerde uit te drukken, speelt hij nou wel de veiligheidskaart of niet, met wat hij zei. Ik heb het laatst nog eens teruggekeken. Nee, hij zegt het niet, maar... Ik snap u niet helemaal. U zegt u herkende de beelden, maar wat stoorde u dan? Want ik begrijp dat u zich ook... Nou, nee, niet stoorde. Wat herkende u niet? Toen de presentatie voorbij was... Heeft hij iets gezegd waarvan u dacht, dat klopt niet? Nee. En wat is dan dat andere? Maar door het seriematig achter elkaar leggen van een aantal beelden... En ik wil het helemaal niet bagatelliseren, want dat wil ik echt niet doen... Werd er wel een beeld gevormd en toen de presentatie voorbij was, ik zat met een aantal collega's, ook de mensen uit Ierland volgens mij zaten daarbij. Toen de presentatie voorbij was, was mijn eerste uitspraak, dit project is ten einde. Ja. U zei net iets over de veiligheidskaart, wat bedoelde u daarmee? Hij sprak niet de veiligheidskaart uit. Veiligheid is natuurlijk een moeilijk begrip, het is geen absoluut begrip. En... Er werden een aantal dingen gesuggereerd in de presentatie, alsof het veiligheid zou zijn. Hij heeft de kaart niet gespeeld, heeft niet genoemd. De deur, de strip op het dak. Mensen die in die spoorwegwereld werken, weten dat er wel eens een bovenleiding op het dak van de trein valt. Dus niet eens een deel van de trein naar de bovenleiding, maar omgekeerd. Daar zijn allerlei voorzieningen voor, om dat niet tot een risico voor de reizigers, het personeel en de omgeving te laten zijn. En als er dan iets gebeurt, is er een veiligheidsmanagementsysteem. In dit specifieke geval noemen we dat dan vaak veiligheidsstoringen. Waarbij er een risico zou kunnen zijn voor. Die onderzoek je. Daar zijn hele systemen voor. Dat is in de luchtvaart zo, dat is ook in de spoorwegwereld zo. Dat geldt ook voor deze strip. De manier waarop het gepresenteerd werd en verteld werd, deed voorkomen alsof je er niet aan moest denken als die strip de bovenleiding geraakt had. Maar is het misschien, en u moet me maar corrigeren in deze als ik het verkeerd interpreteer, want u zegt wel een aantal dingen, zegt de beelden die kloppen, maar was het zo door de presentatie en om dat allemaal achter elkaar te zien dat er een totaalbeeld werd gecreëerd, waarvan u dacht van ja, maar dan betekent dus dat die trein niet goed is, einde project. Nee, niet dat die trein niet goed is. Dat er een beeld gecreëerd is waardoor je feitelijk door de buitenwereld er een beeld neergezet is. Wat voor beeld dan? Wat voor beeld liet de heer de Scheenmaker zien? Het is een onveilige trein waar alles vanaf valt. Dat is het beeld wat de heer de Scheenmaker liet zien? Dit zijn even mijn woorden nu. Maar en daar kon u zich ook niet in vinden, begrijp ik. Nou, er waren wel problemen met de trein en de treinen waren nog niet af. Dus ik ontken niet de beelden die er waren. Alleen ik vond dat er wel een duidelijke... ik had wel duidelijk het gevoel dat hier een partij aan het spreken was die eigenlijk wel van het project af wilde. Nou ja, op 3 juni 2013 besluit ook de NS-directie om te stoppen. Ze stellen dat de treinen buitensporig veel fouten laten zien en dat de afbouwkwaliteit onvoldoende is. En er wordt zelfs gesteld bij een inspectie dat van een halve trein dat er meer dan 250 te herstellen punten zijn gevonden. Als we het nou hebben over die punten en die analyses die toegemaakt zijn, waren dat nou veel meer punten, veel meer openstaande punten dan die u eerder signaleerde? Met andere woorden, zijn die openstaande punten gewoon doorgegeven en eigenlijk niet opgelost? Gedeeltelijk. Wat er gebeurd is met de inspecties die de Taskforce Vira heeft gedaan. Ik heb daar volgens mij 2 maal een terugkoppeling van gehad. 1 keer hebben ze mij gewoon willekeurig wat foto's laten zien. En dat was erg lastig, want ik wist niet van welke trein die afkwamen en in welke status die was, of die er al mee gereden was of niet. Dus dat was lastig. De tweede keer kreeg de deelprojectleider techniek, kreeg van iemand van de taskforce een overzicht met foto's van deze inspectie. Hij vertelde dat hij dat gekregen had en toen we overleg gevoerd met Ierland, wat doen we daarmee? Want eigenlijk is dat ons werk niet. Wij staan daar buiten, die inspecties. We hebben toen toch een quick scan gedaan van wat zien we nou?
En dat heb ik hier voor mij liggen. Dat was het resultaat, die heb ik speciaal nog even geprint. En dan blijkt dat er verschillende soorten categorieën waren. Ik zal het even samenvatten. Er waren punten die we herkenden. Ja, dat waren open punten. Er waren punten die wij niet herkenden. Maar die duidelijk... Die we, als die al aan de orde waren voor overname, hadden we die zeker gezien bij de inspecties die gedaan werden door Lloyds. Dus die zijn door het gebruik gebeurd. Er waren ook punten die we zeer opvallend vonden, omdat daar leek alsof we die hadden moeten zien tijdens onze eigen inspectie, maar blijkbaar niet gezien hadden. En zo waren een aantal categorieën en we hebben dat zelfs numeriek gemaakt. En, dat, en wanneer heeft u die analyse gemaakt? Die u voor u heeft? Van wanneer die er is? Die is van, ik gok van... Mei 2013, in de tijd dat die analyses door de taskforce of die inspecties gedaan werden. Ja, de heer Jonkers zei vanochtend, er zijn een aantal nieuwe punten die we hebben gezien, doordat de trein is gaan rijden en dan gebeuren natuurlijk een aantal dingen. Maar grotendeels waren het voor hem bekende punten. Punten die hij eigenlijk al gesignaleerd had voordat de trein de fabriek verliet. Dus hij zegt, het is eigenlijk heel triest. In die tussentijd zijn die openstaande punten gebleven en zijn ze niet opgelost. Dat was eigenlijk zijn verhaal vanochtend. Ik kan alleen zeggen wat ik U herkent dat beeld niet van de heer Jonkers? Nou, niet in de absolute zin dat het allemaal punten waren. En hij zei ook niet allemaal, maar hij zei een heel groot aantal van de punten hadden wij toen al gesignaleerd in de fabriek in Italië. En die zijn in de tussentijd niet opgelost. Een deel van die punten zitten hier dus ook en die pasten ook binnen de categorieën die ik net noemde. En daarnaast zijn er nog een aantal andere categorieën. Maar dat is toch eigenlijk heel ernstig als je met zo'n project bezig bent. En je start in de fabriek en je eindigt op een gegeven moment in 2013. En je stelt met elkaar vast, want dat begrijp ik ook dat u zelf een analyse heeft gemaakt. Nou, de heer Jonkers heeft ook het rapport van Netrain gezien. En uit die vergelijking blijkt dat heel veel van die punten in al die jaren niet zijn opgelost. Toen de treinen overgenomen waren, waren ze nog niet af. Dus dat klopt. Maar ook daarna zijn er verschillende momenten geweest. We hebben het al met dit verhoor de revue laten passeren. Het gaat over de APTO-inspectie, de permission to leave factory die er net soms voor en soms er net na afhankelijk van de treinen. Dan is het toch ernstig als je dan signaleert dat een groot aantal van die punten open zijn blijven staan. En dat die dus niet zijn opgelost. Dat is heel Deelt ernstig. U dat? Of? Ja, dat is heel ernstig. Die moeten opgelost worden. En er is toen bewust gekozen om treinen over te nemen waar punten nog open stonden en na de hand zouden worden opgelost. Maar die punten zijn ook niet opgelost toen er met de trein is gaan rijden met mensen erin. En waar de trein is gaan rijden. Nee, dat klopt. Dus ik heb het niet meer over de testfase in de fabriek of ervoor. Op een gegeven moment is besloten om met die commerciële dienst van start te gaan. Ja. En na de hand is vastgesteld dat diezelfde openstaande punten ook in de fabriek voor een groot gedeelte er toen al waren. Maar misschien begrijp ik het niet helemaal, maar wij hebben treinen overgenomen met openstaande punten, wel bewust. Maar u niet, maar de vervoerder is ook gaan rijden met treinen waar die openstaande punten nog steeds waren. Want die waren voor hem niet kwalijk voor zijn dienstuitvoering. Dus u zegt HSA. Hij vond het acceptabel. HSA was er bewust van dat er een groot aantal openstaande punten waren. Ja. En vonden die niet zo serieus om niet te gaan rijden met de trein. Ja. Dat is wat u aangeeft. Dus het feit dat er wordt gestopt met de trein en dat er wordt gesignaleerd dat die openstaande punten er zijn, dat is eigenlijk geen verrassing voor de HSA en zou ook geen verrassing moeten zijn voor de NS-directie. Nou, ik zeg nog iets meer, want daar begonnen we met de notitie die ik even voor me haalde. Het bleek dat er ook punten waren in het stuk van de taskforce wat wij kregen, waarvan wij gezegd hebben, die hadden wij wel moeten zien en die staan niet op onze lijst. Dus er zijn meerdere categorieën. Ja, maar wat ik van u hoor is dat HSA was bewust van die lijst met openstaande punten, koos er toch voor om te gaan starten. NS-directie wist daar ook van. Weet u dat? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat HSA wist wat de status van de treinen was. Maar het feit dat er op een gegeven moment een analyse wordt gemaakt, een stofkamanalyse, wordt goed gekeken van wat nou de problemen zijn. Daar komen een aantal openstaande punten uit. Dat is in ieder geval geen verrassing. Voor het deel van die categorieën geen verrassing voor mij. Ja. Maar voor een ander deel dus wel. En voor een ander deel wel. Ja. Ja, want u had het over verschillende categorieën.
Zou er nou in dat proces, want u bent projectleider geweest, eerder had u nou niet eerder moeten ingrijpen om toch iets meer af te dwingen om die openstaande punten zeg maar te voorkomen? U heeft er een paar dingen al over gezegd van, ja, wat kon ik vanuit mijn positie? Maar heeft u zelf wel eens terugkijkend gedacht van, nou, ik had nu toch echt moeten zeggen, die 1000 kilometer eis, dat had een eis moeten zijn die we gewoon hadden moeten realiseren. Die treinen hadden door die test moeten komen. Ik denk dat wij er alles aan gedaan hebben, gedurende meerdere fasen, verschillende fasen van het project, om te zorgen dat er zoveel mogelijk van die open items opgelost werden. We hebben er ook gestuurd de prioriteit aangegeven welke belangrijk waren. Daar hebben we met name gekeken, kijk, op nummer 1 staat altijd veiligheid. En daarna op de bedrijfszekerheid, in hoeverre je er in de operatie last van hebt. Op het moment dat het actueel was om treinen over te nemen, is de status en de ervaring met het gebruik van de treinen in de functionaliteit was bekend bij de operator, HSA. Mm-hmm. En is er wel bewust gekozen om met die kennis de treinen te gaan overnemen en daarna ook te gaan gebruiken. Volgens mij was het voor iedereen duidelijk dat er treinen moesten komen, dat er geen weg terug was. Men had wel gedurende de tijd van het project was er alternatief vervoer, maar op een gegeven moment moest die omklap gemaakt worden, ja, eind 2012. Ja. En dan doe je concessies, in algemene zin zijn er concessies gedaan aan uitgangspunten die we oorspronkelijk in het contract met elkaar vastgelegd hadden. Concessies aan de kwaliteit, zou je kunnen concessies zeggen. Ja, dat is wel de vraag of het een concessie aan kwaliteit is. Nee, feitelijk niet aan kwaliteit, maar het accepteren dat je nog nawerk hebt, meer dan voorzien gedurende de garantieperiode. Dus de verbazing van de heer Meerstad, dat hij zei, ik kwam erachter dat de treinen verschilden en dat er verschillen waren in afwerkkwaliteit, daar was u in ieder geval niet verbaasd over, want u dacht dat waren eigenlijk al openstaande punten en de vervoerder wist dat. Het is niet zo dat resultaten van wat de NS Taskforce heeft gedaan, dat die bij mij bekend waren. Maar datgene wat wij, of in ieder geval Lloyds en NBS, geïnspecteerd hadden en vastgelegd hadden bij de afnames van de treinen in lijsten, in NCR-lijsten, in toestanden, configuratiedocumenten van de trein, dat was ons uiteraard bekend. Ja. En dat wist HSA ook. Ja. Mijn laatste vraag aan u. Was u er nou voorstander van dat medio 2013 werd besloten om te stoppen met de vieren? Volgens mij is hier voorstander is denk ik niet het juiste woord. Ik was zeer teleurgesteld. Ik heb er heel veel jaren aan gewerkt. En net als vele anderen denk ik die er zo hard aan hebben gewerkt. Hadden Had we wel u begrip graag voor? Daar kon ik geen begrip voor hebben, want ik weet niet wat de overwegingen waren. Ik ben er niet bij betrokken geweest. Maar ik snapte wel, wat ik u net ook al gezegd heb, als je op 31 mei een presentatie houdt als gehouden is, en wat ik na de hand heb begrepen van de resultaten van de NS Taskforce, dat een directie zo'n besluit kan nemen. En dan heb je dat maar te accepteren. Maar U had er geen begrip voor? Of had u er wel begrip voor? Ik kan mij voorstellen u, dat mensen alleen. Waar kunt u zich voorstellen? Vanuit dat, welke invalshoek? Nou goed, er zullen overwegingen zijn geweest om te zeggen, we gaan niet verder. Volgens mij waren, dat heb ik ook zo na de hand begrepen, en van de spullen die ik kende, waren er oplossingen mogelijk. Het duurde alleen te lang en men had geen vertrouwen in de leverancier. En op basis daarvan is het besluit genomen. En daar kan ik vanuit het oogpunt van een directie van de spoorwegen wel begrip voor hebben. Heeft u ook de evaluatie gelezen of de analyse van de NS? Welke over de Vira, dus de stofkamanalyse? Nee. Die heeft u niet gelezen? Ik heb pas veel later, heb ik toen in de tweede helft van 2013 was dat dan. Toen begonnen de rechtszaken met Ansaldo Breda. En toen heb ik wel wat documenten gezien om input te leveren of te helpen om die rechtbankstukken te maken. En toen heb ik wel wat documenten gezien. Maar ook niet echt tot in den treuren. Maar toen heb ik wel een aantal documenten gezien. Ja. Toen heb ik zelfs het zogenaemde concept-risk-rapport van de NWS eens een keer door kunnen kijken. Ja. Dus u heeft op zich informatie over de analyses die gemaakt zijn over de kwaliteit van de trein?
Ja, maar u heeft het ik formuleer me expres voorzichtig, omdat ik heb daar geen analyse van gemaakt. Ik vraag ook niet of u zelf een analyse heeft gemaakt, maar of u de analyses heeft gelezen. En u geeft net aan dat u het Belgische onderzoek heeft gelezen. Die heb ik een keer doorgelezen. Ik heb de rapportage van de heer Van As heb ik eens een keer doorgelezen. Nou, dan heeft u volgens mij de analyses op de trein gelezen. Dan is mijn vraag, rode draad uit die onderzoeken was van de afwerkkwaliteit op een aantal plaatsen onder de maat. De treinen verschillen van elkaar. Het ontwerp is goed. Ja, er zijn wel, als het gaat over de accu's, dat moet herontworpen worden. Maar het betekent wel dat de treinen een aanpassing moeten krijgen, een zogenaamde retrofit van 17 tot 19 maanden. Was u daar verrast over? Je bent helemaal aan het einde van het traject. De trein gaat rijden. Het is niet helemaal ongebruikelijk. Er zijn meer voorbeelden in Europa waar nieuw materieel lange tijd stil heeft gestaan. Of zelfs in Nederland nog in 2009 volgens mij, waar nieuw materieel een tijdje stil heeft gestaan. Niet zo lang overigens, omdat de problemen sneller opgelost konden worden. Maar dat zijn waarschijnlijk treinen waar u geen projectleider was. Nou, wat hier gebeurde... Snapt u mijn vraag van 17 à 19 maanden? U bent projectleider geweest van dit hele project. Vervolgens gaan de treinen in dienst. Ze gaan er vrij snel uit. En uit een analyse blijkt dat het 17 tot 19 maanden duurt voor de vloot om ze weer te laten rijden. Was u daar niet enorm door verbaasd? Of dacht u van, nou, op zich... Nou ja, dat had natuurlijk nooit zo mogen zijn. Alleen toen met name Mont McDonald... concluderen dat als je weer in een soort nulsituatie zou willen komen met het materieel en wat er allemaal moest gebeuren, dat je dan 17 maanden nodig hebt. Ik kan niet oordelen of die 17 maanden kloppen, daar heb ik nooit naar gekeken. Ik heb wel gekeken naar de inhoudelijke dingen wat zij schreven. Ik kan me dus voorstellen als NS-directie dat als dat de informatie is die je hebt waarop basis je van moet besluitvorming moet plaatsvinden, dat je ook kan besluiten om niet door te gaan. Dat kan ik me eens weer voorstellen. Maar twijfelde u aan de periode die werd aangegeven voor de aanpassing van de treinen? Nee, maar ik heb daar niet naar gekeken. In die periode was de taskforce in de lead voor dit soort dingen. En er was een duidelijke... Nee, dat snap ik. Maar even mens tot mens, laat ik het zo zeggen. U bent heel lang betrokken geweest bij dit project. Als het gaat over het testen, het ontwerpen, tot en met de APTO, heel ver in het traject. En vervolgens blijkt uit onderzoek dat de treinen nog 17, 19 maanden tijd nodig hebben om af te zijn. Heeft u zichzelf ooit de vraag gesteld van waarom hebben we dat niet allemaal eerder gedaan? Uiteraard. En daarom had ik graag nog dieper zaken geanalyseerd, want ik vraag me dat nog steeds wel af. Ik bedoel, u geeft zelf aan, hebben we iets gemist of zo? Ja, bij inspecties hebben we net aan de orde gehad. Je doet geen 100% inspectie. Dus ja, je kunt zaken missen. De quickscan op die halve trein van de stofkam waar we naar gekeken hebben. Hey, zitten toch rare dingen in? Ja, dat verbaast mij wel, ja. Ik geef het woord aan de voorzitter. Ik kreeg de hoor dat de heer Elias nog een vraag had. Zoals u heeft gemerkt, heeft de commissie het werk een beetje verdeeld. Ik heb de hele middag geboeid zitten luisteren. Ik heb nog maar één vraag aan u. Het is een open vraag. Als ik goed naar u luister, dan bekruipt mijn invloed van de vraag. Was u over de hele linie jegens Ansaldo Breda niet te meegaand en of te goed gelovig door de jaren heen? Nee, dat geloof ik niet. Meegaand zeker niet. Leest u de correspondentie en de verslagen van de procesmanagers meetings en u zult zien dat ik zeker niet meegaand was. Goed gelovig. Dan kijk ik toch met als voorbeeld toch weer de tijdigheid van een en ander. Het was overduidelijk dat wat ze op een gegeven moment ook beloofden, dat niet zou uitkomen in de tijd. En dat is voor ons allemaal een grote frustratie geweest. Ja. Wij komen tot een afronding. Maar ik heb nog wel een paar afsluitende vragen. En de vragen gaan over onregelmatigheden.
De eerste vraag is, heeft u, los van wat u met mevrouw Vos besprak over een presentatie die u heeft verzorgd, waarin u iets meer de rol van Ansaldo Breda had overgenomen, maar heeft u op andere wijze werkzaamheden verricht voor Ansaldo Breda of voor een aan haar gelieerd bedrijf? Nee. Nooit? In de tijd nee, dat u werkzaam was voor de Vira? Oké. Okay. Nee. Heeft u ooit betalingen, giften of gunsten ontvangen van Ansaldo Breda? Nee. Of van een ander geleerd bedrijf in de periode dat u betrokken was bij de Vira? Zijn u op enige andere wijze onregelmatigheden bekend? Ik zou niet weten wat. Nee. Geen signalen gekregen van onregelmatigheden tijdens uw betrokkenheid bij de V250? Nee. Oké. Okay. Dan sluit ik hiermee dit verhoor. Dank u wel. Dank voor de aandacht. Thank you.